Evert, Hoe verloopt de verkoop van de shirts? Van de ruiltocht van Santitar, die dat loopt boven verwachting goed. Wij zitten bijna aan 4000 euro. Mai. En het staat nog drie dagen op matchoneshirt.com, dus iedereen kan nog altijd blijven bieden. Dat van Cedorf staat nu op nummer 1, dan Jorge Campos, dan de Ketelaren en dan Diego Costa. Die drie dagen heb je aangepast aan het feit dat we eigenlijk pas morgen deze aflevering online droppen? Nee, dus nee, nog twee dus dagen. Nog twee dagen, nee, twee kunnen dagen we voilà. Mensen bieden. En als we over de 4.000 zouden gaan, dat zou ik fantastisch vinden. Dan hebben we echt prachtig, want het gaat allemaal naar het goede doel. Hè. Kan ik nog iets doen? Is er nog een shirt betaalbaar? Maar Jeanne de Ketelaren is echt nog wel betaalbaar. Hij staat nu nog onder de 400 euro, denk ik. En dat is een match worn. AC Milan van de Serie A, dus dat is toch wel wat waard. Dat is meer waard dan 400 euro, denk uh, ik. En Diego Costa, als je een werknemer hebt die voor Chelsea supportert. Cadeautje. Hmm. Ik heb er een paar, denk ik. <laughs> ja, een paar. Ja. Allee, toon u goed hard aan, trek uw checkbook, zet er drie nullen achter en we zijn content. Maar hoeveel is Costa? Uh, 3,50 nu, denk ik. Daarmee kunnen Costa echt kopen. <laughs> 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 een dagje <uren. laughs> Ik zie daar wel een stapel. Uh... Andere shirts weer. Kijk, daarnet heeft iemand van productie met 500 truien en t-shirts in mijn handen geduwd. Ik weet eigenlijk niet goed wat de bedoeling is. want... Ik zal oh. het uitleggen terwijl jij ja. ze laat zien. Dat is uh, van Genk. Ja. De titel is van ons. Oké, okay, dat is toepasselijk. <laughs> The Future is Move, nog toepasselijker. <laughs> maar Amai. Die, die zitten toch niet in Play of 1? Nee, misschien waren die op voorhand al gemaakt. Gent. Dat zie ik niet. Genk. Het is de AAG die triomfeert. Dat is van een clublied. agent. gent oh jongens, zijn er nog. Sorry, het moet wel rapper gaan. Boeren keren altijd weren. Dat moet op zijn West-Vlaams, leren. Boeren keren aan waren. Oké. Dat staan wellicht echt altijd. Ja. En dan Union hebben we ook nog. Ook een champion. Maar alleen, wat gaat Kledingmerk beginnen? Of wat is dat hier? Ja, we moeten dat weggeven voor Playsports? maar we zullen dat tijdens het seizoen misschien weggeven. Een Aantweren. De van stad, van het land zelfs. Oei, sorry. Ik moet wel zeggen, er zitten een paar heel knappen bij. En okay. niks van de KV. Dikke schande. <laughs> eh, we hebben onze transfer aangekondigd. Gilles Bieber komt volgend seizoen naar Friends of Sports. Ja, we kunnen nu al zeggen, met alle reacties die we hebben gehad, dat dat eigenlijk de transfer van de zomer is. Hè? Allee, dat was niet normaal, hè? Nee, er ook staan veel reacties. Nee, maar voor Allee, met alle respect voor een onnozele podcast-transfer eigenlijk. Was dat echt gigantisch, hè? Meer dan 4000 likes op Instagram. Ik weet niet hoeveel mensen op Twitter ook. Allee, dus. Dat was wel cool om te zien. Dus oh. Dat betekent dat Gilles iets losmaakt. Jules maakt iets los, ja. Kijk er al naar uit. Uh, was ook nog een tweede hoogtepunt vorige week. We waren een vraag in blokken. Wauw. <laughs> wow, wow. We, We hebben het toch gemaakt? We waren een deel van een de vraag. Dat oh, was de vraag. Hoe uh, De vraag was: uh, welke wielerpodcast podcast uh, kan je <laughs> bekijken op VRT Max? Is het Wieler Club Wattage of MITMIT? Blokken altijd zo moeilijk toch blokken ja, Hoe, hoe kunnen zelfs dan mit mit zeggen? Dus uh, de deelnemer had het juist, maar dan vond ik het wel mooi dat Ben Krabbe wielerklub watage volledig negeerde en gewoon verder ging over mit mit dat hij dat zo leuk vond ja, ja, ja. en dat kom op ben dat wij goed over voetbal kunnen lullen. Ik, dus, ik zag wel wat mensen toch. die suggereren dat Ben Krabbe een toffe gast zou zijn voor mit mit. Eigenlijk. We hebben die eigenlijk uh, kunnen we dat mogen zeggen we hebben die twee of drie keer gevraagd voor mit mit mondial, maar echt agenda want hij wou heel graag komen agenda gewijs lukte het niet. Ja, ik ben 100% zeker van die zijn voetbalkennis is gigantisch hè? Dus die zou een goede gast zijn. Maar we zijn gecontacteerd vanuit het productiehuis van Bankrabe, van de mensen dat er misschien een samenwerking te in zit tussen blokken en Miet-Miet voor iets samen te doen. Dat was geen grap van u. Nee, 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 nee. Ik meen dat. Ze gaan een voorstel op mail doen. Dus wie weet kunnen wij een blokkenaflevering doen tussen ja, jij en ik. Ja, wat voetbal, voetbalquiz jij en ik. Hoe oneerlijk is dat? Wat eerste ronde voetbal, tweede ronde vrouwen en drank. Vind ik al veel eerlijker. Je kunt ook Oeh. goed theatrisen. Kun jij goed theatrisen? Oh, dat moet nu wel lukken. Ik weet wel een familielid die BV is, die heeft ooit meegaan aan blokken. en die was wat gefaald in de tetrisen. Heb je dan een foto van? Ja, kattus. <laughs> ja, dat was echt mislukt. Een goede foto ik zal die ja, nog posten. Mooi. Maar ik dat niet posten vanuit, dus we gaan dat zeker doen. Uh, Manchester City kronen zich afgelopen weekend tot kampioen van Engeland. En dat is voor ons een perfect excuus voor onze goede vrienden van Kick Rush uit te nodigen. Ik zei goede vrienden. Jelle is er dus niet bij, maar wel Tim Wieland en Leroy Del Tour. Welkom! Hey. Hey. Uh, ik zal vooraf beginnen. Het hoogtepunt van het sportweekend, het de afgelopen weekend. De Galawedstrijd <laughs> van de Tour. Wij waren er allemaal bij. Wat vonden we ervan? Het was uniek in zijn soort. Toch? Allee, ik bedoel, als ze de openingsceremonie van de Special Olympics live op tv uitzenden, <laughs> verschiet ik er eigenlijk van. Als ze zelf niet live op tv hebben uitgezonden. Het was briljant. Het was vooral zo geniaal omdat het heel serieus genomen werd door iedereen. Iedereen aan het zeggen, dat was ook ja. echt veel volk. Ja. Ik wil wel even zeggen: chapeau dat je zoveel man op de been krijgt. Ja, dat is leuk, was fijn zo. om te zien, ja. Dat was ontroerend eigenlijk. En het voelde de hele tijd aan als: dit gaat erover, maar dit moet. <laughs> <laughs> dit hoorde er gewoon allemaal bij. Ik bedoel, het begon met de fanfaren. De fox die was mee, die ging al helemaal uit zijn plaat. Die had dat nog nooit gezien, zo'n fanfaren. Die begon daar te roepen en te zingen. Dan begonnen die de Brabantonnen te spelen voor de aftrap. Allee, dan de award die jij ook gekregen hebt een soort voetbalschoen met een gegoten lul in ja, ik vermoed de verwijzing naar hondelen of zo. Ik wil, op een of andere ik... manier ja. de, de man die het gemaakt heeft zei dat we er niet te veel moeten bij nadenken maar dat we er gewoon moeten van genieten ja. maar dat is een van bieten. mijn dat klinkt ook maar raar dat is, te te toch... dat is ja, echt maar... een van mijn absurdste vrienden die ik heb maar ik heb hem doodgraag, maar zijn cadeau kan ik niet verklaren ja, we nemen die award toch op in de Gouden Krok volgend jaar, dat is de Gouden Kok ja, dat is echt een gouden ja, kok een gouden kok, mij. en wie krijgt dat? Een... Ja, dan gaat dus Spelers, serieus, hun best voor jullie. Hij zegt zelf tevreden. Gezet uh, uh, wel weer in de gips. Precies, ja, dat dus het was heel, heel plezant. Het momentje dat mijn opa de aftrap kwam, gegeven, was voor mij een heel mooi moment. Omdat mijn, mijn opa is wel, die komt echt elke match kijken van mijn ploeg, ook minivoetbal en zo nog altijd. Uh, dus dat was mooi. En dan het eerste kwartier voetballen was ook best plezant. stond 1-0 voor. Ik heb mijn assist nog geprongelijk gegeven. Buitenkant voet. Eh, we, wel lekker ja. assistjes, hè? Ja, ja, Ik heb een beetje gedaan. geluk. Hij verstapt zich wel een beetje, de verdediger. Maar de pas was op het juiste moment, denk ik. Um, Zijn stappen komen niet uit. Ik denk ja, he voilà. helemaal verstappen dus ik heb wat Ik heb hem met mijn ogen wat de foute kant op gestuurd. Eigenlijk. Zoals Kevin zou gedaan hebben. En ja, dan heb ik helaas, maar volledig on-brand, uh, mijn, kn mijn knie oh. gescheurd in minuut 20. En ik heb het filmpje nu eens teruggezien en... Uh, Iedereen denkt, op het veld lijkt te denken dat er niks aan de hand is. Maar ik, uh, ja, ik vrees voor een, uh, volgens de dokter, is het een gescheurde meniscus. Maar vrijdag moet ik nog een MRI nemen. En ik moet zeggen, ik, heb er, <laughs> ik ben heel bang voor de MRI eigenlijk, maar we zien wel. Kennen die meme zo? Oh no, here we go again. Ja, exact. Dat gevoel ik uh, op het veld was het misschien niet hoor, maar aan de zijkant zei iedereen toch: oei, dat is al gedaan. <laughs> <Ja>, Oké, <okay. laughs> ja, op het veld was iedereen aan het rechttrekken en zo. En aan het lachen van: het lijkt niets. Maar van, ja, ik wist eigenlijk. Had het, het geluid dat ik gehoord heb, wist ik eigenlijk uh, genoeg van oei, mijn maar... applausvervanging gaat er iets vroeger komen dan gepland. Maar, er stonden zoveel andere geniale figuren op dat veld dat die <laughs> match gewoon kon blijven gaan. En er, er was van alles te zien en te beleven. Er was iemand met haar tot op, tot op het, de grond uit, tot op het veld. Ik had dat nog nooit nee, gezien. De raster. Ja, ra Zijn rugnummer was echt onzichtbaar. Ik dacht ja. ja. me af of dat ze in een competitie daar een probleem aan zouden maken. Ja. Dat was... lijkt me wel. Ja. Ik ben ook nog nooit zoveel aangesproken door mensen die ik niet versta. <laughs> ik was wel blij dat ik dat gevonden heb. Nee, Sint kwam... Elois... Ja, en dan nog iets. Jong Jong vijven? Ja. Ah, jong vij... ah, ja? ja, ja. Sint Elois vijven, jong Het ja. was heel mooi, om al die mensen wilden ook uh, laten weten van hoe oud ze Leroy al kenden. <laughs> dus, oh, ze kende de Leroy al uh, wat toen hij zo groot was. <laughs> ja. Ik zo ah ja, oké, okay, fijn, leuk. <laughs> ja, dat is een beetje uniek aan... Ik ben de eerste die er van het eerste jaar van die ploeg... Dat hij bestond, gespeeld heeft tot nu eigenlijk en nooit weg geweest. En dat is de reden dat, ik, dat er waarschijnlijk wel zoveel volk op afgekomen is. En ja, dat ik doorheen de generaties wel met veel, veel mensen heb samengevoetbald. Dus. Het was geniaal, echt waar. Het, mooi, het ja. lijkt me met met, met een legend. <laughs> ik zeg, ga maar, maar tot Hoeveel ja. caps. Ja, ja doof. <laughs> Oeh, de Premier League. Want daarvoor zijn we hier. Uh, ik stel voor dat we vasthouden aan ons gekend concept. Ik zeg de ploeg. En jullie geven aan wanneer we er alles over gezegd hebben wat we weten. Oeh. Manchester City. Is Manchester City te goed? Is de heerschappij saai geworden? Niet saai, nee. maar ze wel te goed. Kan dat? Kan dat? Nee. Nog niet te saai. Nee. Ik ben het nee? niet eens met u. Oké, okay. vertel maar dan. Ik vind gewoon dat, dat Pep zijn ploeg altijd heruitvindt. En dat er altijd een nieuwe challenger komt. En dat hij daardoor niet te goed is, maar dat hij elke keer goed genoeg he, is. opnieuw te goed wordt voor dat jaar. Ja, dus eigenlijk volg je daar wel, maar dat bedoel ik dat het nog niet saai is. Omdat het wel... Dit jaar is Haaland er dan bij gekomen. Dat is de grote vernieuwing geweest dit jaar. Terwijl ze vorig seizoen met een valse nee speelden. Was dat Kevin, was dat Gundogan, was dat, was dat Foden? Foden ja. uh, hebben ze zich dit jaar helemaal opnieuw uitgevonden. En dat heeft ervoor gezorgd dat het, nie, dat het weer niet saai was. Want elk weekend wou je opnieuw kijken van hoeveel gaat die Haaland er binnenrammen. Hoe gaat Kevin De Bruyne connecteren met Haaland? En nee. wat het wel saai is, is dat het 5 op 6 City als kampioen is. En wij als Premier League-liefhebbers hebben zo vaak, alle Premier League-liefhebbers uh, league hebben zo vaak gelachen met de League 1, uh, met, met ah, uh, de Bundesliga, ja, ja. dat we wel moeten opletten dat, dat onze geliefde competitie ook niet die richting uitgaat. Maar dus daar mag... ben ik, ik ben daar bang voor. Ja, maar je mocht ook niet vergeten, op 8 april stond Man City 8 acht punten achter Arsenal. 8 april hè. Maar dat is niet lang geleden. Zo. Toch had veel volk al het gevoel. Mm. Ja, het gevoel was er wel, maar je moet het toch maar doen. En uiteindelijk, ja, Arsenal heeft dan zijn dip gekend. Op het slechtste moment, mogelijk. Maar dat en is toch, moesten, ja. In dat die vijf titels van de zes was er ook Liverpool die beste tweede en zo. Ja. Dus het is dus niet dat er geen strijd is, maar het lijkt dat aan het eind van de rit altijd Manchester City ja. over de rijdt. Wat het vooral is, is, er zijn te veel wedstrijden wel in een seizoen dat ze het te gemakkelijk hebben dat je na een kwartier eigenlijk al weet, ik kan mijn televisie afzetten en niet meer naar die wedstrijd kijken, want het is 2-0 en die gaan wat de bal bijhouden en uh, de tegenstander laat ook gewoon zijn kop hangen. En dat hebben je bij geen enkele andere ploeg. En dat is wat het wat bayern maakt. En ook het feit van, dat jij, wat jij zegt, die staan acht punten achter en toch heb je het gevoel van, ja, die gaan dat wel goed maken. En je kijkt naar die rechtstreekse duels en dat is hoeveel rechtstreekse duels zijn er nog en die punten telden zo al af ja, van, van lang, de voorsprong. Ja. Misschien ja. wel, ja. ja en... Dat is geen goed teken. Ze hadden nog altijd niet de Champions League gewonnen. Uh, ze maken nu een enorm grote kans om het dit jaar wel te gaan doen. Ik denk dat het daarom ook in de rest van Europa, en dus ook bij mij, wel is binnengekomen van... Oké, okay, uh, nu kijk ik pas echt naar die Premier League. Uh, vijf titels gepakt. Uh, die, die bank dat die hebben is waanzin. Die gaan daar misschien nog meer geld in pompen. Die pakken nu de Champions League. Dan begin ik wel te vrezen, als zich dan nog twee, drie jaar doorzet mondiaal, dat ze die Champions League ook gaan domineren. Dan hebben we wel een probleem. Maar ja... Je moet, allez, je moet zelfs nu al eens naar de Champions League kijken van de laatste drie jaar. Nu staan ze in de finale. Vorig jaar was de kans op twee minuten van het einde 98% ja. dat ze naar de finale gingen. Het jaar daarvoor zaten ze al in de finale. Ja. Dat is eigenlijk ook dominantie. Maar Real Madrid dus... heeft toch ook de Champions League gewonnen? Vijf keer van de laatste, hoeveel is het? Ja. Acht. En bij een, bij een Champions League heb je je daaraan gestoord bij Real Madrid dat die dat zo vaak gewonnen hebben? Nee, ja, maar die was, deden ja. dat op een, op een niet, niet zo ultra dominante manier in het spel. Dat was vaak een verrassing. Zeker de laatste oh. met Benzema die boven zichzelf uitsteeg en Courtois. Dat was echt een grote verrassing. Oei. Terwijl bij dit City, ik verwacht dat die gaan winnen en als die verliezen is dat voor mij een shock. En, 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 en falen, ook, blijft, voor, en falen wel... ook voor mijn City gewoon als die verliezen. Maar ja. ik vind dat wel nog altijd anders in Champions League omdat je altijd met het knock-out gegeven zit, ja. eh, zit. En dat je ene misstap kan het einde betekenen. Ja. Terwijl in de Premier League wordt dat wel saaier omdat. Daar zijn die helemaal voor gemaakt, omdat die zo'n gigantische kern hebben. Ja, dat die perfect kunnen roteren. Dat is gewoon een machine, een stoomtrein, die door die competitie dendert. En de competitie gaan die op die manier blijven winnen, omdat ze gewoon strength in numbers en strength in, in kwaliteit. Terwijl in de Champions League kan het altijd gewoon. Twee jaar geleden gaf, gaf niemand ook Chelsea een kans in de finale. Maar lukt het daar wel? Dus, dus dat is, in Champions League vind ik dat niet erg als je daar drie, vier, vijf wint of zo. Ik kan totaal to ook goal. niet inschatten of, dat de, of dat City dit gaat volhouden, kunnen volhouden. Want ze gaan moeten blijven vernieuwen natuurlijk. Want de rest, uh, de jagers hebben het altijd iets gemakkelijker dan de opgejaagden. Dus ze gaan hm. City kopiëren. Ze gaan, ze gaan ook goede spelers gaan halen. Ze gaan er ook nog meer geld in pompen. Dus City gaat wel elk jaar opnieuw met iets moeten komen dat ze voorop lopen. En ik weet niet, bijvoorbeeld Guardiola, gaat hij daar nog lang blijven zitten? Shek, ik heb al gezegd dat hij volgend en, seizoen. Los van wat er gebeurt in de Champions League, sowieso nog managers van City. Oké, okay, dat is nog dus, één jaar dan al, maar niemand sowieso. weet. Da daar hoop ik een beetje op als voetbalfan, Want als stel je voor dat dat nog vijf, zes jaar doorgaat. Maar, uh... we, we zitten ook al met een situatie waarbij dat twee sterkhouders van City vorig seizoen. dat die die gewoon bewust laten gaan aan een concurrent. Die Zinchenko en Jesus dat die, zijn nu niet de sterkhouders, nee, maar zijn dat waren wel. Nee, maar wel, wel nuttige assets ja. uh, die wel een rol gespeeld hebben in die titel. En. Dat, 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 is, dat is toch ergens ook verontrustend? Dat die, ook gewoon, dat die niet meer bang zijn om iemand aan een concurrent te laten gaan? Nee. Ik, ik, ik maak me daar echt zorgen over. Ik meen dat, is dat. Toch, dat is een van de grootste kwaliteiten van Guardiola, vind ik, ik toch? Dat hij op het juiste moment weet... Dit is op. Ja. De, deze ga ik laten gaan. Ja. Terwijl dat wij misschien nog zeggen... dat is nu toch straf? Waarom, waarom laat hij nu gaan? Waarom laat hij Cancelo gaan? Waarom laat hij Sterling gaan? Waarom laat hij uh, Jesus gaan? Uh, maar hij is bijna altijd gezien het gevolg ervan is hij altijd in het gelijk gesteld, vind ik ja, toch? Allemaal, of ik toch kan, vaak? Zo Zinchenko, Jesus, Sterling, zeker. Dat gevoel had ik nu ook wel. Van die gaan ja. ze niet, niet zo hard missen. Niet hard missen, maar het is wel, het is wel raar dat je het naar een concurrent hard. laat gaan. Dat dat vind, ik als je die naar Italië stuurt of, of naar, naar, naar een Bayern, kijk je daar niet van op denk ik. een groot verlies, ook niet zelfs niet aan nee. Sterling. Deze nee. zomer al niet, hè? Nee. nee, klopt. Toch? Maar ik vind het gewoon raar dat je denk, dat je wilt het risico nemen dat hij wel een concurrent van, een potentiële concurrent van u beter maken, maar moest die inderdaad naar een buitenlandse competitie vertrokken zijn. Ja, ja. Zou, maar Cancello dat... vond ik dan wel een rare, omdat dat, die was wel vorig jaar echt, echt een sterkhouder. Ja, dit jaar? Lag, dit die jaar. Die en, ging niet nee, en dat werkte gewoon niet meer. Dat, dat is puur om groepsdynamiek dat nee. hij is weggestuurd. Ja. En, dat... en, en nu heeft hij het ook heel moeilijk. Ja, Pepat -pe was daar toch weer voorzienend. En, en, hij daar... komt terug, hè. Hij is toch uitgeleend, maar... Ja, ja oké, okay, maar, ja, nee. ja, okay, maar die staat in de transfer window. Ja. Iedereen wil die behalve mijn City. Ja. City, heeft gezegd, <laughs> nee, City heeft gezegd dat Bayern hem mag kopen ja. van de week nog. Okay. Eh, maar ze willen hem ruilen voor Kimmich. Ik heb daar eens heel erg naar gelachen. Nogthans, een jaar geleden zeggen we misschien beste bek van de wereld. Voila, en uh, met Portugal op 2K dacht ik: amai, wauw, die hebben Cancelo. En nu ben ik die al lang vergeten. Maar wat jij zegt is eigenlijk wel waar. Dat is misschien het teken van die te, te veel dominantie dat je een Sterling dat toch een A-international is bij Engeland, die heeft een hele grote status bij de Engelse fans, dat je die gewoon wegstuurt naar een concurrent. Alleen zie je in welke competitie gebeurt dat, dat ja, je dat nee, bewust je concurrent gaat ja, nee. versterken. Maar, ja, Chelsea nu wel natuurlijk, maar ik denk bijvoorbeeld Arsenal, zou, wij, zou Pep ges, gedacht hebben die gaan er zo dichtbij zijn als als ze erbij waren? Dat denk ik niet. Maar mm. in het begin van het jaar was Chelsea toch ook nog, allee, we Chelsea zijn wel, wel verschoten van, van hoe slecht dat die waren hè, dit jaar. Ja. Hm. Maar ja, nee van Arsenal, ja ik snap. Ik denk dat hij wel weet, we maken Arsenal beter met die twee spelers te sturen. Maar dat hij gedacht heeft: van, dat wordt onze grootste concurrent. Nee, daar denk ik dat hij altijd weer vanuit Liverpool hm. op ja. dat moment in de zomer naar gekeken heeft. Als je uh, okay. waar jullie, uh, sorry, zeg. Ja, ik had de salarishuizen bekeken, hoeveel salarissen dat de clubs betalen. En daar staat City maar op drie of vier. Dus op zich. Zijn er wel clubs die nog meer geld uitgeven aan hun eerste ploeg en die het dan toch niet goed doen? In transferuitgaven van de laatste vijf jaar denk ik ook niet dat ze op kop staan. Nee, nee, nee. Of zelfs niet in de top drie, denk nee, ik. Nee, is, maar ja. uw ploeg staat eerst. Ja, dat nou, weet ik. Ja, Manchester ja. ja. ja, United geeft heel veel geld uit. misschien ja, dan ja, dan maar ze we, zouden... we, Nee, zelfs niet. Nee. Maar City <laughs> heeft wel wat foevelaren gedaan, toch? En ik weet niet in welke mate dat, dat nog zijn impact heeft op de huidige cijfers, maar we moeten het ook wel benoemen. Zijn 115 klachten die uh, ja, Roy, boven het hoofd hangen. Ja, ik ben daar helemaal mee eens. Hè, want ik ben ook wel tegen die financiële doping, zeker in extreme mate. Maar dat is in Engeland dus, toen bijna ja, ja, allemaal. Hè. Maar absoluut. En, en dat oh, neemt. Oh, 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 oh. Ik, nee, ja. Men United is nu van oudsher een ploeg die enorm veel geld genereert. Maar een Newcastle dat er nu gaat bijkomen, een Brighton. Ja, maar wel nog uh, niet op deze scale. Hè. Nee, nog niet zoveel. Maar er wordt bij heel veel clubs extra geld ingepompt. Dat niet puur maar recurrente inkomen. Ja, maar dan moeten die ook gewoon bestraft worden als het niet volgens de regels is. Als die erover gaat. Ja, maar het gaat niet gebeuren. Ja, Chelsea man. gaat ook gecharreld zijn. Over ja. binnen twee, drie jaar ja, maar... vermoed ik. Ze zei dat hij een boelie, een briljante boekhouder heeft. Maar... Eh, dat speelt ook bij een Barca en dat speelt ook bij een PSG. En dat, dat is, ofwel leggen we ons daarbij neer als fan, ofwel willen we dat iedereen gestraft wordt. Maar weet, weet iemand wat die aantijgingen allemaal zijn? Ja, dat ze verdoken sponsorcontracten hebben en zo. Hè? Dat, dat Daar gaat het om. Hè? Ja, ja dus maar bijvoorbeeld, ik zeg maar, wat, de, de benaming van Etihad was daarbij. Uh, boven ze hebben de dat verkocht. De... Ja, ze hebben dat dan verkocht aan de staat. Etihad, al ja, eigenlijk is dat ook de staat Qatar. Uh, sorry, uh, United Arab Emirates zeker. Hè? Ja. ja, de, VA, uh, de ja. ja, En die staat heeft dat gekocht, zogezegd. Dat sponsorcontract. En dan in plaats van een gemiddelde prijs van ik zeg maar wat, 100 miljoen, hebben die dan gezegd: van ja, hier is 600 miljoen. Ik zeg maar wat. Hm. Of 300. Ik weet de exacte cijfers nu niet, maar uh, waarop dat iedereen zegt: ja, maar dat is toch geen normaal contract. En dan blijkt dan ja, dat de eigenaar van de club dan ook verbonden is met die compagnie die dat gekocht heeft. Dus ja, dan 1 plus 1 is 2. Fab dus. reageert er wel hevig op, vind ik. Terwijl als er zoveel aantijgingen zijn, ja, helemaal onschuldig zullen ze niet zijn. En hij reageert wel heel hard van, ja, we zijn onschuldig en dit is een schande. En iedereen maar de UEFA heeft dat ook al en... onderzocht, hè? vandaar. En toen zijn ze wel, ja, ze hebben dat wel gewonnen hè? in hm? Zwitserland, dat proces. Het was verjaard. Een deel ervan was verjaard. Gewoon. En ja, want dat is het verschil met het onderzoek nu. Het onderzoek van nu kan niet verjaren. Nee, voilà. Dat is het uh, verschil. Dat klopt. Het zou wel zonde zijn, toch? Hebben Pep. Als we dan binnenkort als ja, we sterkers geen kampioenen hebben. Ja. Maar ik vind het ook ergens. Ik vind het ook wel. Ik vind het moeilijk omdat uiteindelijk wat die elf spelers op het veld doen blijft geschift. En dat is niet. Oké, okay, dat zijn, het zijn elf van de besten op de wereld. En dat is dan misschien op een onfaire. tegen de spelregels in bekomen. Ja. Maar het blijft wel belachelijk straf wat die neerzetten op het veld. Eens. En maar, op zich is dat geen. Het is niet, niet vergelijkbaar met doping in, in de wielersport bijvoorbeeld. Het is niet ja. dat die. Op, op, op steroïden spelen, dat die daardoor beter zijn of zo. Op zich moeten die zich elke week wel opnieuw opladen om ook tegen andere sterrenensembles te spelen, maar zij zijn gewoon het beste sterrenensemble. en Ja, ze hebben wel vals gespeeld in de samenstelling, ja. denken ze ja. Ja. Je, je voelt dus... nu wel ook uh, in Engeland meer en meer de discussie over uh, dat die clubs uh, staatsclubs worden, hè? want City is niet meer alleen daarin, dat, dat die clubs worden ingezet in een geopolitiek spel... Willen we dat nog? Na de titel, ik denk dat de Guardian was, kwam mij een heel grote opinie van een van uw vooraanstaande journalisten: van, ja, willen we dit wel nog in de Premier League? Willen we dit in ons voetbal? Dat, dat Man City, ja. Vroeger staken ze geld in voetbal voor, voor hun lokale room of als businessmodel, nu steken ze geld in Manchester City. Uh, omdat ze. Om, ja, omdat, ja, omdat die staat uh, dat wil hebben als een soort van triomf. Dus dat is een totaal ander gevoel. En die gaan dus ook daar blijven geld in pompen. Want die willen gewoon nummer 1 blijven ten opzichte van alle anderen in hun regio waarmee ze concurreren. Tegen Saudi-Arabië, tegen Qatar. Dat is een strijd die ze verplaatst hebben naar de Premier League. Dat is wel een raar gegeven. Hè? Ja. En, uh... ten, het is ook akelig om over na te denken. Want het, neemt veel, het neemt veel plezier en, en schoonheid weg van het spel. Maar ten, ten, er zijn ook. Ik vind het moeilijk, maar er zijn ook mooie kanten aan, denk ik, op de een of andere manier. Op het veld. Hè? En ook ja. in de omgeving, wat dat die er allemaal ja. gedaan hebben voor Manchester en zo, dat zijn dingen. Maar dat is ook misschien. Dat washing, maakt het niet ja. goed. Dat is, ook, dat is inderdaad altijd washing. Dat is, al, dat, dat is, dat is hetzelfde als een, 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 een loesje-rijke een eigenaar van iets anders die wel heel veel geld in een goed doel stopt om de rest te doen vergeten. Eigenlijk is dat daarmee vergelijkbaar. Maar en het gevoel dat ik ook wel een beetje heb, is het is al de rijkste competitie. Het geld dat die competitie al legaal genereert, is soms van andere competities al zot concurrentieel voordeel er ja, dan nog... Ja. Het is de Super League, hè? De ja, Super League, ja, ja. zo simpel is het. Als je die ploeg van Man City ziet, dan, dat is de Super League. Ik bedoel, alle, ja, nee, alle het gaat grote... er als, over als je de, de, de Everton's ja. en de Crystal ja. Palace's ja. ziet, wat dat die kunnen uitgeven. Alle grote talenten van de wereld dromen nu toch van Premier League. Ja, dat is in tien jaar een, tijd helemaal veranderd. Als een AC Milan of zo, concurreert niet. Het nee. concurreert met de nummer 16 en 17 van de ja. Premier League ja. transfermarkt. En, en dat is het. Ja, kijk, Charles de Ketelaar. Moest kiezen tussen AC Milan en Leeds. Leeds ja. ja, ik moet wel zeggen dan. Uh, die wedstrijd bijvoorbeeld tegen Real Madrid. Uh, gepraat over een middenveld met Kroos, Modric, Valverde. Hoe dat, hoe dat speltechnisch werden opgegeten door Manchester City. Daar heb ik dan wel echt van genoten. En dan ik heb... doe ik misschien mee aan al die sportswashing. en de Superleague-achtige toestanden. Ja. <laughs> Maar, maar de in dat, 90 minuten ja, de dacht die bouw, ik van, the fuck de is de keer, dat die, de keer dat je bal begint te rollen, ja. mogen we daar ook niet Anders ja. moet je gewoon stoppen met naar het topniveau te ja. kijken en moet je naar je regionaal voetbal gaan kijken ja. en dat is... Want uiteindelijk, je krijgt een hele grote zak geld en misschien is die op een voor een stuk toch niet legale manier verzameld, maar uiteindelijk moet je met dat geld wel iets doen. En de coach koopt de spelers, samen met Big Stein dan in dit geval, uh, en die spelers moeten veel voetballen en die spelers moeten Het, is, blijft, het elf elf. Voilà. blijft elf tegen 11 Het 11 tegen blijft, elf. Elf. blijft de bal is rond de mocht hij daar spelen nee want, is... eh, of mocht hij zoveel verdienen misschien ook niet Wie weet maar ja, uiteindelijk maar dat zijn die het wel... wel zo de bruinen bij Arsenal en Haaland ja, bij Manchester Ja dat is leuker ja absoluut dat het ...iets dat... Beter verdeeld. Zoals, ja. Maar goed, je moet ze ook wel de credits geven, zoals we daarnet al zeiden. Ze vergissen zich precies ook niet. Maar ze kopen nee, ook een Alvarez. Ja. Die, wow. die, ja. die ja, had dan alle ploegen kunnen betalen uit ja. de Premier League. Maar Man City betaalt hem en gebruikt hem ook nuttig. Uh, de centrale de... verdediger daar? Uh, wat, 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 Akanji. We ja. ja, bijvoorbeeld ook die ja. ook een goed seizoen ja. speelt. Dat is ook iemand waarvan wij ook niet dachten dat hij het verschil ging maken, maar die het wel doet het aantal miskopen, als je het vergelijkt met Chelsea bijvoorbeeld, waar we het straks <laughs> helaas nog gaan over hebben, dat, dat is crazy, maar dat is ook inderdaad een deel van ze halen spelers die passen in, maar het is ook wel, ze hebben wel de luxe, ze kunnen ook wel Jack Grealish kopen, 100 miljoen, en die een jaar op de bank zetten hè, vorig jaar, waardoor hij rustig ja. aan het systeem kan wennen, dat is ook niet iedereen gegeven natuurlijk. Die dus was dus, goed, jongen, dit jaar. Ja, niet vergeten dat Haaland, wel. Leuk. ik, wel, ik ja. wil geen zout in de wonden strooien, maar Solskja, ja, Solskjaer is daar <laughs> nog eens op teruggekomen, ze hadden hem voor 4 miljoen kunnen kopen. 1,5. Gaan, bij ja. Malden. Oh, ja. ja, maar nee. Man United, dat is toch een schande? Als je een hebt, 4,5. En uw manager zegt die hem gehad heeft. Nee, nee, geen manager. Uh, was het dus, het geen was, manager was, hij was er nog niet. Hij belde. Het was, het was een half jaar voor hem werd aangesteld als manager van Man United. En hij belde: okay. Jongens, je loopt er een ja. rond. Je kunt je voor 4,5 kopen. Koptje is, als zo'n legend van de club belt, en je zegt Man United, 4 miljoen is, echt, dat is niks. En het is over. iemand ja. die de positie kent. Het is ook een spits. Ja. Hij, weet, hij zal wel een spits herkennen als doen. er hij moet toch gaan scouten. Maar, ik ken... ja, maar dat hebben ze misschien gedaan, dat weten we niet. Ze Edin... hebben nog sinds niet gepakt. Edin Zeko heeft ook ooit een week meegetraind, maar hij moest groenen. Ze hebben, die, ze hebben die niet meegemaakt, ja, ja. die niet gepakt. een dus slechte week Roberto zijn, Carlos stond ook aan de voet van Constant van de stokstadion. We kennen dat verhaal ook van niet gepakt. Van dit denk ik ook. Ja, dus dat gebeurt. Maar wat ik me nu afvraag van de Premier League-kenners is, Manchester City, daar da, da werd wel zo wat bespotelijk naar gekeken van de fans van de traditieclubs, van de United, de Arsenal, de Chelsea. Zijn ze nu aanvaard of wordt die, die dat neerkijken daarop alleen nog maar erger? Dat blijft nog, denk uh, ik, op dit moment. Ze zijn de nummer twee in de meeste Premier Leagues. Ja, ja ooit, maar de ooit moeten ze nou, toch de, aanvaard allee, worden als topclub? Ja, ja, als topclub zijn ze aanvaard. Ik door dacht de fans? Dat, nee. nee maar ik dacht dat je het over nee. de fans van City had en niet over... Nee, de ja. fans van United zullen City toch nooit aanvaarden als een echte traditionele topclub. Maar Man City hm. is Hoeveel altijd een Hoeveel titels ze ook pakken. Maar Chelsea is toch nog ja? niet 100% als traditionele topclub aanvaard. Maar dat is toch ja. dezelfde, dat is de, dezelfde denkwijze, dat is dezelfde filosofie. Die waren ook op een lager niveau bezig, maar was wel een traditieclub? Man City hm. was een traditieclub. Ja, dat wel. Ze Had, hadden gewoon een kleiner stadion, hadden, hadden minder supporters dan het grote Man United, de grote broer. Uh, die zijn opgeklommen dankzij uh, een, een dikke sponsor. Uh, Chelsea, exact hetzelfde. Die zijn ook opgeklommen. Hey, niet zo, zo dat lang dat geleden speelde met... Chelsea in tweede ja, klasse. Ze krijgen nu stadion oh, niet vol. Het zijn successupporters. Da dat gevoel is er toch heel lang geweest. Maar ja, als je nu... Want wij kiezen nu onze ploeg als we zes, tussen zes en acht jaar zijn. Als je nu tussen zes en acht jaar bent, ja Haaland, De Bruyne, ja. Grielitsch, wat je, kiest je? Maar ook meer en meer werk ik bijvoorbeeld in gesprekken met stagiaires of zo die bij ons willen komen werken. Dat zijn meer en meer fans van City aan het worden. Dus die generatie is er ook wel aan het komen. Wat dat, in mijn generatie is dat heel veel Chelsea. Uh, de generatie achter mij gaat dat City, zijn en uw zoon is ook uh, City-supporter. Ja. Eén van de twee. En uh, de generatie voor u, de uh, United. United fans ja. so, voilà. Die dus... schillen mijn twee zonen schillen. en de ene is man United en de andere is man City. De, de oude Garden heeft het gewoon altijd moeilijk dus als gewoon, er nieuwe bij komen. Wat dat je zegt. Gebeurt in België ook, hè, met, met anderlecht en, en de jongens en zo die erbij aankomen, nu wel niet, <laughs> allee, niet <over> komen. <laughs> uh, waren jullie eigenlijk believers van Haaland en City? Ja. ja. Want er waren wel wat uh, analisten was... die echt wel twijfelen of hij voetballend goed genoeg was om te komen van een Aguero met een valse 9. Mogen... Het ging ook niet super super vlot. Altijd in het begin. Hè? Maar dan heb ik het echt over een heel korte periode. Dat, dat is al heel lang geleden. Van voor het WK. Uh, dat het waarin niet... hij ook wel veel scoorde. Ja, waarin hij veel scoorde. Maar dat het, niet... het was niet zo vloeiend om naar te kijken als het vorig jaar misschien was. Door dat systeem met die valse 9. En er is dan ook een periode geweest dat hem oud geweest is. En toen was City ook outstanding. En toen zijn weer even die stemmen opgekomen: van oké, okay, voetballen ze. Want ze waren een beetje voorspelbaarder of zo, City, in het begin van het seizoen dan bij andere jaren. Omdat je in de vorige jaren hadden we bijvoorbeeld vijf, zes spelers die 10 tot 15 doelpunten hadden. Nu hebben we de ene die er 500 heeft. En en, maar uiteindelijk ja... Maar we moeten toch niet... Allee, dat, dat had toch al altijd gewerkt. We zijn toch aan het severen geweest op het moment dat het even minder ging, dat hij even ja, niet boven. scoorde. Want, het was gewoon voetballend sprankelen. Je ziet ja. toch die gast, die heeft, een, ja, die heeft iets... Dat ja. je once in a lifetime een keer tegenkomt, een gast die fysiek want zo is die, en die dat ook dat zo doelgericht is, zet die op rechtsbak en die speelt <laughs> ook mee, denk ik, gewoon door wie hij is. Ja. Dat, is een, dat is een generationeel talent. Het vind... was gewoon schrijven om te schrijven. We hebben iets nodig, oh, het gaat even niet goed, we schrijven dat. Nee, dat niet. is wel ja, echt... Nee, nee, west... niet, In die wedstrijden was het wel echt gewoon vloeiender en ze kregen meer kansen en... Ja. Andere spelers waren beter was ook een momentopname. Anders... Maar minder efficiënt ja. ook, hè? Dus het, is, het, is het was anders, het was niet slechter, het is, het is slechter of zo. Het ja. was... Maar wel ode aan, aan Haaland, Haaland wat een verrijking gewoon als mens en als persoon. En we zijn zo de, de serieuze Messi en Ronaldo gewoon en nu heb je Haaland en... Dat is echt een plezier om dat te kijken. kijken ja. Du ook die titelviering was eigenlijk, dat was echt saai die titel. Allee, ik bedoel, ja, het was niet saai. speciaal zo. Maar dan plots komt Haaland in beeld, pakt die trofee vast, zet die trofee op zijn hoofd, is blij als een klein kind, begint daarmee iedereen te vieren, high-fives te geven waar dat mensen hun schouder uit de kom vliegt. <laughs> dat, dat, die, die vindt het allemaal briljant en dat wil ik zien als kijker iemand die het briljant ja. vindt, wat hij mag doen, die het niet vanzelfsprekend vindt dat hij een zotgoede shotter is. En ja voor ik kijk spontaan bij zo'n dingen naar Grielitsch en naar hem. Ja, ja, dan ja. weet je, ja. dat zijn de ja. mannen die een moeten het doodgoed houden. Een geniaal moment was, uh, een van die zonen van De bruine heeft zo ook de, dezelfde kapsel als Halland. Ja, en ja, en ja, die ging daar zo naartoe en die wees zo van, kijk, ik heb zo'n kapsel als u. En de knuffelt die zo van, ja, oh, ah, leuk. Ze ja. zijn ook ah, samen ah, aan het shotten geweest op he, ja, ja, het veld. Zo'n schoon moment, echt waar. Ligt dat mij of was er dit jaar misschien wel wat wrijving soms tussen Pep en Kevin? Ja, dat is op het op, veld oppen, duidel he? duidelijk. Allee, ik weet niet of dat wrijving is. Ik denk dat die, dat die dat aanvaarden van elkaar. Dat die zo communiceren met elkaar. Heel duidelijk en ook heel expressief. Je ziet de bruine gegeven matje echt naar de bank doen. Van, gast, nu het even zwijgen. Ja. En dan ziet de pep doen van, nee, nee, hij moet luisteren. Ja. Ik, ik denk dat die op zo'n hoog niveau staan, alle twee. De beste coach ter wereld, met misschien de allerbeste middenvelder ter wereld, dat die dat gewoon aanvaarden van elkaar. Dat die daar echt ook geen spel van maken. Ja, dat het ook gewoon om een soort van efficiënte communicatie draait. Ja. Gewoon niet, niet nee. te veel woorden aan vuil maken. Even gewoon fuck it. Ik voel ja. er mij nu zo bij. Hij heeft het op 2K dan ook gedaan met Martinez. Dat is helemaal anders, omdat je niet... Gevoel je hebt, dat daar, dat een ja, je je hebt gevoel, daar een niveauverschil. Je hebt daar een niveauverschil. En ons land stond daar ook weer van in ja. rep en roer, terwijl bij City wordt dat direct ontkracht, omdat die ook wel winnen, natuurlijk, die match. Dan ja. meestal met, allee, als wij die match met België ook hadden gewonnen met 4-0, hadden we er ook waarschijnlijk niks over gezegd. Maar, maar hij het zat wel meer frustratie in zijn spel, uh, Toekoen. In interviews en zo heeft Pep ook gezegd: het net voor het WK was ook. Kevin is niet in vorm en zo, terwijl hij ja. bijna wekelijks assisten ja. gaf en zo. Dat wij allemaal oei, wat ziet hij dat wij niet per se zien? Hm. Het was meer dan, meer dan enkel dat incident tegen Real Madrid, heb ik het gevoel, maar... Hij heeft ook een paar keer op de bank uh, gezeten. Hij heeft hem een paar keer op de bank gezet. ene dat hem zeker spijt van gaan hebben, en dat is die op, Top, op Spurs. Op Tottenham, ja. Op Spurs heeft hij hem, hem op de bank gezet, uh, terwijl dat hij fit was, hij kon spelen. Uh, dat was één van uh, twee weken op rij, ja. denk ik, op de bank. Uh, slecht voor iedereen zijn fantasy, ja. trouwens. <laughs> maar, Triple captain ingezet. Ik niet doen, maar anderen wel. En... Uh, Enfin, hij speelde de week daarna de pannen van takken, want hij speelde ja. terug. Maar die match hebben ze weer niet gescoord op Spurs. Dus uh, en heeft nooit gescoord. Dat Zou dat ook een beetje dynamiek zijn van Pep die het gevoel heeft: ik moet Kevin nog eens Kwaad priklen, maken. Maar, ja, man, ik vind dat zo moeilijk om te geloven, maar zo'n ja. briljante shotter. Het is de enige die er nog zit van toen Pep begonnen. Ja. Pep is gewoon. Echt de allerenigste? Ja. Uh, hij had toch vorig jaar zelfs al een foto gepost. Met zijn oh. eerste teamopstelling of zo. en iedereen uh, daarvan was weg. Uh, ja. Ja. Pep is of gestopt. Ja. Dan ja. Ja. Walker denk ik nog aan, maar dat kan wel dat hij later Ik denk dat Walker is. een jaar later komt. Zat, ja. Ja. Pep is <laughs> gewoon ook gestoord. Hè. Allee, de mens die hij is geworden, denk ik. Kevin ook. Hè. Hoe hij zich, toch hoe hij zich gedraagt op het veld en misschien dus ook in die kleedkamer. Dus die neemt af en toe beslissingen waar ik niks van begrijp. En ik denk dat uh, dat dus ook met Kevin gedaan heeft. Door die op belangrijke matchen ineens op de bank te gaan zetten, dat is gewoon, dat is gewoon pep. Dat die, ja, die, sommige van die co coaches die draaien helemaal door. Terwijl die moet gewoon Kevin altijd als eerste op dat blad zetten en daar niet over twijfelen en zolang dat hij fit is opstellen. Maar na die matje begint zo'n pep de... te veel na te denken. Ja. Die begint dat saai te vinden en die denkt: Ah, ik kan nog een keer gek doen? Ik ben pep. Kevin, jij op de bank Holland, je doet twee weken niet mee. Af en toe stoos, jij gaat een keer op de team staan. zou ook soms een beetje zijn, er een beetje de pepshow van willen maken. Uh, ergens, Want wel, doet denk het ik. toch ook. Ergens dat is het enige waar ik ja. dan mij zo'n beetje aan stoor, toch iets te vaak ook in beeld. Ze nog die extra feedback gaan ja. geven. Aan een match die eigenlijk goed geweest is, nog eens extra in de camera gaan aantonen: van, dat je komt moet, beter, dat komt beter. Je moet dat doen, je moet dat doen. Ja. Alle topcoaches doen dat nu zo. Je wordt er een beetje gek van, maar ja, als ze winnen, zullen ze het wel ergens met een plan hebben gedaan. Hè? Nick heeft me net één speler, heeft op een bordje geschreven, één speler laten zien. Hebben jullie het gezien of niet? Nee, ik heb het nee? niet gezien. Oké. Okay. Durf je nog ook doen? Eén speler die er al zat. Toen. Naast Kevin nog. Die eigenlijk die zomer ook aankomt, denk ik. John Stones. Precies. Juist. Ja. Amai. winkelman. Ja, ik ga het zo niet met u blokken. Kom op. <laughs> wat the fuck. Ja. Uh, ik heb ook het gevoel dat Pep Guardiola, dat hij een beetje voetbalmanager speelt, maar dat in het echte leven is, dat hij gewoon niet... FM Start New Game kan doen, dus dat hij gewoon zo... <laughs> Zelf. <laughs> ik ga nu gewoon, oké, okay, ik ga met twee man van achter spelen en ja. die John Stones moet mee opschrijven en, ja. en zo'n zo, en dingen doet. <laughs> ik had dat ook, het gevoel, toen, toen Cristiano naar Man United ging en hij heel dicht bij City stond, dat ik dacht... Dat ja, is voor zichzelf uit de pep de dag, zo, Voilà, ja. zo. Zit zou ik hier Cristiano toch in kunnen doen werken, zo. Dat gevoel had ik erbij, maar goed. Ja, nee, snap ik. Genoeg over City? Ik denk het wel, ja. We gaan het er We te de jaren nog over hebben. Ja, <laughs> Arsenal. Uh, Arsenal stond 92% van de tijd op kop. En dat is het meeste ooit in de geschiedenis van de Premier League voor een team dat niet kampioen werd. Moeten de Arsenal-fans nu teleurgesteld zijn of vier? Teleurgesteld. Ja, ja. ja. teleurgesteld. Ja, tuurlijk. Maar ik vind dat geen twee tegenstrijdige dingen. Ik vind dat je en vier kunt zijn en teleurgesteld moet zijn. Ja. ja. Want, want de, Klopt. Dat, het teleurstellend het seizoen dan, van Arsenal is voor mij het beeld waar dat de supporters allemaal het stadion verlaten op het moment dat duidelijk is dat ze afgemaakt worden door Brighton. Dat is allemaal het stadion verlaten op een moment waar ik echt heilig van overtuigd ben, daar sta ik recht en geef ik een staande ovatie. Ja, maar ik begrijp dat ook, liever. Ja, ik, maar Ik begrijp ik... dat die mensen vertrokken ook ergens. Dat ik echt niet. Dat deed pijn Ze hebben zwaar overperformed. Ja. Je hebt een seizoen gedraaid waar niemand had ja. niemand daar. Ik had daar een geen vijf euro op ingezet. Een uur na die match zullen de meeste van die fans wel zeggen: Ah oh ja, fuck, wat, we hadden moeten blijven staan. Maar in the heat of the moment waren en die allemaal waarom? zo teleurgesteld. Jij hebt toch ook al heel veel pijn gehad achter de kazerne. Ik, ik ben het blijven je het af, negen, Nee, ik, die verdriet toch daar. Ik dan, blijf dan, zitten, maar er zijn ook ik, ken, ook. ik snap fans die dat niet kunnen aanzien, dat ze daar op dat moment het definitief oh, wij zijn met ook gedegradeerd dit jaar. Wij zijn, hebben ook een staande ovatie gegeven. Maar er zullen er ook vertrokken zijn. Iedereen doet dat op zijn manier. het waren daar gewoon te veel dan. Of zo. Pijn, ja, op pijn. Het was wel een half stadion. Dat het waren er vond. heel veel, dat is wel. We zijn nu heel negatief ja. over het verhaal bezig, want het, het Emirates heeft geleefd. Hè. Dit seizoen, moeten we ook zeggen, het was... Ja, 92% van de tijd op kop. Ja, en, en dus de vorige seizoenen, dat stadion was echt... Ja, ja, dat was cinema publiek wat in Chelsea de ook. Een toeristenbak, uh, uh, en, en dit seizoen was dat echt, dat was kolkend. En het heeft natuurlijk te maken met die resultaten. Maar het is moeilijk om te zeggen voor mij als Chelsea-fan. Maar een Arsenal dat het goed doet, blijkt toch wel een absolute meerwaarde voor de Premier League. Uh, omdat het, het is een mooie ploeg uh, het, het, het is een leuk stadion. Uh, ze hebben heel leuke spelers vooral. Het is echt, er lopen niet veel mannen op dat veld rond waar je iets kunt tegen hebben bij Arsenal. Uh, ik heb enkel wat, wat issues met Zinchenko, maar voor de rest. Uh, ja, en Ksaka is Xaka. maar voor de rest. Ja, Saka is een briljante shotter. Eudegaard, die was belachelijk goed dit seizoen. Jezus is uh, zalig om naar te kijken. Dus, dus. Het is een aan leuk om te zien. Het is echt gewoon een aanwinst om een goede Arsenal te zien. En ik denk dat niemand had voorspeld dat ze het zo goed gingen doen. Uh, dus, dus voor mij. Dat was mijn volgende vraag. Waar hadden de jullie aan gezet? Vijfde seizoen. Vijfde of vierde. Ja, zoiets. Ik maar ik denk de vind wel, ik denk, vijf. Optimistisch. Ja, ja. ja, maar dat was vorig seizoen al aan het komen. Hè. Je ja. zag dat. Hè. Ze hebben toen de Champions League gemist op de laatste speeldag. Door ja. op Newcastle te gaan verliezen. Uh, dus, je wist van, ze, ze, ze zitten er toch al kort bij. Maar ik dacht niet dat ze zo'n dikke sprong gingen maken. Ik denk ik dat denk we nou allemaal verbaasd geweest zijn door hoe goed dat ze achterin waren. Doordat die Saliba er volledig is doorgekomen. Ja. Uh, want... Ja, ik denk niet dat iemand die zijn naam had opgeschreven voor het seizoen als die gaat een van de sterkhouders zijn in de competitie. Het is ook niet toevallig dat ze heel veel punten zijn beginnen verliezen op het moment dat hij uh, geblesseerd is uitgevallen en ze naar... Uh hoe noemt een dude met zijn... Uh, holding. Ja, uh, uh, een uh, holding. Die nu de dat is wel goed gedaan, hè? Ja, heel goed, te goed gedaan. Dat, te stoor goed me. Gedaan, dat ja. is te goed gedaan. Je kunt niet van kaal naar plots... Uh, een diadeem, dat ja, was ja, een diadeem. Ja, dat stoor ik ja, probleem. Je kunt probleem. een beetje haar terugnemen, je kunt gewoon normaal doen, maar dan een diadeem vind maar, ik het ja, Maar als jij morgen wakker wordt met haar, dan laat je toch ook groeien? Ja, dan doe ik dreadlocks, hè, zoals ik doe in mijn wedstrijd. Uh, dus ja, ik denk, denk dat daar heel veel stabiliteit is uitgekomen. Uh, en ja... Echt. Hebben jullie ooit gedacht dit seizoen, nu is binnen voor Arsenal? Ja, nee. ik wel. Ha, ik niet. Echt één moment wel. We hebben, ik denk dat we in één aflevering ook van Kick and Rush de conclusie gemaakt hebben: van nu is het echt in Arsenal zijn handen. Alleen echt ook van, oké, okay, nu ligt de bal volledig in hun eigen kamp. En dat is voor mij wel het teken dat je erin gelooft dat ze, dat ze het hebben. Maar dat is heel kort geweest om. En dan zit hij dan aan die reeks is van... Ja, het is het rechtstreekse duel ja. dus ja, dat alles in gehandeld Dus dat was... Twee rechtstreekse ja, maar... duels. Want die, die kwamen... De eerste was uh, verzet geweest. Waardoor ja. dat ze nog niet tegen elkaar hadden gespeeld. Zeker niet voor het WK. Dat was een slechte is... match in eerste. Ja, alleen dat was vechtvoetbal. Dat eigenlijk. was die... Wat was dat? 1-3 of zoiets. Ja, dat was vechtvoetbal. En, en tweede was overklassing. En tweede was een... Ja, part, dat was uh, duidelijk. Zo zegt ja. dus echt jongens. Uh, en... Wat is de reden dat zo misliep op de einde? Want ik denk, denk slechts twee keer gewonnen in de laatste acht wedstrijden. Vermoeidheid, denk ik. Te veel dezelfde, ja, niet de luxe hebben van rotatie die een City wel heeft. Ik denk City ook. speelt wel meer matchen natuurlijk, omdat Arsenal er vroeg uit in, in, in een Europa League was. Ja, Het was niet de Conference League. Hè? Achtste finale, de Sporting, -league, tegen tegen ja, Sporting. En, en waardoor dat hun kalender wel, was, want ook in een FA Cup zijn ze ook uitgeschakeld door City. Ja. Dus eigenlijk had, was hun kalender wel minder, maar. Wat ik persoonlijk altijd raar gevonden heb, en ook met wat, uh, mijn een Arsenal-fan over gehad heb, is de rol van Trossard. Uh, die, is, die is dus gehaald in de winterstop. Is echt gigantisch goed binnengekomen. Wij hadden allemaal gedacht dat hij niet in de ploeg ging raken. Hij ah, ja, niet in 1-2-3 in de ploeg ging raken, omdat, ja, omdat die vier vooraan, Saka, Martinelli, Udegaard en, en, en Jesus, wel echt vast stonden. Maar Jesus heeft zich dan gepresseerd. Ja. Was, was, hij toe... al ge... was hij niet al geblesseerd? Ja, hij was al geblesseerd. Want speelde toen in zijn ja, plaats. Ja, hij is misschien langer geblesseerd je... geweest dan, dan we verwachten. Ja, waardoor hij zich wel direct in de kijker gespeeld heeft met heel veel assists. En ik vind het raar dat hij eigenlijk bij de terugkeer van Jezus weer naar die in bank verwezen is. Want ik vond hem op dat moment de bepalendste van de vier voor hem. Ja, him. maar ik snap wel. Azarteta, wat je met die gasten tot dan had bereikt, dat je teruggrijpt naar hetgeen dat je gewerkt had voor zo lang. Hè. Ja, maar ik vraag me af of dat een foute keuze was. Dat kan. Achteraf, troos, ja, achteraf maar op is het is Op dat moment ik, snap ik dat hij dat doet. We, we hebben het hier wel een paar keer ook gevraagd. Van waarom weer Trossard op de bank? Waarom meer? Want hij was wel gewoon op dat moment de man in vorm. En als manager... Ja, is stom om te kijken wie dat er in december goed was. Maar hebben ze het laten liggen omdat hun aanvallend compartiment uh, op, opeens niet meer marcheerde? Nee. Of is het omdat ze te weinig kwaliteit hebben toch achterin? Ja, ze zijn, ze zijn te makkelijk binnen schieten. Ja, dat vind ik z ook. Mm. Ze zijn als veel makkelijk je doet, als, uh, als je Was die doe... tegen City dat die een kit... Twee echt grote kansen missen. Ja, maar als je de goal ziet disco. die ze tegenkrijgen, daar staat de... er klungelige goals tussen ja. dat je denkt... Ja, en toen... en vaak, uh, soms, die stonden een kwartier, soms twee en een tegen Was dat tegen Southampton of Bournemouth? Ja. Bournemouth. Southampton ook, hè. Ja, staan die na, in het kwartier. Staan die, uh, maar Bournemouth was na, drie, na, vijf, na elf seconden, of wat was dat? dat die was, nee, dat was Southampton. en dan Walcott, ja, ja. He, Walcott ja. tegen Arsenal. Ja. Dus 0-2. Dus, uh, ja. dus als je zo makkelijk slikt... Als ze nu zouden moeten versterken, na volgend jaar beginnen ze toch van achter. Ja, dat denk ik. Ja. Nee, in de midden gaan ze beginnen, hè? Daar zijn ze nu mee bezig, hè? is dus Declan Rice is het eerste wat je allemaal hoort. Mason Mount hoort je ook. Gaan ze wel serieus moeten leggen, denk ik? Ja, Declan. ja dus... oh, dat klopt. Amai, dat klopt. Die gaat duur zijn, ze, maar, maar het zou wel heel, heel goed zijn. Denk dat ik. is wat ze nodig hebben, denk ik, ja. om de next step. Niet gewoon versterkingen in de breedte, echt Twee, drie man. Toppers. Bam, absoluut. Ja, er ja staan. maar ze hebben dat zelden of nooit in het verleden gedaan. Bij, Tot uh, Bij nu, Arsenal. Nee. Hey. Maar de kloof is nooit af zo Af en toe, he. Ja, ja, ze hebben dat af en toe. Maar ze wilden er altijd tegenhouden. Om zo die bedragen. En de keer dat ze het wel gedaan hebben, zijn ze, hebben ze serieus op de tuintjes gehad met, met Pepe. Och ja. Dat, is met het, ik weet het niet waar die hier rond <laughs> 70 nog, miljoen of zoiets gekost. Uh, Niets, denk ik, ja, als ik okay. me niet vergis. Ja. En uh, die. Ja. Dus ja, Party, die heeft ook 50 gekost. Dat is niet zoveel oh, eigenlijk. Voor, voor Arsenal. Bij Rice praat over de 100. Ja, dat is ja, dus dat, dat is al ongetwijfeld zoiets. die half 80. Ja, Maar moeten ze niet ook? Ja, die Want, Klof, ja. Bij Een aantal spelers ja. hebben wel echt op hun maximum gerendeerd. Hè? Want oh, ja. nee, Met alle respect voor Edegaard, maar dat is geen De bruine. Alle nee. respect voor Jezus, dat is geen Haaland. Ja. Ik en die waren eronder, dit ja. seizoen wel, die zo goed gespeeld dat we die ja. in één adem moeten noemen. Al, als, en de andere ploegen, er zijn er een hele aantal die we zelfs nog kunnen overlopen, hebben zwaar undergeperformed. Dus als Arsenal volgend jaar opnieuw voor de titel ja. wil meedoen, ja, dan gaan er een paar ploegen bij komen. Hè. Ja, ja, want de, direct de, direct. de ploeg van Liverpool, die het topcity echt het vuur aan de schenen kon leggen, was, was wel een pak beter dan dit Arsenal mm. op papier. Hè? Op papier hè? Dat had, wel had een... meer verschilmakers. Jawel, ja, dus maar... die moet dat Arsenal nu gaan, we... gaan kopen. Salah is wel voilà. categorie... En dat Hall bedoel en ik, ja. ja. dat ja, middenveld van Saka Saka ja, ja, Henderson... Ja. Nee. Nee. Om dat te gaan, nee, nee. gaan kopen, gaat de en Inderdaad Transseis al 100 miljoen moeten doen. Ja, want met de kern die ze nu hebben, zouden die comfortabel de komende seizoenen altijd die top 4 kunnen spelen. Maar de ambitie moet zijn om City te bedreigen en niet daaronder. Maar dat bestaat toch niet meer in de Premier League? Comfortabel de top 4. Ja, nee, Voor City wel. Maar voor een Man United, nee. voor een Arsenal, voor nee. een Liverpool, voor een Tottenham, voor een Newcastle dat er nu bij komt. Dat is Dat is, nee, klopt. Ja. Dat, dat is Je moet ook ieder jaar versterken en beter dat, worden ja. of je valt uit de boot, denk ik. Ja. Daarom. En dan hebben we het al niet over gehoor. een verrassing. Nee, voilà. Alla misschien in Brighton of zo. Hè. Maar de sterkte van Arsenal op dit moment vind ik niet de spelers. De sterkte is Arteta, vind ik. Die heeft, een, die heeft daar een, een, een spelsysteem in, in geslepen, echt, waardoor dat iedereen ook weet wat hij moet doen. Pep okay, Junior. Dat is huh? ja, Pep junior. <laughs> ja, ja, Pep Junior. Wel, ja. hij heeft ook met die, met die inverted wingbacks, want Sinchenko heeft meer op middenveld gespeeld dan op de bak. Als hij op linksbak vertrok, speelde hij ook mee op middenveld. Dus hij kopieert dat systeem een klein beetje. Maar alle spelers weten ook wat ze moeten doen. Alleen is de vraag, is de kwaliteit van die spelers, als ze uitvallen, groot genoeg? Kun je iemand zetten maar, in de plaats? Nee, ze kunnen niemand zetten in de plaats. Valt er één of twee uit, dan is het al een, een beetje minder. Maar identiteit, het draait altijd om identiteit, vind ik. En als je gaat overlopen van één tot laatst in, in de competitie, ga je zien dat de ploeg bovenaan de duidelijkste identiteit heeft. Als je naar City kijkt, weet je ja? wat je gaat zien. Als je naar Arsenal kijkt, weet je ook wat je gaat wow, voilà. Bij Southampton weten dat ook, hè. <laughs> ja, maar ja, ja. ja, nee, ja. Dat, die, die, die ja. hebben ook identiteit, hè, ja. 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 Nee, maar okay. die wisselen constant. Die proberen echt, die doen echt rare dingen. Ja, zo, en die halen een bed naar recht terug. Die hebben drie trainers gehad, die hebben ja. een random trainer aangenomen, <laughs> Dat die zelf zijn ontslag uh, half gegeven heeft in een interview, omdat hij het niet meer aankon. Dus ja, uh, Is Rice alleen genoeg? Nee, toch? Nee, nee, nee. Gelijk echt, dat je zegt, echt. Achterin moet er zeker iets bij komen. Ik zou, ik zou zeggen, elke linie. De, in de centrale, ja, je hebt ook naar rechtsachter. Het begin allemaal naar rechtsachter, denk ik. En naar linksachter ook, want Tierney is weg. Ja, maar dat mag een backup zijn. Dat wordt al een lang lijstje hier. Ja, maar ik denk gewoon naar rechtsachter, zodat je White als dublure hebt voor je hele achterrijd. Vond ik een goede suggestie van Taki deze week, had hem gelijk. Ja. Uh, Tommy Asso was daar redelijk goed, maar die wat is dan is, ook uitgevallen. Hij ja, is de blessure gevoelig. Dan ja, een patroon op middenveld. Uh, waar Rice en Caicedo vooral genoemd worden, denk ik, op dit moment. Uh, en dan. We kunnen echt... wel niet samen, denk ik. Wel? Moeilijk toch? Pff, ik weet vooral niet wat je dan met een party ja. gaat doen. En, zo, maar... en Ik weet niet of Tielemans nog überhaupt sprake van is. Dat denk ik niet. Mm, mm. Uh, dat was Roma is zomer de grootste meer. kans, hebben, lijkt het te worden. Rome. Newcastle dat heb ik ook gehoord van de week. Ja. Ik denk dat ze gewoon heel slim. Het beschikbare geld dat ze zullen hebben, want bij Arsenal is dat meestal vrij beperkt. Dat ze dat inzetten op de toppers en dat ze voor de gasten die meer in roleplaying of de bank moeten komen, dat ze daar naar gratis transfers gaan kijken. En jeugd? Hey, want een Tielemans bijvoorbeeld, die is gratis denk ik. Ja, die is gratis. Dus dat is super interessant om erbij te nemen en dan kunnen meer ja. kapitaal vrijhouden voor een echte topper te pakken. Ik denk dat ze zo moeten gaan kijken. Ze hebben niet de luxe om vijf, zes spelers te gaan halen. Zelfs niet voor 40, 50 miljoen. Nee, dan beter twee, drie toppers voor 80. Ja, maar voor Tillemans is, is nu de moment wel om zijn grootste loon te eisen van heel zijn carrière. Hè? Ja, maar dat kunnen, dat kunnen die Premier niet afschrijven. Hij heeft wel niet, se... heeft wel niet seizoen top. gespeeld waarop dat hem. Dat is dan jammer, daar natuurlijk. Opijzen, he? He? Dat, is dan nu, dat, dat valt nee, als tegen. Als hij Roma-groemtocht. Ik nee, niet dat je daar niet lag Als hij dat twee jaar alleen had gehad nadat hij in een FA-cup-finale. Een bal binnen jas van op 40 meter, en, en, ja, dan had we vragen wat uh, een wou, denk ik. Wacht, mag ik in plaats van een rice Onana pakken? Of is dat, is dat niet... Dus dat is wel nog een categorie verschillende. Ja, oké. Okay, nee. okay. oh. Ik denk dat Onana nog een paar boterhammen moet bijeten. Rice is wel belachelijk. Maar... Ja. Ik vermoed dat jij niet superveel West Ham ziet, oh, nee. waar, waar ik ook snap. <laughs> ik geef dat ja, even de sneeuw. <laughs> Toch lang? Jij 41 minuten vast. Uh... Ik, ik heb het WK gezien. Ja, daar, daar ken was ik je mensen. Dat was hij goed, ja. Maar dat had hem wel nog een beter naast hem, met Bellingham, ja. maar... Uh... Ja, ja, maar ja. Dat, is, dat is buiten categorie ja, van een arsenal ik een Bellingham. Nee, dat gaat. niet Nee, maar Rice zou, zou ik ook als chelsea van heel jaloers op zijn, want dat is natuurlijk iemand van de opleiding van Chelsea. Uh, dus dat zou weer typisch zijn dat hij weer briljant is bij een andere ploeg. Maar ja, dat is een beetje story. Dat is dat story. nu al. Ja, dat zijn we, ja, Technisch gezien. Bij West Ham. Dus. Die, die staan niet hoger in de ranking, dus Nog net niet. Nog niet, ja. De enige Londense <laughs> ploeg die er nog achter staat, denk ik. Zit er zitten ook een paar in tweede klasse toch uit Londen. Nee, nee, in de Premier League. <laughs> wel, ja. Ja. Uh, genoeg, Arsenal? Ik denk het wel. Newcastle? De, de grote revelatie van het seizoen? Mm. Dan vergeet ik misschien Brighton. Jawel, Te toch, toch qua dat die derdes gingen worden, dat vind ik toch een verrassing. Zijn die derders door, ze waren goed, maar zijn die derders door het falen van de rest ook? Door het vallen van het Chelsea. Door... Nee, ze, ze waren echt goed. Nee, eigenlijk. ze waren echt goed. Die waren vorig jaar bijna gedegradeerd. Hè. Dat is ja. ook sterk. Dat vergeten we precies snel. Hè. Ja. En, en dat is het straffen aan, aan. Het is toen ook wel de ommekeer, is er vorig jaar al gekomen. Toen hij Howe toen heeft overgenomen. En, en het straffen daaraan is dat dat met heel veel spelers nog altijd. is. Dat vind ik het opvallendste aan dat verhaal. Is dat dat nog altijd met heel veel spelers is die wij voordien altijd absolute middelmaat gevonden hebben. Zoals? Ik denk aan een Joe Linton. Ik denk aan een willock ik denk aan een Longstaff dit seizoen. Almiron, Almiron. Almiron. Ik dacht dat hij geen deuk in een, in een pakje boter kon schotten. Oh, oh, Almiron was een paar jaar terug. Ja, in de MLS. De, de man die je moest gaan halen. In de MLS. Ah, ja, in de MLS was ja. alleen. Nee, maar dat is er. dat je zien in Newcastle, dat was een jongen die verdwaald was. Hè? Dat was maar ja, dat lag ook, ja, wie had hij als manager? Dat was Steve Bruce en wat was dat? En en dat vind ik straf dat hij hier geslaagd is. maar hier en daar wel. Allez, ook een Dan Burn gaat die dan kopen. Dat is nu niet een wereldshotter. Een linksbak van 2,10 meter. 10, dat is altijd briljant om te zien. <laughs> dan wel een paar goede transfers ook. Een ik tripier. heb te weinig, te weinig gekeken, precies. Want dat interesseert mij wel. Een linksbak ja, van dat... 2,10 meter? Ja, 2 meter en 1 of zo. Hij is toch wel de grootste, hij is de grootste de van, de de van de hele Premier League. Ja, ja. En dat is een linksbak, dus dat is funny. Uh, maar dan zo'n botman die die zijn gaan halen, ook wel. Die stond wel in de belangstelling van veel mensen. Trippier, een grote naam, gevestigde waarde. Absoluut de sterkhouder. Ook player inge, of the top, air, denk top, ik. Een top, top naam die ze toch echt gekocht hebben. Ja, en Bruno Guimarães. Ja, en dat is waar. Dat is echt een. Ja. Ja, dat is, dat is echt een, een, een belachelijk Absoluut. Als Goeie die goedkoper is dan Rice, bijvoorbeeld, ja. zou ik ook niet twijfelen om die te halen. Dat is, is wel een vijfskelos. Moest nu ook weer rood gekregen hebben. Klein beetje. Nou, die... ja, jawel, met die okay. tackle, man, dat kan gebeuren. Maar ja, om die naar Arsenal te gaan, gaat het nu toch niet meer van Noekas. Maar... Nee, voilà. Nee, nee, dus dat nee, een nee, nee. Die nee, is een transfer die, niet meer, die niet, niet meer kan. Ja. En Isaac, hebben die ook ge... ja. dat is ook een naam dat hij gehaald hebben. Om... En ook een zotte voeltreffer. E, op het einde toch zeker. Ja, hij is geblesseerd geweest, hè, snel. Ja. Uh, maar op het einde was hij... Ja, nee, die kan wel shotten. <laughs> ja, ja. En de ook groot, hè. Ja. oog toch groot. De manier waarop dat ze... He, want Saudi-Arabië is dan in dit geval. Ja, ja. Dus dat mogen we ook niet vergeten. Nee, voilà. he, de die gaan ook niet stoppen totdat ze alles gewonnen hebben, denk ik. Die zijn daar ook van plan. Die we het maar wel rustig aan doen. Die hadden heel veel geld. Die zullen waarschijnlijk ook gezegd hebben: van mannetjes, zo snel mogelijk, hier is een gigantische koffer. Ze zijn de rijkste ploeg van de wereld op ja, dit moment. Ja, ja, ja. Dat, dat gaat hier ja. niet meer over miljoenen, he. dat ja. gaat over miljarden. Dus, maar dat ze dan kunnen zeggen, uh, als hou zijnde, als trainer zijnde. Nee, we gaan dat rustig doen. Ik heb dat nodig, ik heb dat nodig, ik heb dat nodig. Blijf kalm, allemaal. Ja, maar door derde te worden, gaan ze misschien wel in hun eigen val lopen. Sowieso. Ja, rustig Paul, blijven als je derde eindigt. Je gaat een Champions League in, hè? Ja, maar ja, ze hadden dan nu? Ja, moet ja, dus okay. moeten nu doorpakken. Dan ja. moeten je toch ook gewoon drie toppers halen, ja. Ja. En drie grote namen. Dus die gaan versnellen, hè? Dat kunnen ze. Want, ja? uh, Dankzij de, de geleidelijke start. Door de Financial Fair door Play. Te, ja. Ja. Doordat ze het geleidelijk doen, kunnen ze ja. nu profiteren daarvan. Ja. Ja. Ah ja, hoe kunnen ze dan nu profiteren? Want ze gaan toch vrij snel aan wereldtoppers moeten gaan komen, waar ze misschien al gedacht dat gaan ze... Hebben op, we nu die ja, gaan ze hebben nu al hè? de inkomsten. Hè? Dat je weer mocht uitgeven. Hè? Ja. Ja, ja, dat is waar. Ja. En ook, je moet ook niet vergeten dat dat een van de denk, derde grootste aantal supporters die hebben, elke week die een, in de Premier League is. Die hebben he? ook een markt voor hun eigen. Hè? Dat is ja. een van de weinige grote steden waar maar één club zit. Maar geen rijke regio, toch? Nee, geen nee, rijke niet, regio. Maar, maar ja, die geven al hun geld uit. Ja, maar allemaal naar ja, Newcastle. Het maakt niet uit eens... hoeveel dat ze hebben, het maakt uit hoeveel ze uitgeven, cru, cru genoeg gezegd. En de Newcastle-fans, ja, die... Die zijn zot, dat is... Ja, dat ik vind dat wel mooi, heb je dat, dat deur, beeld gezien? Ik denk dat het afgelopen weekend was van die wenende... Ja, ik kan zeggen opa, omdat hij ja. in die leeftijdscategorie zat. Omdat ze zich geplaatst hadden voor Europa voor het eerst in twintig jaar. Ja. Ja. Wenen. Ja. Zelfs ja. dat in, in de, de league Cup finale league tegen Man United. Die verliezen dat en die Oei, ontwenen omdat ze die finale heb hebben. Ik die was aan het wenen, niet omdat hem stress had, of omdat ze gewoon... We mogen nog eens naar een finale. Dat is, die, dat is Voor die mensen in Newcastle is die club zo belangrijk dat dat omdat het een grijze stad is, omdat het geen rijke stad is. Nee, nee, die hadden niks, hè? Dat is het enige wat die hebben, en, en, dat, mag okay. en dat is dan de keerzijde van, we Ze hebben, hebben die sportswashing ja. van, oké, okay. wij kijken ernaar en, en denken van fuck it, het is stom dat Saudi-Arabië daar zoveel geld in pompt, maar een Newcastle fan die zot is van die club, die altijd miserie heeft meegemaakt, en die nu om de twee weken met plezier naar het stadion kan gaan, die denkt ook gewoon, what the fuck kan mij dat schelen? Wie dat, dat geld ligt? Ik zie hier fantastische shotters voor mijn neus. Een kroonprins bij KV Mechelen, ja of nee? Ik heb die discussie nu meer en meer en meer. Hè? Omdat ja, als ik ooit wil meemaken wat een Newcastle-fan meemaakt of wat de fans van Union nu meemaken, meedoen om de titel Europa in... Maar in is nog een, een B-ploeg worden van Dan iemand. moet het zo... En wil ik dat ooit meemaken als fan? Ja, fuck it, ik leef maar één keer, hè. <laughs> ja, ja, dat is exact wat ik zei, voor Newcastle-fans, Ik wil ook een keer echt de titel in België winnen, ik als ja, ja. fan, naar de Champions League. Dat ja, 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 ja. Is, toch, is allemaal tot totdat bij hun eigen ja, gebeurt. Ik, wil het, ik het wil het wel eens meemaken, natuurlijk. Dus ik snap ook wel die fans die vrij rap gekeerd zijn in Newcastle. Want in het begin waren er ook wel, was er ook verdeeldheid daar, hè, van ja. moeten we daar nu voor staan juichen of niet. Maar ja, de fans... Dus... De fans zijn de club en die eigenaar, dat is een passant, die zal wel weer terug veranderen. En die fans, inderdaad, die pakken gewoon wat ze maar kunnen. Maar die eigenaar pakken. is ook iets meer net dan een rijke Maar Iets meer Neem het voorbeeld al, van Man United. Die, ja, die zijn allee. op één jaar tijd aan het stijken op Ik vind het goed aan dat aan jij de op, stem uit, Sam, want ik ben te lyrisch aan het worden over, <laughs> over Shikes. en uh, wat is het allemaal? Gewoon. Ja, gewoon als jij denkt aan Rob Schoorsmanetje, dan kan alles voor je, het maakt oh, niet uit. Ja, nee, ik maar. pas me gewoon aan. Tom, ik eerder van wat jij zegt. En ergens dat contrast tussen zo'n zo, zo beetje een industriestad staat in verval Waar dat dan plots wereldvoetballers gaan terechtkomen, ja. ik wil dat wel zien ook. Dat was de vraag die, ze, die de meesten hebben gesteld: hè, van wie wil er in godsnaam naar Newcastle <laughs> ja. gaan? Vroeger ja. was dat ook, wie, wie ging daar naartoe als stopper? Ja, Philippe Albert. Britten? Britten, zo van die mensen. Hè? Britse topspelers, als Ginola. Als we dan toch een mooie moeten ja. noemen. Maar, ja. zie die gaan maar nou, is Mar Manchester ja. het mooie Manchester? Mm. Het is hey, wel een leukere het stad, dat geloof ik allemaal. Maar het is ook dreams, niet... Is allee, iets 16 dagen ja. geen regen per ja. jaar. He. Allee. Ik heb Sunderland-Tillaita ja. dat, he. ja. dat ligt ja, daar toch vlakbij? Ze brachten dat wel op een heel triestige manier, die buurt. En Dat is toch zo, zo vlakbij Newcastle? Dat is grote ja. Ik zie Neymar ja. daar niet naartoe gaan. Ah nee, die gaat daar terug, niet zo Nog te opvallen, ik denk... Dat er veel mensen dachten dat Eddie Hou een tussenoplossing was. maar dat hij het dan zodanig goed gedaan heeft vorig seizoen. dat hij ook eens. En zijn een assistent. Dat hij echt op een grote vergeten. naam ging mikken. En zijn, en zijn, zijn assistent. Dat ook niet assistent. Dat, niet was. Mijn dat was. Mijn is mijn volgende vraag. Heeft Newcastle de bekendste assistent van de wereld? <laughs> maar. Kan je dat verhaal nee, even Ja, als? leg me dat eens uit, want ik ja. zie dat op Twitter, maar ik snap dat niet. Oh, en ik heb er wel eens het twee, maar leg ja, het ja. even uit. Ja. Dus, uh, dus, de hoe heet hem? Tindall is. Jason Tindall is de T, t 2 van Newcastle. En op een bepaald moment uh, die, is er een Twitter-account opgestart die. Uh, in beeld bracht hoe actief dat een Tindel altijd in de spotlights kwam. Daarbij dat hij altijd stond te coachen naast Hou. Dat hij ook altijd. Het is ook wel iemand die goed pakt op camera. Hij pakt goed op camera. Het is gewoon een mens. Het is ja, Het straalt wel iets uit. En op een bepaald moment was het zelfs zo dat hij als eerste een hand ging geven aan de manager van de tegenstander. Ik weet nu niet meer welke ploeg dat was. Was Gary O'Neill, was Bournemouth. Dat zou Ik denk dat Gary O'Neill van Bournemouth was, en die negeert zijn hand van die Tindel om eerst het hand aan Eddie vast te geven. ja. Maar niet per se arrogant of zo, maar gewoon ernaast gaan en het hand geven. En op dat moment uh, is die Twitter-account en is alles rond die in Tindal volledig ontploft. Waardoor zelfs een Dortmund en zo begonnen op ja. een Matchday Visuals die in Tindal te zetten. Ja. Waardoor dat die, uh, ja, een, een zotte hype was. Uh, is waardoor... die media geil of die wil zelf T1 worden? Of... Hij, is, hij is dat geweest in het verleden, maar niet op topniveau. Jawel, want als Bo bij Bournemouth bijvoorbeeld is Eddie Howe uiteindelijk ontslagen in het, het seizoen dat heel slecht ging. En dan heeft hij overgenomen. Ah, ja, okay. Dus, dus... Uh, hij was toen ook al T2. En dan heeft hij, is hij de manager geworden van, uh, van Bournemouth. Maar, en dan heeft hij nog in de Championship nog ja. even geprobeerd. Maar uiteindelijk is hij toch weer terug T2 geworden. Dus ik weet niet wat zijn ambitie is. Ik denk dat hij gezien Vraag heeft, misschien moet ik wel gewoon bij Eddie Howe blijven. <laughs> Want... En die aanvaardt dat in Eddie Howe? Ja, ja, op een of ja, andere manier zijn, wel. Zijn, zijn goede vrienden, die hebben echt heel lang samen al... Maar dat was nu onlangs de manager toen die hem voorbij liep. Ja, ja Gary O'Neill van Bournemouth ja. was. We hebben daar net ook even over gehad. En daardoor is het echt helemaal ontploft, precies ja. door dat filmpje. Dus die gast gaat nu in de Champions League en dat wordt een grotere ster dan een hoofdcoach. Dat is wel een probleem. Denk. Ik ben benieuwd. Ja. Ik weet niet, want Hou vindt dat niet erg, zegt hem zelf. Omdat hij zelf... Een ander karakter heeft en omdat hij niet zo in de spotlight wil staan. Oei, Zegt hij probleem ik ik vind als T1 van een toploeg? Ik vind bijvoorbeeld met een Stuyvenberg dat hij ook veel in beeld komt bij Arsenal. Maar ja, dat, is ja, maar omdat we die dat is misschien omdat we die kennen ook dat het opvalt. Terwijl als dat iemand is dat je niet kent als T2, dat dat uh, minder opvalt. Bij Louis van Gaal heb je het ook altijd: een keeperstrainer gehad die ik weet niet hoeveel kwam meegeven aan de spelers. Een Hollander, dat irriteerde mij ook zot. Ja. Ah. Dus blijkbaar vinden die coaches dat dan toch niet erg, maar bij Van Gaal of. Ik denk ook, dat klopt. Als Fred van der Biest is die dan ook niet heel die op zijn. Ja, maar die nou, hij is die, kalmer, die, ja, die okay. blijft redelijk kalm. Maar ik denk dat een echt een top T1 aanvaardt dan toch niet altijd. een, st een ster T1 dan? Ja, een ster T1, ja. Ik ja, dus ja. denk ja. dat de hou wel gewoon geen, geen ster T1, dat kan nooit een Mourinho of zo zijn natuurlijk. Nee. nee, ik denk als je die selfies zo in de kleedkamer aan overwinningen overwinning, staat die ook altijd super bescheiden aan de zijkant. En in T2 staat dat dan echt full in midden. Echt ongelooflijk. Nick Pope wou ik nog zeggen bij Newcastle, dat is ook wel een belangrijke aanwinst geweest. En, en, en Trippier. Ja, dat heb ik gezegd. Maar wordt dat zo een ploeg waar... Weet een helft van de spelers kennen nu eigenlijk al dat ze een betere gaan halen op hun positie? Want dat is ook een gemakkelijke Dat is dus verbazend. dat ik denk van niet. Ik denk twee of drie. Dat er twee, drie weten van, oké, mijn dingen zitten hierop. Want Tierney zijn ze bijvoorbeeld al mee bezig van Arsenal om de linksachter te halen. Dus ja, Dan burn dat gaat dan misschien centraal komen. Of ik staan, want die was wel goed. Ze er toch een van Aston Villa gekocht vorig jaar? Als backup? Target. Ja, target. En, en dus die je gaat mogen beschikken. Die, nu, ik denk ja. dat die het terug weg mag. En dan is dus een, een betere backup met Ja, nog. Ik denk niet dat hij er acht of negen of zo, daar ben ik eigenlijk vrij zeker van. Ja? Dat dat een geleidelijk ik ben zeer benieuwd. Zijn. Die mannen gaan naar de Champions League, hè? Ja. Ik denk uh, dat hij elke opportuniteit die deze zomer langskomt, dat hij daar misschien wel meer op jou op gaan zeggen, gewoon dat ze zoveel goesting hebben. Ja, maar de namen die ik dan, dan al genoemd heb zien worden, zijn zo wel allemaal nog echt. Wel, ik had zo'n beetje het gevoel: de rest of de Premier League All-Stars, dat die zo die. Een wat, Watkins die genoemd <laughs> werd, een Tony die genoemd werd. Zowel spelers die. De, uh, ik denk een Madison bijvoorbeeld van Leicester ja, die genoemd ja, werd. Ja, ja. En dat vind ik dan op wow. zich wel een plezante transferpolitiek. Dat, dat, je dat, een dat je eigenlijk een beetje de, de best of, ja, the, yeah. of the rest van de Premier League... Dat je de onderste helft, tabelhelft bekijkt dan ja, ja, van, en zegt van... daar de beste, beste, die beste uit had. had ja. die, die Want die, die daar ga, ga je in de Champions League geen potten mee Maar pas breken. op. Pas op, ja, ja. Maar toch niet op een, mijn, mijn moderne Europese spelstijl. Als maar. je naar Watkins, een Watkins en een Tony en een Madison had... Maar wat, wat een Watkins is een supermoderne mijn, spits, een Watkins. Milan en Inter spelen wel de finale. Ja. Ik wil dat toch zien, zo'n een, een British Fight Club. Dan zetten je 80, hier weer 0, 54 nog. minuten en dan we weer een Engeland hater aan toe. Nee, maar helemaal niet. Het ik heeft ik nog langer geduurd. Ik, ik zou dat graag vinden als. Maar die, die was niet is een fantastische shotter, ik ja, zou dat een fantastische ja. shotter vinden. Dat is totaal geen Britse spits. Ja. Nee. Ah, dat is een, zot, een druk drukzettende spits die, die zot veel werkt en, en eigenlijk ja. technisch goed is. En is niet groot, die is niet super sterk ofzo. Dus. Ze gaan geen twee Spanjaarden, een Italiaan, twee Brazilianen. Nee, denk, denk ik ook niet. Nee. Maar. Zou ik fijn vinden ook gewoon omdat... Dat is weer, ik vind het altijd plezant dat je een club kunt samenvatten in twee zinnen. Dus dat zou fijn zijn als die kiezen voor de Britse identiteit. Wat zijn de twee zinnen waar Newcastle mee zou samenvatten? Nee, nee, dat zou fijn zijn als die kiezen voor, voor de Britse identiteit. van Omschrijf Newcastle. Newcastle is een topploeg die het probeert op de Britse stijl. Oké, okay, en de All-Stars best wel de ja, best. <laughs> best wel the rest, Zoiets, oh. ja. Uh, nog een ploeg die hopelijk naar de Champions League gaat: Manchester United. Eén puntje is genoeg, zeker nog. Hè? Uh, ja, één ja. op zes. Tegen zin. Chelsea. Ja. Kan dat al? Kan. Een punt tegen Chelsea. Uh, maar hoe beoordelen we het seizoen van Man United? Ik vind het Raar een van, seizoen, hè? Ik vind het een van de moeilijkste om te beoordelen van alle seizoenen. Ja. Degelijk toch gewoon? Omdat op het einde was het echt kruipen eigenlijk. Echt, st dat echt... strompelen tot aan en de finish. Saai. Meet. Ja, en... Ik denk oh, dat ja. de lat zo laag gelegd is. Ik snap dat niet. Ik ben een oude mens. Alleen oudere rummen. Oudere Je ziet er jong uit. Ik vind dat. Ongelooflijk hoe laag dat de lat gelegd is bij Man United. Ik snap dat niet. Maar dan net het over wegworst en zo. Bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik het wel het, su slaap. het summum. Maar, ja. nee. En, nee gewoon, gewoon de lof wordt een hach nu. En ook, dat, dat we hebben de, de League Cup gewonnen. Jochij. Ja, oké, okay, maar een prijs in Engeland dan niet Manchester City ja. is, is wel op De als League Cup. Ja, okay. Ik neem ja, maar... mijn woorden terug, je bent toch oud, want je gebruikt het woord jochij. je moet eens terugdenken dat we een jaar geleden over United aan het twee waren. Ranjik was daar manager, hè? Klopt. Ranjik is daar manager in. En het is duidelijk geweldig verbeterd. En ik ben een fan van Den Haag. En ah, zeg wat je wilt, maar die staan nog altijd onder hun niveau. Ja. En het feit dat ze moeten krabben om in die top 4 te komen, dat vind ik nog altijd onder de waarde van een grote club als. Man United. Ja, maar ik kan wel grote clubs noemen die het op vier niet halen. Groter dan Man United? Maar je moet de speler ook grote clubs. Is de spelerskern beter dan de vierde plaats? Wel, dat denk ik ook niet aan. Nu ben ik aan het twijfelen. Maar is de spelerskeren op papier beter dan die van Arsenal? Dat durf ik wel ja op zeggen. Op papier? Ik denk ook. De beste zitten misschien bij United. Als je een Mixed 11 maakt. Oeh. Ja, het probleem is, ik ga ja. mij baseren op recente ja, vormen. Ik moet ja. eerlijk zeggen, als je die namen ziet. Het gaat niet over renderen. Hè. Het gaat over de namen. Hè. Op papier. Jaden Sancho, die speelt bijna niet. Anthony, die heeft 80 miljoen gekost. Wat ging uh, dat net die twee Rashford. Dat Waar het niet uitkomt dat uit die twee? Het komt er met Casemiro. Dat uh, is cool. Werdsen. Ja? Varam. Martinez uh, van achteren. Martinez. Die was briljant de Gea. Je kunt zeggen die maakt veel fouten, maar dat is toch al oh, gigantische naam. Maar is dat bij Arsenal speelt hij of niet? Die speelt. Ja, ja die speelt ja. Voilà, zo, zo dan. Ja, dan niet, niet als Saliba al. en dingen. Nee. En Gabriel fit zijn. Nee. Ja, hmm. Misschien wel in plaats van Gabriel dan eigenlijk. Ik denk dat nog altijd dat ze onderperformen Ik kan daar niet aan doen. Mijn, mijn verwachtingen is, is, over mijn United zijn veel hoger. Het is zijn nog in genezing, hè? Ze waren gewoon wel echt superziek. En nu hebben we het gevoel, ze zijn aan het genezen, maar ze zijn nog niet genezen. Dus ze waren Maguire en ze zijn nu al opgeklommen tot de weghorst. Dat wil nee, ik nee, eigenlijk nee, zeggen. Nee, nee, nu trekt vinden wel lachelijk, maar onderschat je niet hoe diep dat ze zaten? Gewoon. Want ja. nu, het is misschien nog niet qua aantal punten en ook qua spelniveau heel goed. Maar gevoel dat er wel meer bouwstenen zijn naar volgend jaar toe. dan dat je jaren jaar geleden had, Klopt. bijvoorbeeld. En ze hebben een kompas, hebben ze nu het gevoel? Voilà. Vorig seizoen hadden ze. De laatste weken zijn ze op, ja, op de kompas ja, precies is... toch wel weer kwijt of ze ja, hebben bijna een magneet gestoken en, of zo. Maar. En Rashford, die heeft heel veel goed gemaakt ook voor, voor die ploeg, want hij heeft daar een bepaalde reeks neergezet waar hij echt aan de lopende band scoorde, waar dat ze heel veel punten gepakt hebben dankzij hem, want anders had het er ook een pak minder uh, rooskleur uit. Ik denk maar. dat er hier twee mensen zitten die in die periode gezegd hebben dat ze meedoen voor de titel. Ja? Wij twee, team. Ja, ik weet het. Ik als van. Gij... toen had hij er ook belachelijk... Op cijfervlak heel dichtbij. Hè? Uh, ik denk dat op drie punten van Arsenal stond waren... op een gegeven moment. Wel met een match meer altijd, denk ik. Maar ja, ja, dat is waar. Maar ge gevoel, ge had het, goeie, het gevoel van een ploeg dat je soms hebt, van, zit uh, op, dat mannen. zit goed in elkaar. De, wow, die gaan niet zo heel veel meer verliezen. De, dat gevoel hadden we op dat moment. En, en, en Rashford, van... die een half schot binnenlegde. Ja. ja. wij zijn toch. Dat was nog dit seizoen dat wij de derby zijn gaan kijken. Nou, Moet dan dat Dat is een oh, rare oh, seizoen, maar je kader tussen... Hij was het zes of zeven, 6 uh, of oh, 7. Ja, dat was zot absoluut United drie keer gescoord nog. Ja, ja, nog. En Marcel valt daar nog in. Ja, Martial 2 en best. Anthony één. Man, ik heb zo... Allee, als buitenstaander het gevoel bij mijn United die zo wat permanent aan de bakster liggen. Die raken daar... Allee, snap je? Die komen daar toch niet mee wel, maar dat... Als jij zegt, ze zitten ja, in een punt. proces van genezing. Ja, dat is mijn punt. Wanneer, wanneer, ik... komt, wanneer zijn ze genezen? Ik zie dat ik niet direct dat hoor. ik denk wel eens dat ze eindelijk de juiste bachster eraan gaan, gaan hebben. Ja. Ten Den Haag dan. Ja. Ja. ja, dat denk ik ook. Ten is King Eric, dus ja. Die nu... De eerste stap van zijn grote opkruis gedaan ja. heeft. Die daar eerst Ronaldo heeft moeten Maar hoeveel hebben die nog nodig? Die zat er nog in het begin van de seizoen. naar Ronaldo. Okay, maar hoeveel dat lijkt jaar, al honderd ja. jaar geleden dat hij zo. Het kan snel gaan, maar hoe, allez, ze hebben toch echt nog wel veel nodig om echt voor de titel mee te doen? Of in nee, Champions League niet. de laatste ik vier. Ik heb hier drie denk namen denk staan die echt wel gelinkt worden met Man United. En dan is het die orde. Kim van Kim, ja. uh, Napoli. Spelen, dat ja. zou wel een hele goede wel zijn. Verleden. Neymar wordt echt wel genoemd. Oh, en nu daar... met, uh, nee, met de Neymar ras... wil je nu toch niet naar Ronaldo? Met, yo, ja, <laughs> ja? natuurlijk wel. Ja? Maar, nee, maar Neymar je wel zie die... je te weinig spelen. Nee, ja, maar die... Neymar, Neymar is goed, maar dat is voor mij weer een stap. Maar dat is weg geen, van Dat is geen Ronaldo. Richting. Die dus okay. kan die positie innemen zonder dat je heel je spel moet aanpassen. Nee, ja, 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 nee, op het dus veld. Bij ik, heb meer, ge... ik heb meer naast het veld, ja. Op het veld is Maar naast het veld, neembaar, ik vind dat niet... was ook wel briljant op, de, op 2K. Was ik, ik vind Nijmar geen supergrote nee? etter of zo naast okay. het veld. Zorgt hij voor zoveel... Ja, dat zit misschien in mijn hoofd dan. Nee, nee, ik een keesjes? Dat wel, het is, maar... Het is meer, het ik, ben, ik moet naar een feestje in Rio, ik ben geblesseerd. Dan moet je erbij nemen. Dat ga je. niet pakken, hè. In mijn nieuw gaat dat niet pakken, die op zijn eigen groter is dan. dat wordt de stijl. Of die even groot that is als de club. de De naam that Neymar that is, that is that toch that gigantisch. Dat vind ik wel echt niet. Dan groter dan oh, Man United. Jongens hangen direct aan Old Treffer. een grote banner van Neymar. Ja, that 50 that op 50 direct. Je zet direct yeah. weer heel veel mensen maar, van die ploeg in de schaduw. Je verkoopt ook honderdduizend shirts een dag no, 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 no. twee no. als je die haalt. Dus. Natuurlijk, het is wel. Shirts zou een belachelijk goed staan. Oh, dat zou er fucking goed zijn. En ook heel eerlijk, alleen maar dat kan. Ik ben natuurlijk van, dus ik ben subjectief. Je wilt hem ooit toch in, in de, de Premier League? Branding, absoluut. zien absoluut. Ja. En dan ja. wil je hem toch daar? Stoort mij nog altijd. Gigantisch... Toch liever dan bij, bij een Chelsea of bij een jammer... Er gaan zich gigantisch veel mensen ergeren, hè? ook weer. Dat is lekker like krielen, dat is juist hetzelfde. Hè? Dat is provoceren en, en stampen krijgen en dan gaan liggen. En dan... Maar ik ben niet tegen. Maar de derde naam die genoemd wordt, is nu natuurlijk met heel de racisme, Pini. Vinicius Junior. Dat wow. zou een logo zijn. Hè? Als je daarvan voordat, Neymar, Rashford en Vinicius Junior... Alle allee twee. Eén dan... nee, nou, van de twee. Ik dacht net hier een toe. beetje naar boven toen dacht ik het zijn. Ik krijg hem ook niet meer van bevrijd. De Gouden hondenloe? <laughs> ja, Wat een voorlijn, jongen. What the fuck. Maar die kunnen, nee. Dat is alle twee links buiten. Ach. Nee, Marvinie. Die ja, we kun wel wel laten switchen, en Rashford ook, eigenlijk. Ja, eigenlijk uh... ook. Maar Rashford wil 9 ja, zijn. moet ja, negen zijn. Nee, maar dan alleen. Dan zouden we van u een baksteraf, denk ik. Nee. Dan zou ik sowieso. Zo zo... We zijn echt aan het dromen. Ja. Nu. Ja, ja. Ja, 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 ja. Dan koopt een abonnement. Of dat je er prijzen mee wint, dat weet ik niet. Maar ah, wel, als die alle drie komen, dan neem ik echt een abonnement. Ja. Zeg jij Pro De Gea of. Nou, ja, dat was uh, mijn volgende vraag. De Gea is de doelman met de meeste reddingen dit seizoen? Ja, in de, heeft de Premier League? Glove, ja, ja. Maar hij heeft ook misschien wel. Zeker van, van sheets, de topploegen. Nee, top ja. Oh, ja. ja. Mee de sheets, en meeste meeste sheets, En de meeste reddingen. Toch ook? Dat heb ik toch meegekregen? Ja. Ik dacht meeste clean sheets, ik wist niet ja. meeste redenen, Maar hij heeft nee. ook van alle toploegen misschien wel de meeste, meeste, flaters, ja, meeste flaters die punten gekost. Samen met, met, met Loris, eigenlijk... de meeste errors. Omdat hij dingen moet doen van te naag dat hij niet kan. En dan vraag ik mij altijd af, is dat... Kun je hem dat kwalijk nemen? Is dat een beetje te haag zijn fout? Maar vooral de vraag is dan, dan wordt het toch een moeilijk huwelijk? Nee, dan moet je gewoon toekomst. een andere pakken. Dan moet je iemand Punt. nemen van uw stijl. Hè? En wat is dat in het uitvoetballen gewoon? Ja, hij moet kunnen voetballen. Wordt hij Raya daar ook genoemd? Wordt die bij United genoemd? Ja, ah, dat weet ik niet. Want die wil... dat heb ah, ik dat nog is Tottenham van gelezen. Tottenham vooral, is dat. Ah ja, Loris is ook zo ja, een beetje een fijne carrière. Zoveel ja. goede keepers zijn nog niet, hè? Die nog niet al bij een toploeg. Nee, zitten. maar die Raya van Brentford is wel goed en kan ook wel voetballen. Ja. En die is zijn een contract, of, of volgend seizoen een contract. Een van de twee. Dus die staat wel in belangstelling van wat topclubs. En die dan nu ook in die ruil zat hier van Valencia, dat is bij voetbalmanager zo de

maar hij heeft wel... ook matchen waarin een punt een pakt, heb ja. ik het gevoel. Ja, ja maar je zet allee, ja. Ja, maar is, er geen ploeg op. Hij verhaalt ook naar zijn verdediging, denk ik, te weinig uit of zo. Maar hij is wel echt een United legend. Ja. Wel, ging, ja. Het is niet. Ja. Het is ja. ja. lijkt like Chelsea die Peter Czech moet doorsturen. Die ja. hebben dat ook gedaan omdat, omdat ze kort waden. Ja. Het is zo niet iets wat je doet zonder dat je een deftig alternatief hebt. Ik vind een heel goed alternatief. Ja. Ja. Nee, ik vind het een moeilijke. Omdat hij, in mijn ogen, altijd wel een bepaald en degelijk niveau Maar hij past gewoon niet in de filosofie. Dan, dan moet je wel ergens een knoop doorhakken. Ja, altijd... uh, hoe zit het nu met de verkoop? Is er daar nieuws rond? Het, uh, het nieuws, ja, ja, er is nog nieuws rond, absoluut. Dus uh, om het een beetje te kaderen: ze gaan eh, er zijn eigenlijk twee, verkopen. Er zijn twee <tomt> grote kampen. Hè? Dus de Glazers willen verkopen, en uh, al uit Qatar is een van de partijen die willen kopen. Dat is zo een, een, een rijkentist uit Qatar, dus <tomt> dan word je eigenlijk een klein beetje PSG. En die willen 100%, van de, die wilt 100 van de aandelen kopen. Dus de Glazers volledig uitkopen. En uh, de familie van Man United staat daarachter. Want die willen die Glazers zo snel mogelijk weg. Ja. Want dat zijn mensen die uh, niks anders doen dan hun eigen zakken vullen. en... Dividenden uitkeren aan zichzelf, vooral. Uh, dus de, en niks opknappen. Eh, Carrington, het, het trainingscentrum, ligt er ver, verloren. Het stadion Het stadion ligt er echt uh, tot binnen. Het is bijna Olympia. Hmm. Allee, hmm. Uh, Jan Breidel stadion. Nog niemand. Nog ja. niemand bijna. Ja. Ze gaan richting. De klokken. Dezelfde. De klokken. De klokken. Maar, uh, en dan een tweede is uh, Sir Jim Radcliffe, is de baas van INEOS. En. Uh, die heeft ook gezien van, oei, uh, ze zijn wat weigerachtig om te kopen en heeft een, om te verkopen, sorry. Dus die heeft een slimme zet gedaan en gezegd, ik hou de glazers aan boord en ik neem een x aantal pakket van de aandelen over. Maar wel de meerderheid. En de glazers mogen blijven als nee, 49%, als ah ja, okay. ik me niet vergis. Waardoor dat de glazers sowieso ook nog erin blijven in die club. En dus kunnen blijven verdienen, eigenlijk. En de voorkeur van die glazers gaat uit naar, naar dat project, uiteraard. Maar binnen die familie van de glazers is er dan ook nog eens discussie, want dat zijn ook uh, twee broers en, en, uh, en een vader die, uh, en, en weet ik veel wat. Ene die wilt verkopen, ene die niet wilt verkopen, en dus die zijn het eigenlijk ook niet eens. Maar wat ik gelezen had is als uh, bijvoorbeeld dat akkoord zouden gaan met de qatar deal dat het de een van de duurste sportclubs wordt. Uh, ja, ooit want worden. dan gaat het om. Dus ja, waarom zouden dat weigeren? De, als je de lezen tussen de 5 en de 6 miljard gaat het dan. Joh, dat is toen een zottendeal. Ja, maar is dat niet de waardevolste sportmarkt nu al? Er dat is een NFL-club, die recent dat ook door. verkocht voor heel dat veel. Een club, ja. Ja, Washington. Washington de dat dus, was echt vorige die, week of zo. Nee? Ja, maand geleden, denk ik, maand geleden. Ja. We maar, hebben die discussie al vaak gehad. Waar, welke fun halen die glazers daar nog uit? Die niks, worden, beschimd die, worden beschimd. die halen daar ja. geld uit. Die dat geld is de, de enige ploeg waar de eigenaars er geen geld in steken maar eruit halen. Hè? Maar als je vijf of zes miljard in één keer op je rekening krijgt en je zet er vanaf. Alleen jong. Dert, dert dert moet, United ik zou die er uit het hebben. <laughs> <Ja. laughs> maar, maar nu blijkbaar eet hij een Altaan in. Dat was van de week dan. Dat is het laatste hoofdstukje voorlopig. Heeft hij gezegd van als ze zo moeilijk blijven doen, dan koop ik West Ham. <laughs> die mannen zijn gek, joh. Dat is ook zalig. Maar dan krijgen je daar ook nog eens een stinkend rijke ploeg. Hm. In die top 4 gemakkelijk. Ja, nou, nee, 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 dat zou goed moeten ja. blijven. En ik denk de dat West Ham hetzelfde zal doen als Newcastle. Die supporters gaan zeggen. Hey. Kom maar. <laughs> Absoluut. Maar als je dit allemaal hoort, dan snapt je toch volledig dat Real en Barcelona zeggen: Kom, kunnen wij nog in die Premier League Zo snel mogelijk. Ja. Goed, uh, genoeg over Man United? Ja. Eh, nee, ik wil wel nog even zeggen: ik hoop wel dat die terugkeren aan de top. Dat is, dat is mijn jeugd, hè, Man United. Ja. Dat ja. zou een Nieder zonde zijn dat, dat die, die, dat van die van niet ja, gaan ja. meedoen. Alleen, minst meedoen voor de top. Ja. Ja, maar ze, ja. En Eric Cantona is heel erg streng, hè. Die heb ik ook even mee. Is vandaag jarig? Uh, ik denk dat ik vandaag het tegengekomen ben. Zie we, uh, het is totaal anders, maar zien we Greenwood nog ooit? Voor Man United spelen? Nee. Nee. nee, nee. Jammer En, en is... Engeland zelfs wordt moeilijk. Maar de man de United. En hij gaat nee. met trouwen, trouwen met het meisje waar... Onwaarschijnlijk. Het is Om Die is zwanger en ze gaan ja. trouwen. Ja. ja. En dat kost hem zijn carrière. Terecht. En, hoe, en, dat, en dat, hoe dat je dan zwanger gedacht als je een... Uh, een, een contactverbod hebt. Verbod. Een contact verbod. Dat snap ik ook niet. Maar ja, zo. Dat zullen we Maria bijbelse, vragen. Het zijn zal dit, Bijbelse verhalen. Het is al met zal de, post, zal de post gebeurd. ontvangenis. Een special van Kik en Rush. Hoe is dat kunnen gebeuren? Ja, maar die kun oh. <laughs> je is het, heel <laughs> dronken overaliseren eigenlijk. <laughs> <Dat> <laughs> thema thema het, je kan je niet doen zonder takkie. <laughs> <Nee>. <laughs> Goed. Uh, Liverpool. Hoe teleurstellend vinden jullie dit seizoen van Liverpool? Want ze hebben wel veel recht getrokken. Ja, op een gegeven moment zag het er wel heel slecht uit. Ik was daar enorm over schoten. Ik had niet gedacht dat die een downfall zo groot ging zijn. En ik denk, dat klopt dat ik ook, niet had gedacht. Hadden wij ze niet allemaal op twee gezet? Wel, dat is van het seizoen de voorspellingen drie, bij het seizoen is dat waar ik het meest spijt van heb. Ik wou zo ene en verrassen doen en ik heb heel lang getwijfeld omdat ik het vertrek van Stadion Mané wel als iets belangrijks zag. Heb ik heel hard getwijfeld. Kunt dat ook, ik heb dat ook gezegd toen, denk ik, in die special. Ik heb hard getwijfeld om die heel laag te zetten. Maar ik heb die toch weer, omdat ik keek ook naar de rest... Wie toch inderdaad twee of drie zet. Maar dat vertrek van Mané mogen we niet onderschatten. En, en... Hebben ze het zelf onderschat? Misschien. Ah. Darwin Nunes is ook niet. Dat wisten ze ook van bij Benfica. Waar hij het eerste seizoen heel zwak heeft gepresteerd. Pas het tweede seizoen is hij daar ontploft, dus... Ik geloof, weet, maar kom, het is ik ook, geloof. We kunnen het ook, ook geen echte flop-flop noemen nog niet? Nee, ik geloof er sowieso top. nog in. Nee, nee, De Ressaas heeft, heeft alles om het... Dat kan Absolut. zijn dat hij er, als hij er volgend seizoen 25 maakt, zou mij dat bijvoorbeeld niet verbazen. Ah, nee, nee, absoluut. Ja, maar zou je er nu geld op zetten? Nee, dat niet. Dat ook ah. niet. Maar het zou mij niet verbazen. Zelfs eerder te zien, wel dan, dan niet. Wel? Dat is 20 goals, hè. Ik denk dat hem maar eerder 20 maakt ja, dan geen 20, hè. Maar die zijn echt aan het herbouwen. En... Ik denk dat ze nog iets van achter nodig hebben. Maar de grootste aanwinst zou zijn, en dat ligt nog altijd niet vast, Bellingham. Hè. Die dat gaat Real worden. Best... Ja, ik denk ook dat dat Real gaat worden. Ik zou het jammer vinden dat hem Engeland overslaat. Ik vind zo Real altijd de perfecte stad nog na, na Engeland. Ja. Dus zou Liverpool zou, echt voor hem zou dat dan, wat we daarnet bij Neymar bij United hadden, heb ik ook wel bij Bellingham en Liverpool. Hij wil alleen naar een traditieclub. Ja. Hè? Dus daarom ook dat hij Dortmund gekozen heeft. Daarom dat hij nu naar of Mooi. Real Madrid of Liverpool wil. Hij wil niet naar Chelsea. bijvoorbeeld PSG, Man City, <laughs> omdat hij daar geen grote traditieclubs vindt. Uh, maar Liverpool, zijn vader is blijkbaar ook huh. supporter en dat is een okay. beetje zijn manager of zijn, zijn raadgever. Zou een... is maar is het eigenlijk als je dat gewoon kunt zeggen. Ja, ja maar pff, ik ga niet naar die ploegen. Ik ga gewoon naar de traditionele ja, Iedereen wil hem dus. Hij, hij heeft even die luxe om, om dat te kunnen zeggen. Crazy. En Liverpool heeft misschien wel het hardste nieuwe middenvelder nodig. Ja, want dat middenveld is wel echt door het ijs gezakt uh, ja. dit seizoen. Um, Fabinho is daar wat kwijt. Um, Thiago is altijd Thiago geblesseerd. Thiago is te veel geblesseerd. Ja. Henderson. Is is op, wel, he. ja. bedoel, dat is op. Ik bedoel, af en toe nog eens een goede match. Maar dan en, nog... en dan... is te weinig. Twee van de, de sterkhouders van, van het titeljaar hebben ook een ongekend moeilijk seizoen gehad. Hè? En dan is uh, Alexander-Arnold en Van Dijk... Is heel veel meegelachen geweest dit seizoen. Van dijk is toch wel um, een probleem aan het worden als hij dat doorzet. Ja, Trent is er een beetje doorgekomen, was toch ook een groot probleem? Ja, Trent, bij Trent is hij ja, van positie veranderd. Ja, he. Trent dus. is aanvallend zodanig indrukwekkend en mooi om naar te kijken dat, dat je dat verdedigen op een bepaald moment door de vingers ziet. Maar als dat aanvallende er niet bij komt, ja, dan zie je wat een slechte verdediger het eigenlijk is. En hij is nu wel beschermd geweest door Klopp, die inderdaad gekeken heeft naar. Hoe mensen iets gedaan heeft met, met, met Stones, met Walker, met uh, Rico Lewis. Maar Van Dijk maak ik me ook meer zorgen over. Dat. Alexander Arnold is wie dat hij is. Uh, heeft zijn meerwaarde. Maar Van Dijk is wel. En het grote probleem natuurlijk bij Liverpool is, waar het zo gewoon om hoog te spelen en druk te zetten naar voren en altijd die bal te heroveren, diep op de helft van de tegenstander. Als dat wegvalt, komt er natuurlijk veel meer door. Waardoor dat, dat van Dijk in zijn hemd wordt gezet. Ja. En dan moet hij het oplossen. En... en ook vaak heel alleen oplossen. Het is, het is een soort van butterfly-effect, omdat je die hoge druk zet. Als een eerste een beetje te laat komt, komt een tweede ja. nog meer te laat. De derde nog meer, de vierde nog meer. Waardoor dat, tegen dat je bij je nacht een negende man zet. Dat, dat, dat kan hij niet zo. Nee, en dan nee. staat hij er alleen voor. Moet dan, hij keuzes maken. Moet hij, ruimte moet, dekken, moet hij uitstappen. Nee. Als hij te grote ruimtes rond hem moet dekken, is hij enorm ja. kwetsbaar. En hij, ja. valt, enorm. hij valt op. Ook, hè, want hij begint dan te wijken. Hij begint achteruit ja. te lopen. En... Alibi-verdering. Ja. Omdat hij beseft van als ik uitkom. Dat is een tactiek die ze samen hebben afgesproken, denk ik, omdat ze dat weten. Dat als hij, we ja. daar in komen of de ruimte is te groot, dan lopen wij gewoon terug te naar de goal en dan ja. proberen we het daarop te lossen. Omdat, dat is echt een tactiek. En oké, okay, wordt er nu wat mee uitgelachen, maar dat probleem zit gelijk Maar dat, dat toch zegt, al, bij Nederland ook. In de denken. rest van de ploeg zorgt ervoor dat hij nu kwetsbaar wordt. Want hij kan het wel, hij heeft het bewezen. Als heel de ploeg, als de ploeg een, dominant speelt, voilà, kan hij, dan kan hij kan het, het zijn wel. En iedereen in. goed aansluit dicht bij elkaar. Dan kan hij het wel, maar als hij in een grote ruimte terechtkomt, is hij gewoon niet. Ik snap wel wat jullie top, bedoelen, maar het is niet alleen dat geweest dit seizoen. Hè. Hij heeft ook wel echt gewoon zelf individueel Ja, ook slechte dingen en dan. gedaan. Echt, en ook ja. wegsteken soms. Ja. Echt gewoon luchtdekken en echt alibi verdedigen Er is een verschil tussen wijken en alibi verderen. Doen alsof dat je iemand afdekt, heeft, heeft hij heel motiv, vaak gedaan. Dat is motivatie dan. Dat nee, het, ik, denk veel er... veel nee, nee, nee ik denk dat ze te veel gewonnen hebben. Nee, Een soort van niet in zijn hemd gezet willen worden, maar daardoor net wel belachelijk gemaakt worden op de een of andere manier. Ik ja. vind het wel uh, opvallend dat Klop daar, uh, dat eigenlijk redelijk gemakkelijk heeft laten passeren dit seizoen. Ik had gedacht, zo'n Klop, jongen, die begint al verwege dat seizoen gewoon te roepen en ja, maar, alles te vroegen. Dat doen. is de laatste speler in die kleedkamer ook, hè. Hm? Ja. Jij, bedoelt het, jij bedoelt het seizoen to Ja, dat Klop in, in, in dat seizoen iets had gedaan omdat hij omdat niet tegen zijn verlies kan, omdat dat altijd zo wat de, de postermanager was. Ik had verwacht, hij gaat echt beginnen iets doen om die ploeg wakker te krijgen of zo. En dat heeft hij niet echt gedaan. Die heeft precies zijn verlies gepakt dit jaar. Ik heb, en zich daarbij neergelegd of zo. Ik heb twee dingen opgeschreven voor Liverpool die ik credits wil geven. En één daarvan is het bestuur, die aan klop nooit echt getwijfeld hebben, precies. Ja. Hij is nooit echt onder druk gestaan, terwijl allee, ik kan van momenten, periodes, wat de cijfers ja. echt. Zo slecht waren dat je bij Chelsea, denk ik, al twee keer ontslagen werd. Ja, en dat maar bij Liverpool ze niet Nee, Oké, okay, maar ja, ze hebben wel ook zelfs nooit er druk op gezet, precies. Hij heeft echt zijn ding mogen kunnen doen, dus wel credits. En dat loont zich nu een beetje terug op het einde, heb ik het gevoel. Misschien wel, maar hij krijgt. Hij krijgt... Carte blanche is nu wat veel gezegd, maar hij krijgt alleszins veel vrijheid om opnieuw te bouwen. En hij heeft daar ook op voorhand ook gezegd: ik moet ook mee een beetje heruitvinden. Ik moet, ik moet het, aan een nieuwe van ploeg, ploeg gaan bouwen. Tijdelijk heeft hij krijgt. niet gedaan wat Pep wel gedaan heeft. En dat is die kern wel voldoende vernieuwen. En ja, hij heeft het wel geprobeerd. heeft het geprobeerd en Pep heeft daar ja. ook... Dat is dan weer het verschil. Pep heeft daar wel meer die mogelijkheden voor om ja. dat te doen. En bij Liverpool is dat minder goed uitgedraaid dan, dan, dan gehoopt. De tweede uh, credits die ik had opgeschreven was Gakpo. Die komt er stilaan toch wel echt door, ja, ik. vind en ik. Ja, vind ik kan wel iets zijn. Ja. Ja. En toch redelijk snel, het is pas na het WK gekomen, hè? die pikt toch redelijk snel dit niveau wel op. Ze is dus een redelijk ja. bepalende speler in de laatste wedstrijden van Liverpool, vind ik toch. Ze hebben ook wat pech gehad, hè, want ze hebben wat ge ge geblesseerden gehad. Hè, want Luis Diaz was ook nog goed in aankoop, maar Klop. die is jammer genoeg een half jaar of het scheelt ja. wel uit geweest. Die, die is ook met een, een klein bommetje gekomen. Jota is lang uh, oud geweest. Uh, en dan had je nog aan de andere kant Salah, die hij altijd moet zetten. Die verschrikkelijk uit vorm was gedurende maanden en maanden. Toch heeft hij belachelijke cijfers. Ja, 19 ja, ja. Oh. goals gemaakt, denk ik, uiteindelijk in de Premier League. Ja, dat, ja, dat, is, dat is een slecht seizoen van Salah. Ja. Dat zegt heel veel over Wander Schotter dat Salah is. Ja. Die is dan terug, terug wel ja. teruggekomen. Maar ik herinner mij maanden dat ik dacht, maar jongen toch... Ja, die match tegen Man United <laughs> speelt hij daar weer. Ja. Wacht, hem daar weer we zijn zo laxiekers. Nu zijn een assist dat hem ook geeft op Firmino. Maar daar ook Gakpo bijvoorbeeld, hè. Ja. tegen Man United. Ja, voilà, klopt. Echt, ja, Gakpo ja. is ja, een. Vind dat, allee, ik had dat niet verwacht. Dat te zeggen. Nee, ik ook niet. Ik vond Echt. dat niet zo erg dat hij. Want hij stond heel diep bij United, maar die mocht dan niemand komen. Is dan ja. naar Liverpool gegaan. Ja, Hij was heel teleurgesteld. Ik ben wel benieuwd ja. ik of hij volgend dat dat jaar 100% onbetwist titularis is. Hij kan op zoveel posities spelen. Ik denk dat. Ja, nou wel. Ik Landa, denk dat nu juist ja. daar is sowieso. Ja, ja. in de, de spits. 9, in, de, ja, in de plaats van uh, Firmino. hè. Ja. Want die ja, in Arthur, de, uh, de grote flop. Ik denk het wel. Hebben die daar ja. eigenlijk iets voor betaald? Ofzo? Ik ja. denk Ik weet dat die gehuurd was. Gehuurd. Nee? Ja. 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 Heeft maar die heeft geen minuut gespeeld. Goede carrière Deen achter de Daarna geen minuut mens. wel. Geen een minuut was geblesseerd. Ja. Hij is geblesseerd gekomen en is nooit ongeblesseerd was geweest. Hoe bij Barcelona ooit? Ooit, ja. ja. He, Juist ja. helemaal in het begin. En dan heeft je die gekke ruildeal met Juventus geld. En nu zit hij dan bij Liverpool. Die heeft wel een leuke carrière. Eigenlijk. <laughs> ja. Als je dat allemaal op je palmarès zet. Ja. Maar ja, dat zijn van die spelers die pakken, die pakken ze er in de Premier League gewoon bij voor. als ze die vijf mm -hmm. matchen nodig hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik denk dat ze er meer van verwachten. Ja, en daar hebben ze hadden hem wel kunnen gebruiken. Daar hij, hebben ze klopt. Speel, hij had nooit spelbepalend bepalend. Geweest. Nee, maar ze hebben klopt, daar ook wel op, een beetje op afgerekend. Want, want ze je op... allemaal, je hebt een middenvelder nodig. En dan heeft hij zelf toegegeven: ja, inderdaad, ik heb een middenvelder nodig. Jullie hadden gelijk, ik, heb, ik had geen gelijk. En dan heeft hij Arthur Melo gaan halen. En dan denkt hij: allee. Ik heb ja. geen minuut uiteindelijk gespeeld. Dat is nu Gary... Ik vind het precies wel een klop, middenvelder. Het maar... ja. was nu Gary Neville die zei... 13 minuten in de Champions League, dus geen minuten in de Premier League. No. Het <laughs> was nu Gary Neville denk ik die zei dat hij wel denkt dat Liverpool nog altijd de grote contender moet worden voor City voor het seizoen. Het zou kunnen. Ja, het zou zomaar kunnen. Als, als, als iedereen terug op niveau is, Als er het absolute geloof is dat Klop nog altijd de man is, ja. Dat denk ik wel. Die... alleen dat moet toch nog kunnen? Je hebt een speler die de 30 kan maken en ja dan. Hij krijgt één kans. Hè. Het enige ja. probleem dat je hebt is. zoals dat Liverpool nu zo afzakt. Je hebt nooit het gevoel dat dat bij City kan gebeuren. Nee, dat nee. kan echt niet. Dat, dat best... ja, wel, als het verse Pep, dat hij kunnen afzakken is. zegt, ik ben weg. Ja. Als Pep ik zou zeggen, elke toch Maar het je met die kern. Het verste dat die kunnen afzakken is tweede of derde. Die, kunnen niet, die gaan niet plus rond de achtste plaats. waar Liverpool lang gestaan heeft, waar Tottenham nu staat, waar Chelsea van droomt. <laughs> uh... En dat is. ja. Ja, we hebben het genoeg over zitten, ja. gehad. Nee, nee, Breiten? Mogen we het over Breiten hebben zonder Jelle Tak? Ja. ja. Nu gaat hij sowieso, als hij aan het luisteren is, waar rechter gaan zitten in zijn auto, zijn oren spitsen, krijgt hij licht traantjes in zijn ogen. Ja. Dat hem emotioneel wordt, dan over zijn grote liefde gaan praten. <laughs> maar hij heeft, ja, heeft goed gekozen, hè, de club waar hem voor gevallen is. Want het is een verademing om naar te kijken. Ik denk ja. dat het de derde best voetballende ploeg is. Hij was uh, ook aan het -open, hè want eigenlijk het was project Potter. Hè. In het begin van het seizoen, we zijn het al bijna vergeten. Ja, maar Potter dat is wel Potter. goed gestart dat is wat bij die ploeg. Dit seizoen zes. Ja, maar die is gestart met... Was het 16 op 18 of ja. zoiets? Uh, 15 of 16, ja. Die stonden, die stonden echt uh, serieus van boven. En dan is pas dit Zerbi gekomen. He. Maar daarmee vertelt je eigenlijk al een beetje het verhaal van Brighton to Coer. Gelijk wie daar vertrekt, daar staat iemand klaar. Strossaar yes. vertrekt daar. We denken, oei, dat is wel een naderlating. Doet die had gewoon nog tien keer beter dan Drossaar? Je <laughs> ziet gewoon briljant. Ja, ja, ja. En dat zijn allemaal namen. Plotsen nee. een seizoen een, een Estupinian, een. Ja. een... Bu Buena Notte ja. of zoiets. Nooit. Pascal Oei. Groos voor drie miljoen gekocht uit de Bundesliga bij Ingolstadt. Een briljante shotter, Soli March, uh, die vanuit de krochten meegekomen is. Ewan Ferguson. schrijft op Ewan Ferguson. Dat is die een aanvaller. Ja, ja. ja. Dat, dat wordt echt. Is dat Ewan de... zijn voornaam? Is dat voornaam? Jongen, hè? Ik ben niet zeker. ben niet zeker. Kan zijn. Ik denk het wel. Dat je schoen uit doet tegen Arsenal. Ja, dat zie je. Dat is die 18-jarige Ierse spits die er nu weer twee heeft binnengelegd. En komt die dan uit de jeugd of zijn ze die gewoon heel snel gaan kopen? Ik denk dat die uit de jeugd komt, want die speelde nog dit jaar nog met de belofte. Dus die is dan ineens halverwege, denk ik, is hier naar de eerste ploeg gezet. Het is waanzinnig knap. En die vinden altijd zoveel juiste beslissingen, kunnen we geen toeval noemen, toch? Nee, ik denk dat. Ik denk dat we terecht mogen stellen dat de best gerunde club in, 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 in Engeland is. Ja, en samen Brighton, met Brent vertaal. Ik herinner mij nog, twee, drie jaar geleden was Brighton echt een grijze muis. Dat was dan Chris Hughton die daar trainer was, of, of hoe heet hem, die Welshman. Die, uh, die. die Welshman. En op een moment, die, die had eigenlijk goede resultaten, die bleven er op zich in. Wel, toen een prestatie was voor Brighton, maar die hebben op dat moment beslist van nee, het moet meer, het moet beter, het moet aanvallender. En dan. Dan zijn die Potter inderdaad gaan halen. Dan zijn die heel die filosofie van die club veranderd. Dat is helemaal data-driven, ook, die club. Um, maar goede ja, data. Het is een sprookje. Ja, ja. Die voorzitter is die Tony Bloom, van... Die is ook bij Union. Eigenlijk een eigenaar van, van eigenlijk de star, basis. star Lizard. Ja. Dat is de, waar hij eigenlijk miljardair mee geworden is. En dat, dat is, is gebouwd... Schokken, hè? Ja, dat, is, dat is een mathematisch uh, systeem ja, om te kunnen gokken. Hij, hij verkoopt eigenlijk uh, de, de informatie waarop bettingkantoren hun odds baseren. Dus hij heeft eigenlijk de info die de bettingkantoren aankopen. Maar dus hij heeft de wel een baas. Ja, hij heeft de info boven de info. Ja. Dus hij, ja, hij heeft een waanzinnige algoritme met waanzinnige datastatistieken, maar. Uh, je moet natuurlijk ook nog de juiste beslissingen nemen. En er zijn veel, ondertussen meer clubs die zeggen, wij doen full data. Dus daarin zijn zij ook nog eens de beste. Wat hebben zij dan meer dan de rest, vraag ik mij af. Ik zou dat heel graag eens een dagje gaan meelopen. Want iedereen, doet, iedereen doet toch data? Ga ja. me niet zeggen dat City uh, niet bijvoorbeeld... met data doet. Ja, ja Brentford is... Ja. Brentford doet het ook wel goed, bijvoorbeeld, met ja. die data. Maar bij Brighton is het ook gewoon... Het is waar, is de filosofie die erbij komt, ook bij Brighton. De combinatie. Doordat je ook... Ja. Het is aanvallend, sprankelend, plezant. Het is van Potter naar de Zerbi. Wij kennen hem niet supergoed als, 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 als premier. Een opvallende Alex. keuze. Ja, ja. Niet, niet, geen, een keuze waarvan we ook dachten, oké, okay, van waar komt hoe, dit? Hoe komt het daar ineens bij? En, en die maakt die ploeg waarvan, waarvan onze mond al open viel, gewoon nog beter. Hm. En, en vooral heel plezant om naar te kijken. Ja, het lijkt echt alsof die een schuif hebben van, oké, okay, ah, wie vertrekt er onze rechts voor? Schuif open doen. We kunnen kiezen tussen die drie het... en die komen. Dat het, het lijkt exact. net dat ze, dat ze al de vervanger eerst hebben. Ja, ze ja. hebben die al Behalve laag. dan bij de trainer, maar het lijkt ook, ja. ah, okay, die maar de die Serbie mag eigenlijk er binnen heel snel Serbie. Dat was er toch ook heel snel, de Serbië. Ja. Dus, dat de, is Jacques zeker. Ja, nou, Shakhtar, Shakhtar? Ja. Ja. Daarvoor Sassuolo. En dat was toen nog met het goede Sassuolo. Want je hm. zit er toch wel redelijk goed mee Europees. En, gehad, ook, en waar nodig? Want ze zijn nu Milner, zouden ze interesse in hebben? Waar nodig is, ook die ervaring erbij. Zoals een groot die in ervaren ja, dingen is. Lallana, dunk is die, die er nu door, al ja. jaren rondloopt. En die de Serbië ook. Maakt hem niet uit, de naam of zo, kijkt hem niet naar. Want zijn een eerste keeper, Sanchez, Spaanse nationale ploeg, denk ik zelf, was het ja, in het ja, WK. Dan ja. zet hij gewoon op de bank en zet er uh, en Steel stiel in die x <laughs> aantal jaar geleden in uh, Sunderland Till I Die daar kost wat het kost weg moest, uh, moest opkrassen. Ja, uh, yeah, he doesn't care. Het uh, is zijn een ploeg. en De lof dat hij krijgt van Klopp, de lof dat hij krijgt van Guardiola, dat zie je niet zo vaak trainers doen. Het hè? is wel een manneke, hè? Ja, ja. In dit want... zalig. Mannekes, Italianen ja. zijn dat toch altijd? Ja, nee, want hij maakt zelfs een met andere Italianen. Ja, nee. je, je doet me altijd denken aan die Frank van Big Brother, dat eerste seizoen. Frank Molnar? Ja, waar de de jij mee af? En ik vind dat hij daarop lijkt. Ja, ik vind het wel mensen. niet dat je daarop lijkt. Misschien is hij dat nog eens goed. Hij was heel jong, dat eerste seizoen. Kan zijn dat Molnar was stuk zo iemand die zijn vriendinnen altijd verplichtte om een borstvergroting te ja, laten dat, doen. En ja, zo. dat weet ik niet. Mooie uitstap weer. Een dieptepunt van het midseizoen. Nee, maar... Op drie afleveringen aan het einde. Bijna een Brighton, dit is toch wel gewoon hun hoogtepunt. Wat, wat kunnen ze dan ook in? doen? En zeker de Serbië zelf, als je kijkt naar de Serie A, hoeveel toploegen er daar zonder trainer zitten of nood hebben aan iemand. Je, Blijf je zitten of doe je dat als Italiaan zelf? Hè? Is bij Jacques daar ook al blijven zitten toen dat de omstandigheden heel moeilijk werden? Ja, ja maar toen. En, ja, 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 ja was maar dat als, niet, als een AC Milan of een Juventus of ja. zo komt, en een Italiaan Italiaanse ja, nu. Ja, ja, dan. Ah, dat is misschien naïef, maar ik denk dat hij zich zodanig hard aan het amuseren is in Brighton, dat is hij is denkt van, beetje... dat Europees doe ik ook nog mee. Hij is ook zo, eh, dit zijn heb, maar ook ten opzichte van zijn spelers, hè. vind ik. Want als Trossard niet in de pas loopt, eten mijn hem ook gezegd van, oké, okay, is goed. Ik zet u Zwaar. gewoon uit de ploeg. Ik ja, ja. mocht niet meer meedoen. Ja, die hebben echt een openlijk, de achterdeuren. Die hebben openlijk echt... ruzie gemaakt, toch? Hmm. Wat Zou toch opvallend nog... is op, dat ja? op topniveau, dat ja? je dat ziet. Een coach en een speler die echt en, vechten. En... Ja, en, en okay, in, in Perskof ah, laten ze het Dat dus is toch niet van de pot gerukt wat ik zeg? Dat is echt wel officiële dieptepunt. Die ik heb veel foto's. De, Serbi, oh, de, oh, Serbi, de oh, en Molenaar. Oh. Ik ben okay. blij dat niet volledig de bal mislaat. Kunnen we die zijn vrouw zien? Ah, niet, maar het <laughs> <Really laughs> fijne, de Zerbi kent er wel daar iets van. En die heeft gezegd dat Moedrik de gouden bal kan winnen. <laughs> dus daar, oh, daar hoop ik niet. Wat? Dat Die ja, heeft je nog gehad bij ik... Shacter. Ja? <laughs> nou, ik had hem hoog zitten, maar nu is het wel minder. <laughs> ik zoek overal waar ik kan een bescheiden. Hij, hij zit er ook nog maar tekort. Ik heb niet over per se deze ja. zomer. Maar ah. ooit denk ik ja, dan. Ja. Wel. Deze zomer gaan er inderdaad, gelijk dat gezegd, Italiaanse ploegen... Dus, eh, eh, Pioli moet weg. Uh, Paletti heeft gezegd dat hij weggaat. Ja. Uh, Juventus, ja, die mensen die in leeg, die moeten al jaren weg. Maar... Die 9 miljoen per jaar, ze durven die je, je niet buiten te gooien. Brighton, 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 dat is zo, toch wat Blankenbergen van Engeland? Ja, goede vergelijking. Een ja, ja, feeststad, ja, wel een feeststad. Ja, nee, echt iets beter. Het is iets gefeinst Dan. Hey, uh... In Blankenbergen kun je ook wel feesten. Ja, dat is hè. waar. Ah. Maar ik kan overal feesten. Dus daar gaat je niet gaan meedoen voor top 3, toch? Die zijn blij met wat ze nu hebben. Ja, en ja. Het ja ze hebben een budget punt. niet daarvoor ook niet. Nee. Voilà. Dus. Zijn aan het groeien natuurlijk. Je weet niet waar het, je plafond ligt, hè? want ze zijn daar nog nooit niet geweest. Dus. Maar op een bepaald moment botst je wel tegen dat financieel plafond. Dus. Ja. Maar ik, je wilt wel, ik zou, ik doe dat Europees avontuur nog volgend jaar en dan beseft je van ik heb het maximaal uitgehaald en dan kiezen we nu. Uh... Wel opvallend op 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 we uh, spreken over een fantastisch seizoen van Brighton en ze staan zesde. Ja. Waar? Doe, weet je hoeveel fantastischer het nog moet om, om tweede of derde te worden? Leicester, hè? Ja. dat is crazy hè? Ja. Ja, ja, het daarin geloven ja. dat dat een is. Maar het is wel eens een dus één sprookje in hoeveel, hoe lang het staat Maar het is wel een stijgende lijn, hè? Dat is waar. En dus, uh... Tony Bloom was altijd de miljardair die eigenlijk niemand kende. Hè. Die man bleef heel veel op de achtergrond, die wou niet gekend zijn. En plots zie ik die daar opduiken in filmpjes, in de kleedkamer en zo. Ja. Dus die is zich wel duidelijk heel hard aan het amuseren. En rijke mensen die zich aan het amuseren zijn, doen gekke dingen. Dus ik ben wel benieuwd. Is trouwens, die een andere van Brentford, trouwens dat, dat was, die zijn, dat was die zijn collega, hè? Ja, ja, die de heeft ook zo sportsbetting. Ja, die, die waren in samen. He? Ja. O, in hetzelfde bedrijf? Ja, die hebben een ambaras gemaakt en die zijn aan het uit elkaar En die weg, doen ja. nu alle twee fantastisch met data. Dus o, hoe ja. zou dat zijn als wij aan embarras krijgen en ze allebei in de JPR Pro League een ploeg hebben? Ah, ik dacht alle twee een mega goede podcast zouden maken. Aston <hijf> <hijf> uh, Villa. Moeilijk. Dat heb ik te weinig gezien eigenlijk gewoon. Ik, ja. dat zo, mag ik dat zeggen? Zo, die zijn zo geslopen ja. tot de... Tot de positie waar dat ze nu zijn. Ja, is... Ik zag daar wel soms wat tweets van Jellen over. Maar dan dacht ik, ja, hij is weer in extase over iets. Maar... Ja, het is in twee periodes op te splitsen: Jared uh, en post-Jarrett, uh, die nu waarschijnlijk van zichzelf denkt dat hij een van de slechtste managers ooit moet zijn, als hij ziet wat MRI. Of wel gewoon denkt MRI is wel een heel goede manager gewoon. Nee, ik zou zeggen, hij ziet Lampert bezig. Hij ziet Lampert, ja. Ja, vanaf. Vanaf. <laughs> ja voor, dat is ook schrijnend. Die moet eigenlijk de club oprichten met twee. <laughs> um, dus ja, die in MRI, dat is eigenlijk... Die had een beetje zijn reputatie tegen in de Premier League, omdat ja. Uh, ja, bij Arsenal wat mee gelachen werd, met zijn een good evening en wat ja, is dat ja. allemaal. Maar eigenlijk zouden we daardoor een beetje vergeten dat hij op zich wel safari-resultaten geboekt heeft met Arsenal. In vergelijking met alles wat daarna gekomen is tot nu Arteta. En ik denk dat hij dat als superharde motivatie heeft meegenomen om terug naar Engeland te komen. En heeft wel echt zijn statement gemaakt met Aston Villa. dat In mijn ogen ook wel gewoon de vorige jaren met spelersmateriaal dat die hebben ondergepresteerd hebben. En nu eindelijk presteren waar die te staan. Want dat is echt wel een goede ploeg. Maar dat heeft hem zoveel veranderd, nee, toch? Qua personeel niet, nee? Nee. Uiteindelijk speelt hij bijna met dezelfde namen. Alleen maar het is... Uh, Moreno is erbij gekomen. Ja. In de, dat is een hele goede uh, linkse mak. Aanvallend ook. Dus, uh, dat maar, is... Bij Jared speelde hij aanvallend heel compact. Speelde hij niet heel breed. Of zo. En nu bij MRI zit daar meer, meer breedte in. Maar er, zitten wel gewoon, er zijn heel veel plezante spelers. Die Watkins is goed. In Douglas Lewis in de midden zou mij niet rollen als City die je nooit terug had, zelfs bijvoorbeeld. Hm. Um, Coutinho, ja, Coutinho speelt er nog. Maar doet daar eigenlijk nee, niet heel veel op dit niet meer moment. Mee doen. Uh, Buendia, Martínez, Buendia, ja, Dat is wel leuk. Maar Bailey is er ook doorgekomen ja. nu onder uh, MRI. En, en ik vind Martinez nog altijd een briljantste keeper in, in de Premier League. <laughs> en, uh, ik vind die echt zo, dat is echt de grootste hondenlul ter wereld. Maar in de positieve zin <laughs> van het woord. En ja, ik vind Honds, dat niet. Dan. Ja. dan toch wel MRI. Toch? Dat is gewoon een goede coach. Ja, dat is echt gewoon een coach. dat niveau coach. van spelers. Ja, ja. Die maakt hij echt beter. Ja, die maakt hij ja. gewoon beter. En dat heeft hij in zijn carrière echt wel bewezen. Hè. Die gast alleen, die heeft mij... Dat soort selecties doet hij het altijd heel goed. Hij is misschien niet de absolute topspeler coach. Wat je vaak hebt bij coaches, dat ze daar niet mee om kunnen. Maar Emery is echt gewoon een steengoeie coach. Ja, ik heb die in Spanje ook seizoenen dingen zien ja, doen. Gewoon goede voetbal. Even, want we gaan het waarschijnlijk niet over Wolves hebben of zo. Maar dan hebben we ook Lopetegui, die er ook is bijgekomen. Ook zo'n Spaanse manager die ook die stonden laatste uh, voor of net na het WK maakt niet uit die zijn safe van twee drie weken geleden ja, dat dus zijn dat zijn, echt wel, goeie coaches, dat zijn coaches die wel gewoon met spelersmateriaal er kunnen uithalen wat er valt ja, uithalen wel, en, en ik vraag me eigen af of dat dan niet niet grootste verschil is met Gerard dat Gerard gewoon te weinig coaches kunde heeft als coach maar die zijn dat maar, tactisch, heb ik ook bij Lambert is dan ongescholdt al die mannen maar dat heb ik met Lambert lucht. ook die waren volgens mij gewoon zelfs zodanig goed als Schotter om... Onderschatten die het vak maar, toch of, heel uit? Of dat die het niet kunnen uitleggen ja, van ja. dat zij het zo vanzelfsprekend vinden ofzo? Iemand die. Ja. Dat lijkt ook iemand te zeggen. Lampert, heb ik een lullis. Wie dat? Lampert. Nou, zo de collega's, stafleden. En... Ah, nou, dat weet ah, ik niet. Nee, Filip zegt altijd. Ah, Dat wist ik, weet ik niet. niet. Nee, ah, nee, dat ah, maar dat, dat ik ik niet. Ik niet. Wat is ook kennis van het vak dan, want dat is toch heel opvallend. Want ook MRI en LoopTeg, daar lopen er in Engeland toch ook van rond. Men Gerard had zich al bewezen bij de Glasgow Rangers eigenlijk. Ja, Want dat is dan Maart Schotland. Ja. Hij komt dan bij Aston Villa. Waar het hem goed begint, dan zak ik het alweer wat weg. Maar ik heb wel zijn laatste match gedaan, en dat was op uh, Ze verliezen daar denk ik 3-0 of zo. Met een ongel van Mings. Een rode kaart van Douglas Louis. Uh, het was een drama. Die wordt ontslagen nog voordat hij, hij moet dan. Op de bus stappen van, van Londen mee terug naar Birmingham terwijl hij weet dat hij ontslagen is. Maar hij was dat niet was... ontslagen of hij wist? Ik ga nee, nee, ontslagen, hij was een ontslagen Bo Bo Peter, Bo na de match. De bus en hij moest met de hmm. bus nog mee terug naar huis. Een van de allergrootste legendes van, van het spel. Een legende van het En dat was een woensdag, want dat was een midweek, of een, of een donderdag, laat mij in het midden. Een het weekend daarna komt Emory. Want de week daarna speelt Emery aan zijn eerste match bij Aston Villa en die winnen tegen Man United. Ja. Dat hebben, hebben redelijk snel uh, gewonnen tegen Man United, ik denk de eerste. Ja. Die ploeg was niet te herkennen. En die hebben dat dan volgehouden en ik denk dat dat gewoon een verschil is in een manager die kan overbrengen aan zijn spelers dat moet je doen en dat moet je doen en dat moet je vooral niet doen. En al die spelers die werden precies beter. Simpel, hè? als je een legend bent van het, van het statuut Jared Lampert, word gewoon geen manager, word gewoon analist, jongen. Je kunt enkel verliezen als manager. Guardiola ja, was ook wel een legend als speler, ja. 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 toch? Maar wel misschien minder dan in minder dan minder, grote minder. orde. Ik denk dat die mannen, die legends in de Premier League, moeten gaan beseffen dat om daar coach te kunnen worden, moet ook bij de beste coaches ja. van de wereld zijn. Ja. Moet je moet niet gewoon een goede coach zijn, ja. moet je bij de, bij de twintig ja, beste en je zijn. Je moet die man. stap zetten. Allee, je hebt een tijd die Duitse coaches, die al van hun achttien hun jaar met trainerscursussen ja, ja, ja. bezig ja, waren, die mannen zijn top. In Spanje heb je ook een trainerschool die daar zwaar aan gaan werken is, zie de overal top Spaanse trainers. In nou, Nederland moet, moet daar werk van gemaakt worden. Gewoon. Ja. En als je Correct. twintigste beste van de wereld zet, dan zijn het de laatste in de Premier League. Ja. Om, want daar zitten ze allemaal. Het ja. summum. Ik vind dat wel cool, Villa Park. Ja, heel veel een stadion. Een coole club. Heel leuk stadion. Ja. Ja. Wel één raar moment Marie. Uh, met Emery. Met Martinez. Dat hij zo meekwam. Ja, heel ja. belachelijk. Bij drie, een En een, een, een corner, ze staan achter. Ja, ja. één Corner achter. in de laatste minuut. Bij 3-2, die komt mee om de 3-3 te maken. Ze krijgen dan de goal tegen. tegen maar Arsenal. Die wordt Arsenal. Ja, tegen Arsenal. serieus, ja. ja. Belachelijk. En ook en daarna ook. nog in het interview. Dus zelfs als een maatje gewoon gekalmeerd worden. Heel raar. Maar bon, als dat het enige is wat we kunnen opmerken op zijn laatste maanden, Savar savai. Voilà. Goed. Tot <laughs> ja. Op een schaal van 1 tot 10, hoe slecht is Tottenham dit seizoen? En 10 is slecht. Ik vind het echt 9. 9. Ja. <laughs> en waarom maar niet dat... 10? Oei. Misschien moet je daarop antwoorden dan. Nee. Ja, omdat Chelsea 10 is. Nee. Ja. <laughs> dat is hun enige troost, dat Tottenham 9 is. Ja, nee, ik zeg liever punaises in mijn ogen dan naar Tottenham kijken. Dit zijn... oh, 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 oh. Ja, dat is hard, maar het is wel echt niet om aan te zien. Nee, het is... Die spelen echt, en dat is jammer, want er zitten spelers tussen die ik graag zie. En Harry Kane is een briljante shotter. Son is een briljante shotter. Kulusevski. Een heel plezante voetballer. Ja, wel een niveau is, onder de 200. Ja, niveau eronder. Maar, maar, ja. maar dat is wel een speler ja, waarvoor dat ja, je nou, denkt, zeker, daar zit ik ja, mijn zeker. tv voor op. Maar die ploeg gelooft, gelooft niet in zijn eigen of, 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 of ja, gelooft niet in eigen kunnen. Ja, nee, het is, het is een spiraal waar hij in zit. En de manier waarop dat er vertrokken is, is, is ook Halle, een soort je voor je enkel je nog zuurdere nasmaak. Nooit van... Alleen, nooit. Ergens anders ook niet gezien, hè. Die heeft echt gezegd van. Die was nog niet. Dat is een dit is een, 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 een club loser. Dit is losers. <laughs> ja, losers. Een klootzak een van op alle losers. vlakken. de dat dat, spelers, spannend. dat bestuur, en dat zijn, is allemaal losers. <laughs> dat is eigenlijk. Zeg dat je is toch echt, het toch? Loser, DNA, terwijl je nog manager bent <laughs> ja, op dat moment. Was dat niet zeg, ontslagen. Het DNA van deze ploeg is verliezen. Of nee, misschien zeg ik net iets. Het DNA van deze ploeg is niet voor de prijzen meedoen. Laat het ons zo ja. misschien iets verbloemen. En En daar tevreden mee zijn dat ja. je niet meer doet voor de prijzen. Eigenlijk een, een beetje verand, ja Want Het is een beetje aan als wat Mourinho zei. Mourinho zei het gewoon minder hard. En u, minder aantal keren. Conte heeft het een paar keer. Mourinho is ook gewoon een charmantere mens dan Conte misschien nog. maar Dat is toch een van de. Ja, ja? ik vind die charmanter dan ja, Conte. Ja, nee, dat is waar. Conte, Conte, wel... is echt, en Conte je, kan echt niet goed en los. Hij pikt gewoon meer van Mourinho om een of andere reden. Hij is toch meer charisma dan. Daar ja. ben ik bang van ook gewoon. Ja. Hè? Maar we spreken wel over twee managers die, denk ik, overal waar ze gezeten hebben prijzen winnen. In het begin van het seizoen ging het ook nog redelijk goed, hè? Behalve. Ja. Dus Tottenham stond daar. Uh, ja, ze zijn redelijk derdes, lang uh, tot de vierde derdes plaats mee Hoe lang zijn ze al uit de race, echt? Ja, Een maand. Niet zo lang, ja. Bij Tottenham hebben ze al twee dus geen prijs. Ze hebben maar. toch ik wel, wel nee, we nee. toe aan het gaan. Ja. Maar wel, Mourinho wil ik hem dan nog wel geven. Ontslagen in de week voor de finale van ja. de FA Cup. Uh, league Cup. Ja, dat is, dat is de meest dramatische beslissing. ooit. Oh, ja. die heeft nog nooit een finale verloren. Ja, ja. ja, maar dat is zo. Ja, ja, die, die, die waren bang. bang om te winnen. Die <laughs> Wat moeten wij doen? Wat we we, moeten wij daar zorg van draaien? We, we hebben geen kast. We hebben geen kast. toch niet gaan We hebben geen budget voor een kast. Dus, nee. Ze hebben gelijk dan. Alleen ze hebben dan toch ja, ja. gelijk dat die club gewoon op dit moment totaal niet in staat is om ja. iets te winnen. Omdat ze gewoon slechte beslissingen nemen. Maar het was wel heel saai, Marie. Het gaat over dat die finale was. Misschien had iets kunnen mag zichzelf ook wel wat dingen verwijten hè? vooral duidelijk, het heeft ook het die... is niet dat hij zijn ploeg met vertrouwen liet spelen hè? die ging uit van ja, ja. die grote baas daar, Livy. Uh, ja, daar die zegt dat toch ook gewoon altijd dat zij het op een andere manier doen ze, ze wouden heel lang ook het grote geld niet uitgeven ze waren bezig met de, een nieuw stadion te zetten een briljant stadion te zetten. dus ja. die vond dat toch ook niet erg om niet mee te doen voor de prijzen die fans wisten dat toch ook nee, maar vanaf het nieuwe stadion en vanaf dat ze Mourinho en Conte gaan halen wel hè ja, anders ja, en, gaat de marignan niet alles drie, vier jaar geleden speelde hij nog de Champions, Champions finale, League hè. finale. Ja, maar dat was wel heel uitzonderlijk. Ja, kom. ja, maar dan nog. ja, ja hey, en, wat is er met al die wondes <laughs> open? Reet, het is makkelijk gewonnen. De titel van Leicester <laughs> had, had Tottenham ook moeten pakken. Dat is ook een typisch voorbeeld. Dan ja. hadden we er nu misschien iets anders over gesproken. En dat is denk ik wat het meest pikt of pijn doet, is dat die in die stijgende lijn geweest zijn en er zo dicht tegenaan gezeten hebben. En dat dat weer volledig wegleidt. Dat je, je daar ver, niet blijft ja. tegenaan aanschuren. Hmm. Terwijl dat je wel. Ja, ik zeg. Een Kane, dat is een belachelijk goede shotter. Dat, dat blijft absurd. Dat hij zoveel goals gemaakt heeft dit seizoen bij die ploeg. is... Ja, ja maar hij is, zwaar. Ja, hij is die ploeg. Ja, hij is die ploeg. Maar naar waar gaat hij? Hè? Ik weet het echt niet. Ik las nu PSG, maar ja. ja dan, dan is hij echt gewoon kiezen om. Ik moet wat prijzen pakken in mijn carrière. Dus ik ga het daar gaan doen. Dan. kan ook nou, kan dat hij blijft. Kan niet, geen... kan kan had je niet het gevoel dat hij afscheid nam? Ik had wel dat gevoel. Ja. Dit seizoen denkt je toch ook van putain, waarom zou ik dit nog een jaar willen? Kan ja. dat niet enorm uh, hoe zeg je dat, het gewicht van die ploeg uh, wegnemen? Dat je dan toch moet gaan rebuilden? Dat je dan eindelijk die switch moet maken, we gaan het op een andere manier doen, Kane is nu toch weg. We moeten ons Een Doorstart, echt een herstart. Ben ik dan te romantisch om te denken dat dat wel kan werken? Ik Denk dat dat ook dat dat kan, maar dat dat wel moet samenhangen met de keuze die je dan ook maakt als manager. Dan kunnen niet weer een type Conte en type Mourinho. Dan moeten we een, moet een, een nieuwe een, dan, filosofie. We moeten bijna een Potter gaan halen. Een nieuwe wow. bouwer. Er zijn drie opties, hè? Dat kunnen we toch zeggen? Of Nagelsman, Slot of louis ja. Enrique. Dat zijn toch oh, dat vind de, ik drie de drie die die genoemd worden. En Slot kan heeft bewezen dat hij iets kan opbouwen. Ja. Louis henrique Slot Louis henrique niet dan weer te... moet, uh, hey, vandaag beslissen. Slot moet vandaag beslissen ja. van Feyenoord of ze gaan elk die bot moet weigeren. Vandaag beslissen. Ja, die mm -hmm. hebben, uh, Feyenoord, Feyenoord heeft wel wel gezegd: uh, jij ja. moet voor woensdag beslissen, anders weigeren we elk bot. Oké. Okay. Wat ik ook wel wil zien gebeuren, en. maar. Omschrijf en mij eens Louis henrique als manager is die niet uh, Ik moest altijd zot lachen met zijn selecties van Spanje. Ja, je ik ik praat <laughs> altijd over selecties. trainen met de oortjes eh? en, en zich op een platform zetten op training, op een eh? toren bouwen, dat hij van boven kon kijken. Hij, hij heeft wel wat gekke dingen, maar het is wel aanvallend voetbal, leuk voetbal ja, en op zich wel. een hele goede people manager. Ja, okay. en het dat aanvallende Barcelona-stijl voetbal. Ja, hij heeft Barca ja. eigenlijk dat toen echt al wel in een diep zat en het moeilijk had om zelfs met die sterren terug mee te doen, heeft hij terug aan de prijzen geholpen. Hè. Dus hij kan wel echt iets en met Spanje heeft hij met momenten het beste voetbal van alle landen gespeeld, vind okay. ik. Dus ik, ik geloof nog altijd in Luis Enrique. Of dat Tottenham de kwaliteit gaat hebben voor zijn voetbal, dat weet ik nu niet. Misschien is het een slot zo dan beter. Ik denk ja. dat maar als een straks... slot maar ik denk moet, zelf... je wel, moet je hem twee drie jaar geven. Hè? Ja, dan moet hem langer geven. Ja, maar, maar die gaat dat... ook niet zo rap afrekenen als Luis Enrique. Maar ja. Ik denk zelfs dat die fans al als die gewoon zijn idee van voetbal al geïnstalleerd krijgt bij Tottenham en dat het weer plezant is. Om naar Tottenham te gaan kijken, want dat is ook belangrijk. Hè. Moest hij nu nog present voetballen en het valt wat tegen? Maar die spelen gewoon echt. Dat is echt daar wilde hij geen ticket voor betalen zoals dat die nu dit seizoen spelen. Ja, dus als, ja, als, als je dat kunt. Ik vind het daar aan als ik die superjammer. En dan in uitgebreidere interviews, zoals een documentaire van op die Premier League TV onlangs ja. ook. Geeft wel altijd de indruk dat hij weet waar hij mee bezig is? Wie? Die Liva. Ja. Ja. Die werd toch keil lang geroemd ja. als een van de beste managers van de wereld. Dat ja, het het zo slim en op zijn centen, op zijn ja. centen kijk, ja. En, ja. Op zich heeft hij er ook iets, ja, ja, een ja, belachelijk stadion dat ja, ja. Ja. De, de basis om echt een top-topclub te worden, ligt er mede door dat stadion. Dus op zich. En nu moeten ze het afmaken op het veld en nu maar, moeten ze er echt geld in bompen. Ik, ze ik zeg daar alle respect hebben? voor Keen als voetballer, maar als we het over loser, DNA. Zo een ja. beetje de belichaming daarvan. Mag dat... Ja, Britse tragedie ja. Ja. Ook zo is er een penalty nu op de. Op de, op de hij de, heeft dat wel zo rond zich hangen. In de finale. En het is altijd precies alsof het hem er Die ogen, het is van die troepie ogen. Zo. Ja. Ja, dat kan. Het is ook alsof dat hem er gewoon te neergeslagen wordt, maar dat hij niet boos is of zo altijd. als is een verlies van: oké, okay, shit, verloren en het is zo. Ja, die, die zal precies nooit roepen. Nee. nee. Dat gevoel heb ik ook. Maar ik werd... van alle supporters is, is Tottenham wel de supporters waar dat ik het meest los van de ploeg die degraderen dan of zo. En leads misschien. Waar ik het meest uh, medelijden, zelfs meer dan met de Chelsea-fans dit seizoen. Omdat het, Omdat het voorlopig nu nog hopelijk voor ons een accident parcours is. Nou, twee Post, jaar geleden nog een Chelsea. Het kost wel wat veel geld dat je parcours, Je moet Ik wil wel, wel wat hout vaststaan, maar wel, ons was een beetje grappig nog. <laughs> een beetje ja, schrijnend, een ja, beetje humor. Bedoeld. Het is en moeilijk bij... om een Tottenham fan uit te lachen. Ja, voilà. En dat een Chelsea moeilijk. fan kunnen nu op dit moment ja, wel uitlachen. Voilà, dat bedoel ik. Misschien om mij even te helpen met mijn opstelling. Uh, Evert, wat is het doelpunten saldo, denkt je van Tottenham op dit moment? En doordat ik het zo stel, wordt het in de richting geduwd natuurlijk? Nul. Nee. Ja, dat is te. Plus vier. Oh, het was er toch niet ver af? Nee, nee, maar nee. Ja, ja. Dat we ja. sowieso niet ver veraf zijn. Ja, dat, dat, is... vind ik, dat vond ik ook schrijnend toen ik dat zag. Maar goed, Menu heeft ook niet het beste doelpunten saldo. Maar... Ja, dat is echt alles, Plus he. vier. Ja. Tottenham. Hebben vier goals We meer gemaakt op tegen. Maar die hebben een keer Zotzwaar van Newcastle daar een 6-0 om een oh, oren gekregen. Binnen, binnen 20 minuten nog. Ja, dus dat helpt, dat helpt wel niet aan het saldo. Ja, die hebben er veel binnen gekregen oh, de laatste tijd. Hè. Die hebben er echt... Die hebben er nu van de weekend weer 3 gepakt van, van Brentford. Oh, dat is gepakt gewoon een goal gewoon van Kane. Oei, een oh, zot goeie goal van Kane. Ja. Ja, hij, heeft, hij heeft een goed seizoen, ja, hè. Die zit weer Individuel. aan 28 of zo. Ja, maar het scoort, ja, maar hij krijgt ze niet. Dat is ja. niet normaal. Meer en... kan hem echt niet doen. Nee, hij kan echt niet meer doen. kan echt niet meer die heeft Die heeft... Als hij mijn kant krijgt... Het is heel raar, en hij moet ook zien, Bayern-München. Ja, de ja. Ja, maar ja, de, daar ja, de voilà. speelfiguur worden en dan... is vorig jaar dan Dat ja. ja, moest dan de opvolger van uh, Lewandowski worden, maar Ja, daar de... legt hij er veertig in, hè. De, Ja, dan maar dan dan de, staan, soort... <laughs> Nee, maar die laat dan die 16 staan en die tikt ze links, rechts, nog wat penalties. Ja, ja nee, dat is, heel dat is gemaakt in. voor hem, hè. Ja, ja. ja. ja misschien wel. Cool. Dyer is, is een van de slechte trouwens, maar die, is wel, die heeft wel een schone vrouw. De ex van Alexis Sanchez heet hij aan de haak geslagen. Okay. En dat vond ik wel indrukwekkend voor Terwijl... een speler als Erik Dyer. Terwijl, Terwijl ze, ze nog samen waren of waren ze al uiteen? Ze waren al uiteen. vind ik dan nou weer minder indrukwekkend. Maar wel proper verdedigd van hem, kijk. kijk. Tackle op de bal, niet op de man. Mooi. <laughs> okay, het dieptepunt kan toch nog komen. Mag nu Chelsea. <laughs> ja, nu Chelsea. Het <laughs> Ja, als we het over Tottenham hebben, denk ik altijd aan super slechte transfers. Maar misschien heeft Chelsea nog slechtere transfers gedaan. Ja, als die zo'n einde seizoensevaluatie kan houden, gaat dat niet plezant zijn. <laughs> zo'n slideshow met die je wat heeft hij gedaan voor ons? Claude Kokorea. Echt moederik. <laughs> uh, ik weet zelfs niet of dat die een bolia's die op die vergadering is, of dat hij dat dan wel zo slecht vindt. Hij gaat dan waarschijnlijk zeggen: ja, maar we hebben toch een keer gescoord. <laughs> ja. Ik zou die mens dus is compleet van de wereld. Hè? Zou die ook we Stel dat, dat die presentatie, en het is zo'n foto van Moedrik en er staat bij Badia Chiel. Zou hij dat doorhebben dat dat niet klopt? Ik denk van niet, bijvoorbeeld. Dat die, ja. Ja, goed gedaan, dat is die middenvelder dat we gekocht hebben van... Uh, weet ik veel. Die linksachter van Brighton dat we gekocht hebben. Cijfers. Dat hij echt niet weet wie dat is. maar uh, well well dan. Het verhaal van, van Chelsea is altijd gekwalificeerd voor de Champions League, dat geloven we toch niet? Dat kan toch niet waar zijn? Nee, ik hoop... Als, 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 dat, bestaat, dat mag niet waar. Nee. Dat moet een nee. meme zijn, want anders is het echt... Ja. Ik weet kent je dat niet. Het verhaal, levert? Ik weet dat niet, of dat dat niet waar ja, is. Op een bepaald moment ging het verhaal dus de ronde dat de boelie zich geen zorgen maakte over financial fair play, omdat hij ervan uitging dat Chelsea altijd automatisch geplaatst is voor de Champions League. Hey. Maar ja, vooral maar, de duidelijkheid... Hij kent dat de regels nog niet. wordt tot vandaag nog altijd gezegd. Hè, dat is, er wordt echt wel zoveel gezegd dat... Ja, maar ik weet niet wat ooit is, de hè? originele of oorspronkelijke bron ervan was. Dat weet ik niet. Dat, eigenlijk moeten we dat echt eens... Ik ga dat maar je hoort <laughs> toch nog veel van die dingen over die bolie, dat, dat, dat je denkt, dat kan nu toch niet? En dat komt dan toch van verschillende bronnen, dus je denkt. Dat is ah, eigenlijk wel, dat, dat moet, dat moet waar. We leven wel in een tijd van memes en zo. Hè. Ja. Het, het start waarop we was, het ook met die uh, presentator van die uh, uh, carpool karaoke. Ja. Dat hij hem daarmee dan zou James overlegd Gordon, hebben om, om Frank Lambert terug te halen. <laughs> ja, dat wil ik nu nog wel geloven, maar waarom haalt anders Frank Lambert terug? Um, maar ja, zo'n verhaal. Zie maar, Zien, maar dat wacht, wacht, ik, daar wacht, zit wacht. nog humor in. Daar hier, lacht hier. je nog mee. Wat, hebben jullie een technisch directeur die daar ergens nu tussen wel, staat? Ja, die ja. Uh, Vivelle hebben we gehad. Een Duitser die van Leipzig, van Leipzig komt. komt. Want dat heb je dan toch wel nodig. Die tegen Boelie zegt: kijk, geef mij uw geld. Zal ik, ik wel beslissen? Want, ja, maar mag vertaal hem niet. Een boelie. Nee. Ik dan niet dat gaat volhouden. Dat is echt zo'n die, die dat, die dat ja. dan zo heel de zomer zou volhouden, volhouden tot 28 augustus en dan nog ja. toch een Ronaldo of zo er zou bijna. Ja, maar oké, okay, Polgijsers doet dat op een gegeven manier eigenlijk ook. Hè? Ja, nee. En over nee. overmars nee. beslissen en zegt dan: ik pak nog een Raja. Nee? Raja was toch al ja. ja, voorgemaakt. Dus dat moet ja. toch kunnen? Hij moet gewoon de juiste mens de sleutel geven en dan kan hij af en toe nog eens iets zot doen, maar hij moet gewoon meer afgeven. Heb... je. Ja. Maar dus, dus Pochettino komt, hè. Ja. Uh, ik hoop dat die wel voldoende... Want het grote probleem van Graham Potter is volgens mij dat hij ook te weinig persoonlijkheid had om op dit moment bij zo'n club terecht te komen. En om, om, dus zich, stop. om zich staande ja. te kunnen houden ja. tegenover die boelie. Omdat hij ook denkt van oké, okay, ik krijg nu eens een kans met een topclub. Ik mag mijn eigen niet opblazen. Ik vind het jammer. Ik had gehoopt dat hij wat meer uh, kranig verweerd had op dat vlak. Maar, ja, maar weet je hoe sterk ik moet zijn? Omdat die gaven interview die zei dat hij bij Chelsea altijd elke training 46 ja, spelers. zat. Ja, maar dan moet je wel een heel sterke akte zijn om ja. daar gewoon van dag één al te zeggen, bon, gelle, doe eigenlijk gewoon niet meer Zeker mee. Zeker als jij, Je zet een kleine naam nog altijd, als Ja, maar. Want, want dat ging dan ook rond. Ja, dat aan Harry Potter aan het noemen, die, die spelers zijn altijd groter geweest. dan Is dat hij. waar van die Harry Potter? Ja, dat, dat, dat was die Atletic die dat schreef. Ja. Dus als hij in die Atletic staat. Lekker geloof dat ik het, Dat hij dat hem Harry Potter en zo noemde achter, ja. zijn, achter zijn rug. En dat hij niet serieus. Hij ja, ook wel een binnenkoppel. Hè? Ja, voilà. Maar. Dus dat hij hem gewoon wel niet serieus ja, nam. Nou, hoe dat er ook waren die hem moesten dan opzoeken wie dat hij was en zo. Die niet wisten wie dat, dat is. En dat heb ik nu een beetje het gevoel, is dat hij vooral. Dat hij wel echt een keer ook op. op, op Koppelkus van de spelers die ze halen, de karakters die ze halen, ook moeten testen. Want veel strijders zitten daar toch niet tussen hè, in wat er gekocht is. Maar ze pakken alles wat ze lezen, daar concurrenten willen. Ja. Daar hebben we toch ja. ook zelfs veel grapjes over gemaakt, zeker in januari. Klopt. Hey, en hoeveel kan kampen... had dat is nu toch echt niet nodig? Je nee. had gewoon wat om naar Aarsland ging. Ja. En wauw. En mocht gegaan zijn, als ik het nu zie, maar die zou wel iets kunnen, maar. <laughs> ja, nee, het is echt. Allee, ik heb, ik heb het nu al een paar keer gezegd, maar op zich, ik heb wel het gevoel. Die Fernandes kan shotten. Dat is, we hebben daar 100 miljoen voor betaald. Dat is belachelijk. Dat is de enige Dat, dat is belachelijk veel geld. Ja, en zelf nog niet helemaal. Hè. Maar dat is wel. Mm. Ik heb het, die Madueke Savou ook wel al wat hij gedaan heeft. Uh, João Savou ook. Ja, maar dat is huur. Dus ik heb ja, geen idee of dat maar, hij hier blijft of niet. Ik heb de optie. Hè? Maar. Um, ik heb het gevoel dat er vijf puzzels door elkaar liggen op dit moment. En dat het kwestie is van de juiste stukken te kiezen. En iemand die daar echt hard moet in zijn en echt de rest. Ja, sorry aan Poelisix, sorry aan ziech, sorry aan de drie andere wingers die we ook nog eens staan hebben, dat ik nu even vergeet. Je moet keuzes maken. Je moet echt gewoon opruimen en vanaf daaruit weer beginnen. En dat kan zijn dat je een goede weg doet, hè? dat kan echt, maar je moet wel gewoon keuzes maken, want dat kan niet dat je met 46 man probeert iets op te bouwen, want er gaan er ook weer vijf, zes bij komen. Hè? Dat, dat kan wel gebeuren. Maar dus ik weet eigenlijk. wel dat, uh, dat Pep Guardiola drie, vier jaar geleden 60 miljoen van de rechtsbak, 60 miljoen van de linksbak en dan nog in het midden van de 50 miljoen. Dat is allemaal hier wat een schande. Ja. En dat pakken we over een ja. kleine 150 miljoen uitgegeven ja. op een jaar tijd. Chelsea heeft 611,49 ja. 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 miljoen op één jaar 200, uitgegeven. 611,49 miljoen uitgegeven aan nieuwe spelers. Ah. Dat, is eigenlijk als... dat zou toch verboden ja, moeten zijn? Dat is zijn, belachelijk. Hoor. Maar ook welke ja. speler of welke makelaar laat die gasten nog daar naartoe gaan? Maar het dat is, is toch... ook weer een boekhoudkundige truc. hè. Ja, ja maar ik bedoel. Ze, ze, ze krijgen een contract van 10 jaar, zodat ze die, dat geld kunnen spreiden over 10 jaar. Dus ze zeggen dan: we kopen die voor 120 miljoen. Dat is 10 jaar contract, dat is 10 jaar 12 miljoen afschrijven. Maar daardoor zit ze er nu ook wel lang aan vast. Ja, ja, als die heel slecht is. Al die, met die lange ja, contracten die moeten blijven. Hè? Die ja. kan zeggen: van ik blijf. Ja, want wie ja, gaat nu een koekereien komen halen of zo? Ja, ja niemand. Ja, dat, is, dat is de, de merre waar dat in zit. Maar ik heb. Ik ga nu iets zeggen en dat kan zo hard backfire, maar ik heb wel het gevoel. Kom op, dat zou mij kan niet, ik niet Dat zou mij niet verbazen dat die ploeg vorig jaar plots uit het niets wel een klik heeft en wel weer bovenin meedoet. <laughs> Nooit. Uh, nee. Op basis van wat zeg je dat? Op het feit dat er wel talent is. Als je echt. Puur naar namen kijkt. Reese James is echt in mijn ogen een van de beste verdedigers in de wereld. Die Thiago Silva speelt nog goed. Uh, Zet daar een naast. Uh, chill wel als hij fit, maar het is weer al een voorwaarde dat ik kan het geven. Maar als hij fit blijft, kan de ook al niet meer oprekenen, is niet fit. Uh, die Fernandez. Uh, dat zijn allemaal shotters die toch, die toch wel. Nee, want je hebt zo'n type, type Casemiro of zo iemand nodig ja. die, om die ploeg en die gaan toch nu niet naar Chelsea? Het is toch echt gek als je er nu nog ook nog naartoe gaat. Kan Lukaku dat oplossen? Ik denk dat hij dat niet gaan willen. Nee. Maar die heeft toch niet heel veel opties? Hij heeft toch een soort van liefdesding naar Inter gegeven ja. vorige week? Dat, dat ook, maar van please. Inter, Inter kan hem niet betalen, dat is het probleem. En, als, en het zal, denk ik ik mocht me tegenspreken, maar ik denk dat Posh alleen zal beslissen erover. Ja, ik hoop het. Dat Pochettino gaat zeggen van, oh, ik, wil, ik wil, ik wil Lukaku en ik wil spelen met Lukaku, maar dan ook met hem spelen hm. en niet zo zeggen van, ja, uh, dat juist hier ook nog op de, de boeken, uh, kom maar terug, uh, je, maar we spelen eerst met een andere spits en dan ja, misschien moet hij wel eens invallen en dan, nee, hey, dan moet hij echt zeggen van, hey, we spelen met twee buitenkanten en we zullen of of met twee spitsen desnoods zoals met Lautaro Martinez. Dat je zegt van, oh, kop hem er desnoods bij. We zetten die twee van voor. Nou, Porsche is wel iemand die... Maar een idee. Porsche is ook wel iemand die uh, spelers kiest op basis van persoonlijkheden ook. Niet enkel op wat die technisch en zou zijn. Dus ik vermoed dat een Lukaku hem op dat vlak wel zal charmeren. Ik denk het ook. Hij heeft het zelf al gezegd. En daarom al. sta ik ook wel achter de keuze voor Postino. Want dat is waar deze ploeg op dit moment aan, aan ontbreekt. <laughs> aan aan vechtleust, aan een identiteit, aan een team zijn, aan knokken voor elkaar. Dus ik hoop dat die Porsche. Ik weet dat precies een brave. Ja. Die is wel gek in zijn hoofd, denk ik. Oké. Okay, ja. Zeg je dan ook waar je Het is dat er Die citroenen, citroenen staan hier nog in de studio, hè? Hem ook, zet hem in elke ruimte citroenen om de negatieve vibes weg te nemen. Ik voel, ik voel wel veel positieve vibes <laughs> ja dat is het ja zegt dat Chelsea volgend jaar kampioen kan <laughs> nee, worden ja, top, vier. top vier we zijn aan het we hallucineren kampioen, denk ik wat er hier aan het gebeuren is ik zeg top 4. ik, ik allez, nee top 4, Dat wil ik wel echt weten nee. omdat ik wel denk heeft, hij heeft echt wel een Liero oké dat maar voor wel want oh wow die moeten high stakes maar ik wil eerst nog een inhoudelijk punt maken en dingen want hij heeft bij Tottenham bewezen dat hij met jonge mensen goed kon werken uh, dat hij ook geïnteresseerd was in mensen van de jeugd te laten doorstromen. Uh, omdat hij dat heel belangrijk vindt uh, om ook terug te geven aan het Verenigd Koninkrijk, omdat hij daar heel veel van gekregen heeft. Over wie had het nu? Harry Wing. Nee. De Alli en wel gekocht. Hè? Ja, maar, ja maar, maar wel jonge gasten gewoon mee werken. En okay. Chelsea heeft nu ook in heel veel jonge gasten geïnvesteerd. Maar uh, zo'n Rose, en zo heeft hij toch ook. Uh, ja, nee, dat is er vooral Rose, sorry. Maar um, Chelsea heeft nu ook heel veel jonge gasten gekocht en hij heeft de shitshow bij PSG meegemaakt. Dus ik hoop dat hij daar uit die twee tegenstrijdige projecten, zowat de balans kan invinden bij Chelsea door in op te ruimen. Een non-believer tegen een believer. Maar, het is toch maar, nog echt, kort... maar top vier, wat zeg jij? Maar Chelsea is toch altijd... Ja, maar misschien, zijn, misschien moet ik dat wel ooit ervaren dat we niet met Chelsea zijn waar we geweest zijn. Maar het jaar nadat we negende of zo geworden zijn zijn we vorige keer kampioen geworden met Conte plots die er was, zijn we plots kampioen worden na dat het jaar dat ervoor... Ja, de is buiten gespeeld, Dat ja, had je wel een een graamte dat er dat je gewoon het jaar ervoor ondergepresteerd. Dat gaat wel Courtois, gaat wel Hazard, oh, wow. dat gaat wel. Nee, is ja. ook meer dan die dat is je nu denkt? Ja, ja, het is wel een gekot, maar ja, ja. Dat is toch, ook op voetbalmanager is dat toch een toffe challenge? Je komt toe, je hebt 50 <laughs> spelers om uit te kiezen en alle rest mag de rest moet je verkopen. En je krijgt die niet weg, hè? Nee? Bijvoorbeeld, ja, nee, je moet die zo offer to clubs. Er staat miljoen voor nul. Ja, en dan en dan heb je zo Buffbroek die erop bieden en dan moet je nog de helft van hun loon bij betalen omdat ja. die anders niet willen gaan. Dat okay. is het grootste loek, probleem loek als van Chelsea? Best of the Rest moet dat gewoon bij Chelsea gaan doen. Maar dat is het grootste probleem van Chelsea van heel de zomer dat is dat iedereen weet dat die spelers van Chelsea gaan komen. Ja, dus iedereen gaat, die zegt van ja, ik wil wel één hebben van Chelsea. Oké, okay, dat kost je 50. je krijgt er, je krijgt er 15. En Chelsea gaat ja moeten zeggen. Die gaan hun broek moeten naar beneden en die gaan ja moeten zeggen. Want uh, financial fair play kan daar toch ook niet goed zitten. Ook al hebben ze dat trucje van zevenjarige uh, contracten en zo. Hoe zal het er toch niet uitzien als je 611 miljoen uitgeeft? Oh, we spelen toch elk jaar Champions League als domatisch ja. ja. oh, niet? zo Het is bang. allemaal de schuld van Poetin, hè? Het maakt mij zo bang. Maar het is nu eerste dat het eerste. Ja, vorig seizoen waren we gewoon nog derde, hè? Uh, met Tuchel. Ja, toch? Derde of vierde, maakt niet uit, denk uh, Dus als het nu twee jaar na elkaar zo'n shitshow is, dan. Maar ik wil nog even believer zijn. Mag dat, dat kan zijn dat dat niet rationeel is. Maar gaan ja, we ga ga er nu al op wedden? We willen wel horen wat de wetenschap is. Want wij zitten ja, hier in de wacht ja, op een 30-west. Het enige wat ik wil weten is wat jij gaat moeten doen. Wat jij gaat moeten doen. heb ik al gehad, access, Doe eens een suggestie. En Chelsea, daartoe heb ik al staan. Ik vind dat zo erg leraar. Gaat dat niet halen? Wat op. Ja. Ik vind dat wel ja, mooi. Ik vind dat echt. Ja? Dat vind ik vind ja, dat echt staf. Echt, echt chapeau. Moest Chelsea nu volgend jaar. Maar dat is echt ja. vanuit, vanuit, van, vanuit het DNA een beetje. En het DNA. het is weg. weg ja. Hij okay. is gewoon weg. Abramovic was een van de beste owners, blijkt nu. Ja, omdat van hij chill een was. was ja, dat ja. hij ze liet doen. De mensen die er wat van kenden. Ja. Ja, ja, en de stabiliteit is zeer belangrijk. Oké, maar ja, wat, wat wil ik wel? Een oring heb ik al gehad. Een neusring? Nee, nee. Mijn haar kan ik niet kleuren. Uh, een tattoo van Chelsea heb ik al. Ik ga wel geen belachelijke tattoo zetten. Ja. Ik heb eigenlijk echt. Oké, okay, kijk, mensen vraag. mogen onder de YouTube-video ja. reageren. En dan kiezen wij deze week, dus voor de ja. volgende met meetopname. Wat het wordt. Allebei in een uit die ja. we allebei goed genoeg vinden om de anderen aan te doen. Ja. En niet goed genoeg om onszelf ja. ons aan te doen. Oké, okay, top, perfect. Voilà. Merci. En jij, Evert, je maast weer onderuit. Ik, ik ben blij dat ik eens in een wetenschap niet betrokken ben. Ja. Als fan moet je dat toch. Ja, je moet altijd uitgaan aan het positieve, ja, voilà. zeker, zeker. Als je niet meer gelooft ja. in je ploeg, dan... Ja, voilà. zwaar Dan is het niet meer plezant, toch? ja sorry. Nee, Dat je top 4 zegt, ja. Enfin, het kan echt. Top 6 lus. had een stomme uitspraak geweest. Hè? Dat is een saaie ja. weddenschap. Dus, ja, dus dan nog je top 4. Ja, dat is waar. Um, Iets minder leuk verhaal? Dit was eigenlijk al totaal geen leuk verhaal. Uh, oh, ja. Wie gaat er degraderen? Jij... <laughs> ik heb nooit zoveel leedvermaak gezien als in de laatste tien minuten. <laughs> ik moet eerlijk zeggen... Over Chelsea van de jaar. Dat is altijd leuk, banter en een beetje, een beetje sturen naar elkaar. Maar de laatste maanden, ik kon echt bijna niet meer over mijn hart krijgen om daar iets over te sturen. Als die weer slecht waren om te sturen naar de Leroy. Haha, dat het was, het was weer ja, slecht. Dat was ik niet meer verbazen. Je, je wilde eigenlijk niet meer sturen. Zo, zo diep is het gezakt. En dat is, ze, ze nemen de fun ook van de niet-Chelsea supporters weg. Dat is het diepste dat je ja, kan Ja, maar vallen. weet je, wow. het is ja. plezant... Nee, nee, nee. Weet je wel, omdat ja. dat is? Benenschap helpt daar wel, nee. Nee, wel ja. 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 Wat ja. altijd plezant ja. is bij Benter, is dat mensen weer even hoop krijgen. En ik heb nergens in dit seizoen weer even hoop gekregen. Terwijl, als ik weer even hoop krijg, dat ik weer een beetje met een kop kom bovensteken, oh. dan wij weer Champions League geloof ik nog niet. Nee, ja. Oké, okay. dat, dat ligt puur aan u. <laughs> maar uh, nee, uh, begon Potter niet met 12-op-12 12 of 9-op-9 of, 9 of zo? Die, 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 die won zijn eerste nee, 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 match. Nee, nee, wel. Dat was Harry Potter. <laughs> <laughs> ja, nee, dat komt. Heerlijk. Het het, is het derde dieptepunt gewoon. Het was het, één ja. aflevering. Zes, uh, dacht, is er er het is redelijk goed begonnen. Ik dacht dat ook. Ik denk dat hij vier van zijn eerste vijf ja. gewonnen heeft. Dat zie Dus wie gaat degraderen? Chelsea kan al niet meer. Southampton. Dat is al een mooi antwoord. Leicester en Leeds. Ja? Enfin. Ja, ik vrees, ik vrees het ook. Het ook ja. Ja. Is, is Celeste dan, dat was een vraag die ingestuurd werd, maar ik heb het nu niet opgeschreven. Van wie? De uh, sterkste kern die dan ooit degradeert in de Premier League? Dat is een heel moeilijke vraag. Is Newcastle ook niet ooit eens gedegradeerd, maar echt ja. een kern die wel ja. ja. een grote. Maar maand. van de laatste jaren zeker. Allee, dat, dat moet je wel zeggen. Van de laatste, laatste jaren ja. is toch de grootste verrassing die gaat degraderen. Maar ik vind de kern ook niet zo briljant. Van. Nee, de maar Leicester, als je de voorspellingen aan het begin van het seizoen gaat terugkijken. Dan staan zij overal in de eerste tabel hmm, Ik bijna. twijfel twijfels, dan staan ze niet. Ik weet het niet. Ja. Het, is toch, het, het is ook vooral vanuit, ja, vanuit ons Belgisch oogpunt. Als je gewoon nationalistisch mocht zijn, is dat wel jammer. Maar ja. ja. Voor, voor de rest maakt het niet uit wie dat zakt. Ik, bijvoorbeeld Leeds, uh, vind ik qua club wel, is groter en graver voor mij. Hè. Dat vind ik jammer dat die hun potentieel niet kunnen benutten. Ja, maar die zijn niet meer gewoon van. Fairy naar degraderen, dat is ook wel een verhaal. Maar in principe. Um, Leeds ik heb ze nu van de weekend toevallig nog gedaan dat zijn dat is alsof dat een ploeg scholieren is ja, ja. Dat die, kunnen, die kunnen niet verdedigen die, die een Jesse March die heeft daar een, een op van gemaakt ze hadden met Bielsa moeten blijven doorgaan, zelfs al ging het slecht wat heeft Nottingham Forest gedaan, die zijn doorgegaan die hebben gezegd, Cooper blijft zitten maar die hebben ook wel een andere transferpolitiek hè? gedaan wat ook, ook maar en daar zal het ook uiteindelijk op, op uitdraaien. Maar de, 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 de spelers dat je bij, bij maar kun je Leeds. Op zich kunnen Leeds, niet Leeds, niet, Leeds kun je toch niet verwijten dat ze degraderen. Dat was te verwachten dat die gingen meedoen voor degradatie en ja, dan blijft er niks nee, in. En maar je je, zakt een keer, okay, je kunt, hebt alles gegeven. Je kunt, misschien, wel, nee, we je kunt wel verwijten de manier waarop ze degraderen. Ja, waarom? Het is toch spannend tot op de laatste spelen? Ja, maar omdat je gezet van Bielsa die je. U een identiteit dat teruggegeven wel, ja, heeft, wel. die je terug naar dat niveau ja. gebracht heeft, die je club groter gemaakt heeft dan hij op dat moment was. Ja. Waardoor uh, wie was, uh, allee, iedereen ter wereld was over. van. Iedereen, iedereen ter wereld erover. was, ja, ja. was uh, well, Het was zo'n La Liga-speler ja. die, die een lead shirt wou. Ik okay, weet ja. niet meer wat dat verhaal precies was. 4-3, 5-4. Iedereen uit, sprak he. erover, ja. En, je, en je, zet, nu, je hebt gepanikeerd en je hebt managers aangesteld die niet goed zijn... En ik denk dat de March nog beter was dan de Gracia. en dan en dan, nu, en dan moet je nu naar Sam Allardyce ja, dat is teruggrijpen. Dus, je zet ja, dus in ja. één jaar, in iets meer dan een jaar, van Bielsa naar Allardyce moeten gaan. Maar en hoezo? dat bedoel ik. Hm? Ja. Hoezo? Dat is, dat is echt de trap naar beneden pakken. Maar dat is het dat laatste redmiddel. Hè. Dat ze ten Dennis van Wijk aanstellen. He? He? Nee, nee, nee dat, dat, dat is George Leukens. George Leukens, ja, dat vind dat ik de, een goede ja. vergelijking. Ja. Allee, ja, maar ja. Zelfs ze dat doen ze hier in België niet? Mm, die zou toch een paar clubs weer getwijfeld hebben om dat toch nog te doen. Ja, met Fletcher Dolhander ja. geprobeerd. <laughs> ja, maar nee. Maar de, ergens is dat ook wel de charme binnen het Engels voetbal. dat zo'n heller dan is, dat nog x aantal matjes krijgt. Maar dat zal nu wel doen. gedaan zijn. Ja, nu Vier, is dat weer gedaan. Dat is, pu dat is alleen dat, hè. alleen red ons. Hij kan het nog flikken hè, zondag. Ja, ja, dat kan. Kan toch nog? Ja. Maar het, is, het wordt heel moeilijk hè, voor hen. Ze hebben het slechtste doelsaldo. Ik weet wat Leeds gedaan heeft. Uh, niet, alleen uh, normaler dan wat Leicester doet. Krok, ik snap wat je bedoelt. Hoewel, ja, ik had ik dan Wout Faas. die speelt soms echt goede matchen en soms echt zo'n slechte matchen, dat ja. ik like, dan denk, Emma, dat hadden we eigenlijk moeten zien aankomen. Wout Faas in de Premier League, dat dat echt wel van onder. Ja, die heeft echt overperformed in zijn eerste weken, ja. waardoor iedereen er lyrisch over was. Ik ze, ook hebben dan, ze hebben dan ook iemand naast hem gehaald, ja, zoet, die hem echt slechter is... gemaakt heeft, omdat ja. hij een beetje een ja, vergelijkbaar man. type is... Als in ook groot en misschien niet de allersnelste en het meer van de duels moet hebben. Ja. Waardoor Faas misschien de technisch betere of, of de, de, Sorry, de vaardiger moet zijn van de twee. Wat hem niet ligt. Dus dat, dat, vond ik een, dat, dat, dat is een heel rare aankoop geweest. Maar ook wel heel veel spelers die... Ja, Vardy is echt maar een schim meer van wat hij ooit geweest is. Het is oud, hè? Ja, die is, dat is ook gewoon normaal. Me. Dat is normaal. Dat is ook een speler die het moest hebben van zijn snelheid en van zijn... Ja, natuurlijk. Nee, het is niet dat hij technisch de allerbriljantste is. Tielemans... Dat is ja, echt... Geen goed seizoen, hè. Ja. Maar dat is al echt effe, hè. Dat is... dat is echt raar. Dat lijkt alsof hij zijn top al zo ver achter hem ligt. Ja, ik hoop terwijl... dat dat niet waar is. Ja, het is een jaar geleden, zijn top. Ik heb het gevoel Van, dat... Want dan dat... is zo ingezet Sinds EK zo'n beetje heb ik het gevoel ja, okay, dat, dat is, uh... hij is weg. En zo de, 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 de Nations League finale daar, waar hij dan alle zonden overladen ja, werd. Ja. Heb ik het gevoel dat... Ik herinner mij niet veel goede matchen nog van hem sindsdien. De, uh, de eerste uh, match van het WK. De Degradatie de spelen is wel iets helemaal verlammends. Dat is echt waar. Ja, maar daar lag het niet aan, want daar, daar speelden ze vorig jaar niet. Nee. En als eind vorig jaar ook al niet goed. Ah, Oké, okay, ja, want dat je dit Wat jaar met joueurs, hè, mannen die technisch moeten excelleren en die dat niet gewoon zijn om onderin te staan, dat het hem heel moeilijk krijgt als je daar staat, dat snap ik wel ergens volledig. Ja, maar met Madison en Barnes en zo heb je eigenlijk echt wel goede spelers. En die die, die, die underperformen klukken. geweldig. Ja. Alleen die, die ja. is het beste voorbeeld. En ervan. die, en die, ja, die dat dat is dat hij niet meer kan schotten. Maar ze hebben het ook zelf gezocht. Hè. De, de baas, hè, die, die in Tai, die heeft geen geld. Alleen die wil zeggen van we gaan hier niet te veel geld in steken. Want we, moeten, we hebben wat schulden opgebouwd door de COVID. En we gaan niet over ons budget en dit en dat dus je krijgt geen nieuwe spelers, dus hij krijgt dan ambras met, een, met de manager, met Rodgers toen nog, van ja, hoe kan ik met dit materiaal, kan ik het niet redden? En dat is waar gebleken, hij kon het niet redden met dat materiaal dat hem had. Ja, nou, dat weten we nog niet. Hè? Ja. Ja, ja. ja, maar Rodgers zal het zeker niet, hè, want die is al buiten. Hè. Dat zou een grote verrassing zijn. <laughs> die, nee. die nog mee. even aanstellen <laughs> voor in een match. Ja, ja het nee. zou... Het zou, het zou jammer zijn, maar ik denk dat het vooral jammer is van, vanuit de sprookjesverhaal, want dat twee andere clubs wel een grotere club zijn: Everton en, en Leeds. Ja, maar denk ik heb wel, van mij mag Everton er wel echt eens uit, van mij eigenlijk. Toch, Toch ook Die ook zijn er nog nooit uit geweest. Nee, dus dat, dat, is, wel, dat is een strafuitspraak op dat vlak. Maar, en ook die zetten net met dat nieuwe stadion en zo, dus als die nu ja, zakken is dat heel problematisch. Dat is een drama dan. Maar dat is wel het afspraak. Dat, dat zijn er nu geen, denk ik, je, die gelang je kwijt zet. We hebben toch ook slecht beleid gevoerd? Zeer slecht. Ja. Als, dat is gewoon het gevolg van zeven verschillende managers met zeven verschillende filosofieën, elk vier spelers laten halen, en nu zit je met een kern die ja, echt van de pot gerukt is. Dat is echt... Ik had de indruk dat er iets wat beterschap was, omdat je, je begon wel iets te zien, zo. Met Deitch. Ja. Wat is van, weer weg ook. Ja, dan, dan was het weer weg. Maar die moeten op de laatste speeldag thuis tegen Bournemouth dat ja, het kan spoken. hè laatste speeldag, de Altijd, maar ja. dan nog, ik zie die wel met 1-0 winnen bijvoorbeeld. Maar gaat dat ik ook? Ik denk dat ze oh, zijn: De kop. kopbal oh, van oh, ja, ik wou Tarkovsky zeggen, zoiets. Die kans is groter, ja. gaat, er, gaat er voor een van die clubs, gaat dat een doodsvonnis zijn voor langere termijn dat we die kwijt zijn? Nee. nee. Uh, uh, langere termijn kwijt kan wel, maar geen doodsvonnis. Nee, wie, wie, wie van die zakkers komt niet direct terug? Ja, pak me ook af. Binnen, binnen de twee, drie jaar. Leicester zie ik wel even echt wegvallen. Ja? Nee, eigenlijk. jongen. Die zijn dus dat... veel kwijt, als die nu. Ja, maar dat oefencomplex, dat staat veel. Dat staat wel niet. Ja. dat Die kunnen wel echt gewoon een goede zomer. Ja, maar het is toch een verschil. Kijk naar Burnley, hè. Daar stond... Burnley ja, was toch veel nou, minder zwart. toen ja, hij zakte. Ja, Burnley was zot. Daar had ik nee. geen een euro op gezet. Dat ja, al je viel United toch ook niet direct? Uh, nee, dat is ook waar. Maar de maar, Championship is wel okay, absurd. Oh, Chester, hè? Ja. Het was al een, even, even terug. Het is ja. dus niet het eerste jaar dat ze nee, terug zijn. Nee, nee, nee oké, okay, maar tweede. de ploeg waar dat ze dat nu mee promoveren, dat had ik niet verwacht, is ook nul in geïnvesteerd eigenlijk. Hè? Maar de Championship is wel gewoon iets raars. Als je na dat eerste ja, jaar niet terugkeert, kunnen je... ja. kan... ze plots voordat je het weet, de, dat... Dat zijn duizend matchen op een jaar. Hè? Maar een Everton die komen toch direct? Ja, terug. dat denk ik wel. Ja. Die zijn te groot. Ja, dat die pakken gewoon een paar goeie en. Dankjewel. Ja. Ja. Daar ga ik ook nog wel naartoe als je zo je carrière moet lanceren En, en zo Southampton. Denk ik, ik ook. Maar gewoon niet vergeten, Man City en zo. En Newcastle. Man City zeker. Sheffield Wednesday, zo lang geleden was dat toch ook nog een ploeg die in de Premier League speelde. Die zijn gezakt naar hè? Eerst Southampton, die zaten in derde, derde. Hull, Blackpool, zijn die allemaal naartoe? Hull, Blackpool. Hull was naar derde, die zijn nu terug. Allee, die zit nu halverwege tweede. Blackpool. Sunderland is het beste voorbeeld van hoe groot dat je de een en de zijn. zijn. Gezakt gewoon door. Oké, nee, dus het kan wel dat je een Leicester ik aantal het niet meer gaat zien. Want we denken altijd, dat zijn grote clubs die zakken. Maar dan moet je eens nadenken welke grote clubs dat er ook al in zitten, want die die altijd bijkomen. Allee, de Middelsbro bijvoorbeeld, dat is ook een grote ploeg. Hè. Uh. Precies al lang geleden, hè? Ja. Uh, ja, een jaar of vijf zeker. Met Karanka nog, hè? Als ah, ja, ja. Manager. Ik zou zeggen Macaroni, maar dat is langer geleden. Dat is het einde van de deftige periode. <laughs> ja, ja men de deed dat ook. Ja. En Carambeu. Daar ook? Dat was pas een periode. Uh, de, de naam is al eens gevallen, maar waar eindigt Burnley? Volgend seizoen. Ah, oh. Moeilijk te zeggen nu misschien. Ja, ik, 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 geen flauw idee. Ook niet. Maar wel, Ik weet niet wat het is. Hier... Die moet toch wel serieus wat gaan halen, of? niet? Ook moeilijk om te zeggen. Hè? Ah, hey, als ja. je met Benson en Zaruri erin blijft in de Premier League, dat zou wel waanzinnig zijn. Het, het wel ongelooflijk vet dat er een Belgische manager gaat zijn in de Premier League. Dat is heel plezant. Het is ook compagnie, het is niet zomaar iemand. Het is misschien wel de Belg met de meeste persoonlijkheid ja, of zo. Een legend, hè. Het is dan zijn legend, naam ook. Dat is toch zelfs niet een Premier League geworden. Nee, voilà. dat, dat is toch de Belgische manager met het meeste persoonlijkheid? Ja, kent. denk ik wel. Ja. Ik je kijkt er wel naar uit, match hè? Match of the ja, ah, day, zekers. match van Burnley. Je gaat wel willen kijken, hè? Zeker. Ja, en vooral, wel iedereen, iedereen had Burnley afgeschreven, maar echt iedereen nadat hij degradeerde, omdat dat zo absurd was dat hij erin bleven en dat Maar die, wij waren in shock dat hij naar daar ging. Ja, er was geen groter contrast mogelijk dan burnley Company. Ja, we uh, zijn gaan kijken, hè? Ja, ja. De, de laatste thuismatch gaan kijken, echt, hè? In Burnley. We dachten dat is de laatste keer. In de Premier League voor tien jaar, want dat voetbal, die stad, die mensen, dat is allemaal echt niet onderschatten wat compagnie daar. Platte platteland, ook qua mentaliteit, qua geld, dat was allemaal zo weinig dat je denkt die komen echt niet terug. En het blijft. Dat gaat toch wel echt tegenwoordig weg, tegen het. Dat gaat toch wel degradatie zijn? Dat jaar, zou kunnen. En dat is wel iets, dat zou kunnen. iets raar. Maar pas op, je, dat komt niet dat kom met af. die filosofie. Ja. Dat kan doen, Dat de eerste jaar, van uw begin af. want dat is nu ook opvallend, ja. dit jaar normaal, uh, het is de eerste keer sinds hoe lang was geleden, Tim, dat de drie promovendi erin blijven. Het uh, is de, de, de vierde keer in totaal ja. van ja. de hele Premier League ik, uh, geschiedenis. En ik denk dat het 2014 of 2011, alles is alleszins ja. al lang geleden. Mag Meer je, dan tien jaar geleden. Ja. Ja, maar Je hebt wel al altijd, al altijd een promovendus die zot verrast. Dat was Sheffield, Stijts, ja. Brentford, uh, Leeds vorig jaar ook, ook eigenlijk hoog meegedraaid. Op zich kan Bernie dat perfect ook hebben. Is, dat tweede seizoen is vaak de grote vraag. Ja, dat was ook Sheffield United. Ja. Toen ze dat Leeds, een paar jaar geleden ook. Eh, opkwamen. Iedereen was verrast hoe spelen die, maar dat is raar. Uh, dus, had... En dan uiteindelijk er toch in gebleven, en dat tweede seizoen was gedaan. Ja, ik vind het wel zo dat ze. Want ze deden een grote communicatie, teken bij voor, voor echt een lang contract, een mega contract. De beste aan... transfer dat die konden doen. Ja, ja, dat hij dat doet, vind ik wel. Dus hij weet iets toch dat wij nog niet weten van oké, okay, daar zit iets achter, Burnley, hij dat hij wel we de middelen zijn, ja. gaat krijgen om, om er jaren in te blijven en iets uit te bouwen. Anders, zou niet anders doet hij dat weten, toch niet. Pep blijft nog minstens een jaar. En ah, Burnley geeft mij de tools en ik heb je zin om dit ook ja. eens te doen. Zo vaak ja. in zijn leven gaat hij dit misschien niet meer doen. Nee. Nee. En ook super belangrijk want doordat hij er zit, door zijn presence, door zijn allure, kun kunnen die ook wel spelers gaan halen die anders ja. jammer maar Jamme naar Bernie zouden komen. Ik denk dat ook. Ja, ja. Eén voorbeeld waar ik nu aan denk, is, is dan de Lavia bijvoorbeeld. Het, is, het gaat belachelijk veel geld zijn. Ik weet niet of Bernie dat kan leggen of zo, maar als die zo'n speler zouden kunnen halen, doordat hij company manager is, dan vind ik dat wel een, een, een plezante piste. Ja, cool. hij sowieso ook, uh, Lukaku hoort ook gezegd, maar daar zou oh ja. een. heel erg <laughs> Zijn zoon dan. Noemt blijkbaar ook Jordan. Nieuwtje. Ja. Nieuwtje, ja. Nieuwtje. Sambi Lokonga. Sambi Lokonga heb ik ook. Dat vind ja, ik wel ja, realistisch. Dat is toch ook een ding, dat is, dat is om degradatievoetbal te spelen. Ja. Hij had daar toch geen jubileum. Maar, ploeg, maar, maar, maar. Dat's, dat, dat's, maar dat's, dat weet je met Compagnie, en dat is wat ik daar net aan zei, wat ik fout vond aan de manier van leads als Burnie gaat degraderen, een company gaat het wel op zijn stijl doen. Hè? Die gaat wel kopken ondergaan, maar wel met zijn kop naar boven staan. En... Die gaan nog altijd uitvoetballen. Ja, van voilà. de keeper naar een ja. bak. En... En, dat kan belachelijk naïef lijken of zo op dat moment, maar het is wel mooier om, om in stijl te zakken dan naar Sam Allardyce te moeten grijpen op de laatste dag. dagen. Er gaat spieldagen. veel gebeuren. Het gaat van echt slaag krijgen naar echt vette overwinningen, denk ik. Het gaat... ja. En zouden zou de pro-league uh, clubs uh, geld ruiken? Eh, want hij komt hier scouten, hij heeft hier een foster voor veel geld komen halen, eh, er zitten er al veel. Ik denk dat je niet... rijk is te kopen. <laughs> Jawel, ja maar nee. Maar als, als nu Burnley naar, naar, naar de België komt, ja, dan gaat de prijs wel omhoog, denk ik. Ja, maar, wel, ik denk wel, dat, denk maar ik nee, dat El en zo, Dat kan je ja, toch niet betalen. Nee, nu, ja, hoewel, da, ik noem dat net Lavia, dan, dan kunnen je even hoe niet. Wat, nog heeft, nog wat hij vorige zomer gedaan heeft, gaat nu niet meer. Je hebt het over een niveau. Ja, maar je vindt nu een vijf verhoogd. Ja, nu heb je het echt over de top van mij. Dan is het echt over de El Canoes. Die gaan misschien door de heider zit, wel eerder naar Burnley gaan. Je ja, ja, gaat dat, wel ja. een grotere checkboek ah. moeten meebrengen. Kat, maar er zijn... Als je naar de Premier League gaat, dat Echt, scheelt hem he. wel wat. Ja. Hè? Ja. Dat gaat hem over... Als je het eerste jaar ook nog eens overleeft, gaat hij over 150 miljoen. Hè? Ja. Dus als je dus twee, twee ja. jaar ja. kunt in de Premier League blijven, 150 ja. miljoen. Ja. Dat, is, dat wordt gezegd. Dus dat een Bart Verbruggen is haalbaar voor Burnley. Sowieso. Ja, ja die Zeker. was haalbaar. Ja. Ja. Zeker. Maar... Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar. Ik had een einde seizoensvermoeidheid na een lang Premier League seizoen, maar door nu over Burnley te praten, door de stomme wetenschap over Chelsea, <laughs> ja ik echt al massa's in het volgende seizoen. <laughs> maar jongen, je gaat op vakantie hè? Ja. ja, Je mag het ook niet vergeten, er zal ook Luton of Coventry, één van die twee, Gaan er ook bij komen. Hè? Hey, maar dus... De looten is dat met dat stadion. Ja, maar ja, dat een andere slaapkamer mooi, moet om... binnenwandelen. TikTok Bang, is daar gek op gaan, maar hoe ja. cool is dat? Ja, moet ja, die gaan dat je dan de boetes moeten betalen. Je moet, moet door dat huis en dan conformis. komt in de, voor de, de away site, dus de, de uitsupporters. En Dan is je toch plots de coolste slaapkamer ter wereld. <laughs> in de premier. Ik denk wow, niet dat er iemand dat woont. Denk ik dacht niet dat er iemand woont in dat huis. Ik dacht het niet. Maar het is wel onder een, een straat, allez, door een straat tussenlopen. In een straat, ja. halverwege, is een huis en een, een soort van poortje. Je Spant. moet door dat huis en dan moet je een, achter dat huis een trap op. Dat dat en, nog kan, dat daar, daar toch een, briljant. Puur daarvoor willen je toch al een match van die mannen gaan ja. zien. Maar Hoor, je die, wil je die wandeling. dat die daar zitten? Ja. Dat die de Premier League halen? Ja. Dat is echt, ja. Ze zijn er nog niet, hè? Ik bedoel... nee, nee, ik het. Maar een uit... van die twee, wie ja. dat er ook opkomt, is, zo is zot. kandidaat nummer één om te zakken, ja. oké? Okay Lijkt me. Ja wel, maar die gaan nu gewoon drie maanden feesten, hè? als die die finale winnen. Als je ziet van waar Coventry komt, die hebben niet dus zijn tijd gewoon niet in hun eigen stadion eh. mogen spelen. Omdat maar zo, financieel Luton komt nog slecht... van veel verder, hè? die zaten tien jaar geleden in vijfde klasse. Ja, welzie. Die sprookjes... Dus er is één oh, speler bij, die nu nog altijd in de kern zit, echt die, van vijfde ja, naar, vierde, ah, naar vierde, naar oh, derde, naar tweede, like. nu naar het, misschien naar eerste. Zijn dat toch sprookjes die je alleen maar in het Engels voetbal hebt? Ik ben blij uh, dat de vraag Nu ben ik heel rap aan het, heel rap aan het nadenken. Zul er in Bel uh, het zult te dat het zo goed deed met de, de, de dakwerkers en de kasseilleggers. Dat was ook nog wel echt zo'n sprookje. Ja. Dat is ondertussen wel al lang geleden. Ja. En ik heb er al meer. Ik ja. toch meer, precies. Maar. Ja, en tegelsvoetbal is, het goed, is cool fantastisch. Dat... Zit je ziet fantastisch in elkaar met die ligas. Ja. Dat is zo overgeromantiseerd. En op elk niveau heb je wel echt nog goede clubs. Een ja. Goede stadia. Maar ja, wat ja wat binnen, welke... binnen vijf jaar staat Wrexham daar. Hè? Ja, bijvoorbeeld. Dat, het iets, dat is ja, ook wel gewoon. Welke club dat er ook bij komt. Die club heeft een historie, ja, een geschiedenis, ja. een verhaal. Iets ja. wat die club uniek maakt. Een en, zotte fanbase. Ja, Ook altijd bijna altijd. Ja, als, je van een als je van ergens bent, bij ons is dat vaak dat je. De supporter van Club Brugge... en die ja. komt dan uit Herentals. Of, ja. of uh, dan denkt je, ah, we staan nu weer. Of staan daar. Ja. Oké, okay, dat is wel een Limburgse connectie, ja. natuurlijk qua voetballers. Maar die van weer nu ver komen. De, in Engeland als je uh, als geboren je als, in zet ja, je, je voor die ploeg. Als je het Plymouth komt, ja, ja dan zijn je voor Plymouth al gedaan. eendracht de toch te koop? Als je die kunt terugkrijgen in eerste klasse, zo Birmingham, Sport, Eendracht dat soort clubs, die zijn er wel, ze, maar die zijn echt aan het slapen in België. maar ja. omdat wij die cultuur ook niet zo hard hebben als in Engeland. Ik denk het laatste ja, want, voorbeeld, haast heel over man gaat en dan die match ja. kijken. Laatste nou, voorbeeld. Maar Lo ja. is dan wel weer een voorbeeld. Lokrum ja, Lokrum ja. dan een beter voorbeeld. Ja. Dan, dus. Terminal Ekeren, dat was het voorbeeld ja. dat je moest hebben. Ja, maar die hebben zelfs geen stadion niet meer. Nee, 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 die zijn dood nu, maar... <laughs> Ik bedoel, die waren wel... Ja. Die hebben ja. die, die opmars ja. gemaakt van, van tweede provinciale in elf jaar of zo naar eerste klasse. En dan Europees en dan een beker gewonnen. Dus. Ik heb uh, nog twee vragen, waarvan we één misschien al hebben opgelost. Uh, wat moeten Lavia en Onana doen? Lavia hoor ik Burnley. Ja, ik weet niet of dat realistisch is, hè. ik kan dat niet inschatten. Ik weet hij ook moet niet zo wat ik de markt moet ja. Hij heeft toch bewezen hij hoort op dat niveau thuis hè? Het jammer is dat hij, hij moet een ploeg moet vinden waar hij speelt. En met Southampton, Southampton had hij een ploeg gevonden waar ze zeiden van: Lavia gisteren als jo, eerste of tweede op plat. Speelde altijd als bij hij, hij niet geblesseerd early, ook, was. Ja, bij, als we het raden denk ik ook de company dat Company ja, gaat omgaan. Maar. Dan moet hij spelen. Hij moet spelen. Want maar dan hij heeft toch ook Borten... bewezen dat hij dat verdient. Dat was toch vaak bij de beste van... Van Southampton, ja. Maar als ze dan bijvoorbeeld een grotere club... Ik zeg maar iets. Tottenham komt. En die zeggen van want dat is toch typisch Tottenham zijn. Ja, ja. Want oh, dat is inderdaad wel een goeie en we gaan die kopen. En dan zetten ze hem op de bank omdat Huyberg moet spelen of zoiets. Ja, ik ja. ja, vind dat wel Je kunt... grappig. Dat zou typisch Tottenham zijn. Zoals wat aan smerige streken is dat die dan uithalen. Of ik ja, dat vind ik ook wel. Nee, maar dat is... Tottenham, ik heb ze graag. Daar niet van. Maar... Dat zijn... Hoe moet ik dat zeggen? Nee, je hebt ze niet graag. Die hebben, <laughs> jawel. Jawel! heeft die, ja, die wel. Maar die hebben zo precies het, 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 het reclameplaatje van de Carrefour voor hun neus, <laughs> maar, maar dan met voetballers. Maar als ja, Everton ah, onderin ja, dat blijft... Is, dat is goed. Als Everton onderin blijft, zou ik als een Anna gewoon blijven nog een jaar. Ah, ik ja, ik bedoel, dat slaap, ja. Ah, ja. Nah. Nee? Het nah. is een hekse ketel om in terecht te komen. Maar <laughs> zeker als Jean is. is, is nee. zou blijven... Er is een ander alternatief dan Burnley? Moeilijk al hè? Ja, West Ham, kan hem Declan Rice gaan opvolgen? Ja, we ja, hebben een goed idee. Gevonden, hè? Ja, heel mooi. Denk ik. En, en daar, snel ook. daar wordt wel wat gevoetbald. En... Daar had je al over gefantaseerd. Ja, maar moois gaat weg hè? Nee, Normaal. Toch, ik heb vandaag gelezen dat het toch zou blijven. Gaat hij toch blijven? Ja, die gaat, die Als misschien, Europees, die gaat die misschien een Europese prijs opleveren. En ja, dan gaat hij nooit niet weg, dat is nee, waar. Voilà. En die zijn eigenlijk gered uh -huh. op drie speeldagen van het einde. Dus, dus eigenlijk achteraf bekeken en dat gewoon: het een briljant seizoen, zijn we West Ham. Ik nog één vraag misschien. Wat vinden we van de schorsing van acht maanden voor Tony? Pittig toch? Ik vind het zo'n moeilijke. Weten we op wat hij gegokt heeft? Dat was ook mijn vraag in Rush Maandag. Zodra er één wedstrijd zou tussen zitten waarin hij rechtstreeks betrokken is, vind ik daar een terechte schorsing. Dat is een groot probleem. Dat mag niet. Zou het dan al niet gelekt zijn als dat zo was? Dan zou hij ook sneller op non-actief gezet zijn en zo denk ik ook wel vanuit de club uit ook ja ik denk dat ook Ik denk ja. dat ze dan als ze dan weet bij de club weten dat sowieso hè ja dat denk ik dus, en het is in december eigenlijk losgebarsten net voor het WK eh november ja, ja. net voor het WK dus uh, als de club dan weet je hebt gegokt op eh uh, zeg maar wat Brentford tegen Man United ja of zoiets ze zijn dus ze op winnen gezet heeft ja. dus op jezelf wet als, hij ze, allemaal ja, allemaal, Als dus... hij ze allemaal op winnen zet, dan voelt het al minder, minder slecht aan. Maar die mens heeft wel ook gewoon een, een gokverslaving, toch? Ja, ja, dat ja, dus dat is ook een persoonlijk probleem. Wat ik ook wel in rekening neem. Want ik ga me niet zeggen dat die gast een uh, wedstrijdvervalsing heeft gedaan. Dat is nog iets anders dan gokken. Ja. En, en, allee, dat is een dunne lijn, hè? Ja, dat, er heel, voilà, dat is een hele moeilijke Ik dat er heel veel delicate vragen ja. in zitten. En want heel veel mensen zeiden ook van, uh, ik kreeg een paar tweets, uh, van, oh, maar de voetbalwereld is sowieso rot, want zie ze daar allemaal lopen met hun gokpartners op hun shirts en zo. Dat heeft er geen ballen mee te maken, hè? dat is iets helemaal anders. Hè? Ik bedoel, sponsoren van een voetbalploeg, of een speler die heeft liggen gokken op wedstrijden, waarin hij op het veld zit, zijn twee verschillende zaken. Hè? Maar ik denk dat onze belangrijkste conclusie was, is dat je, dat, dat je eigenlijk met iemand zit die hulp nodig heeft. Ja. En dat nee. je die straft. En, want hij mag ook acht maanden niet bij de club komen en zo. Hè? Ja, het was wel heel streng. Blijkbaar zou hij toch wel mogen trainen vanaf september. Of, okay. oh, ja, en is het natuurlijk enkel voor uh, Engelse competitie? Of? Ik denk momenteel wel, nee, ja. 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 Totdat UEFA dat, dat ja. zou over Zij nee, gaan nee. dat vragen, Vee gaat dat vragen aan UEFA. Ja. Zeg maar gerust. Want anders mag altijd naar ander licht. Ja. zullen die wel acht maanden opvangen. Want ja. het is wel een briljante spits. En we weten nu ook wel zeker dat hij niet de enige zal zijn. Ik bedoel, dit is wel duidelijk een probleem voor heel veel voetballers. Het is, Denk er zijn heel veel mensen koer in de maatschappij, maar er wordt enorm veel gokt op voetbal. Dus is het ook logisch dat voetballers die tijd hebben, die er middenin zitten, die geld hebben, uh, dat die daarmee bezig zijn. En Tony is nu misschien een, een voorbeeld daarin, maar hij weet waarschijnlijk, oh, dan doe je ook, dan doe je ook. Het is wel redelijk extreem, hè, Het is extreem, ja, hij heeft duidelijk veel, een ja. probleem. Maar, maar clubs er zijn er nog zijn. Hè? Clubs zijn daar zo bang voor ook, hè? Ik je een verhaaltje vertellen. Ik, ik zat op. Uh, Mignolet te wachten of op Origi, op Liverpool voor een interview te doen. En Lalana zat daar. En die was een interview aan het geven voor een andere zender. En die mens, die als laatste vraag kreeg, die iets over de fantasy, Premier League. Dus dat spel. Ja. En die een antwoord daarop. En die zegt, ja, ja, uh, we, we spelen dat ook met, met ons mannen en zo. En... en uh, 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 ja, ik moest 10 moest pond geven of zoiets, omdat, we, omdat, ik, omdat ik verloren had. Ah, haha. Die mens van, dat duurde drie seconden. En die mens van Liverpool, die een, die een persverantwoordelijke, gast, die, de persverantwoordelijke ja. die daar rondliep, die kwam onmiddellijk zei, gedaan, jij. Uh, laatste vraag. laatste knippen. vraag, ja. onmiddellijk knippen ja. en laten zien aan mij. Dan kwam die langs naar mij. We zijn telefoon, jij wordt aan het filmen. Hè? Ik zeg, ik was niet aan het filmen, ik heb een foto, ik heb hem gezien dat was die heilige schrik om met dat gokken in aanraking te komen. Jij brengt dat hier nu naar buiten. Is verjaard. Ja, maar nee, dat was lang geleden. Ten eerste en ten tweede, ah ja, Lallane, stel je voor. We vertellen dat die Engels, Belgian journalist talks about gambling problem at Liverpool. Maar dat weet toch dat totdicht iedereen. De well, uh, Belgian Gary Lineker. Yeah, spreekt yeah, openly over gambling problems. In podcast uh, <laughs> Wattage dus. yeah. <laughs> Maar nee, dat het, dat het wijdverspreid is en dat er veel zullen verschoten zijn nu van Tony. Van ja, wel, maar dat is wel de reden. Hè. Uh, Ze willen duidelijk. Ja, een voorbeeld staan. Een ja. een... Ik heb, een, lere lere ik lere heb lere een tip ook. Je kunt altijd op je broer steken. Precies <laughs> ja, voilà. dat. Uh, goed, een quiz. Ik heb vijf vragen. Oh, nee. oh, Jullie mogen oh. overleggen. En ik zeg dan of het juist is of niet. Oh, oh. Hoe lang is het geleden dat bij de kampioen van de Premier League geen Belg speelde? Huh? Ja, moet ik de vraag herhalen? Of... Wacht. Ah, nee, nee, luister. Zat er een Belg bij luister? Wacht, wacht. Ja, ja, de laat. De laat. Dat uh, 16 15, Nazar. Ah. En United misschien 11. nog? Ja, het gaat United zijn. 11 of 12. 2013. Maar is dat het jaar? weet ik niet, maar ik denk 13, dat het. 13 is de laatste titel van United. Ja, Zeg maar 13. dan. Of was de laatste daar? Nee, daar ook. Ja, ik moet ja. nu heel eerlijk zijn, ik heb de club zelfs niet eens opgeschreven, gewoon hoe lang dat geleden. 2013. Maar <laughs> ik had het weer af. Het klopt wel, ja. Ja. tien jaar geleden. Ja. Want het was Hazard, het was de laatste. Ja? ja, dus de 13, 14, 14 was het company met City. Ja, ja. En dat was de eerste. En dat ja. dan mag dan altijd ja. dus proficiat. Uh, welke drie ploegen hebben op dit moment de beste aanval, dus de meeste doelpunten gemaakt? City. ja sowieso. Brighton. En, ah nee? nee. Oké. Okay. Arsenal, Arsenal sowieso. Ja. Die ja. scoort er nog zot veel? We hebben het erover Liverpool. Had. Juist aan mijn ja, ja. team. Sterk. Ik vond dat verrassend toen Oei. ik dat zag. Heel sterk. sterk. Maar die hebben zo een paar keer een monster gehad. Ja, maar ja. Je uh. hadden 9-0 tegen Bournemouth en ja. 7-0 tegen ja, voilà. die ander. Uh, welke drie ploegen hebben de beste verdediging? Dus minste aantal Newcastle sowieso. Newcastle is juist tweede wel. Uh, United Man de Man United, United. Maar ik weet niet of dat betekent, want die hebben wel ook een paar Pandorini. Ja, die uh, hebben uh, een keer zeven ja, is de 7 ook. City gewoon ook. City is juist, die hebben oh. het minste. Uh, City, Newcastle en... Ik denk... Brighton slikt ook niet heel... Alhoewel, ja. die hebben nu al veel geslikt. Die uh, hebben er inderdaad... Brentford, Brentford heeft veel clean sheets gehad. Nee. Tijn als moeilijk. Ja, ja en dan Bloody die van boven staat dan toch. Arsenal. Nee. Uh, toch United gewoon. Ja, toch uh, United gewoon. Uh, United. Juist. Ja, uh, uh. uh, de uh, top drie van de topschutterslijst. Uh, uh, ja, dat is Kane, Tony uh, yeah. en uh, uh, Haaland. Eén Haaland. Ja. Haaland. Haaland, 2. Kane, Tony. Klopt. Ja. Top drie van de assistenlijst. Kevin Saka en Trossard. nee. Nee, nee. Nee, dat, waren, dat was één play. KDB en Saka is eerste, maar ja, de laatste de derde, dus. is de derde. Trossaar is Trossaar voor... heeft er tien, volgens mij. Dus, eh, en er moet er met elf zijn ook. Uh, we zijn. hebben het er al over gehad. Oh, goed om niet te zeggen. Ja, ja. Bukayo Saka, die, die staat er. Bij, die, ja, die was tweede. Ja. Ja, die tweede. Dus. Uh. zijn we vergeten? Arsenal, niet City. Tic -tac, tic tac Harry Kane? Salah. Ja, toch. Ah, oh, Salah. Straf. Noam de Joel. Ja, die heeft echt belachelijke cijfers. Ja, dat ja, is een legend. Leuke quiz. Legend ja. of the game. Wauw. Leuke quiz. Uh, goed, ik heb hier nog wat mededelingen. Dat zijn de, deze stickers die jullie konden winnen van Oeps <laughs> en Bakkes. <laughs> Nick gaat dat uh, reageren op de post waar jullie moesten mee meedoen. Dat klopt. Uh, en ik heb hier de City shirt. Kunt je daaraan of... Het ct shirt Daar ja, hangt was. <laughs> en we moesten nog van uh, Jelle Tak vermelden Ola, dat die no garage dit seizoen gemiddeld 20.314 luisteraars en kijkers had. Dus Gemiddelde gemiddeld 000? boven de 20.000 gehaald. Dat de is eerste, een vol... Het eerste seizoen. Een vol stadion. Elke week. Niet dan? Ja. Dat is twee keer Bournemouth. Hè? Dat is twee keer het stadion van Bournemouth. Dat is, okay. Okay. is en we zien ook duidelijk een stijgende lijn. Ja, dat is goed. Het een 1, 2, 3, 4. Het gaat, uh, ze worden populairder. Kijk. Dat is dankzij de Premier League. Hè. Ja. <laughs> dat is gewoon een plezantse competitie. Hè. Duidelijk, met overschot. En het uh, shirt dat Leroy nu kan laten zien is van De Bruyne. Het shirt van volgend seizoen van Manchester City. Kenny heeft dat voor mij meegepakt en is zo vriendelijk geweest om dat niet te laten signeren. Hij was vergeten dat dat belangrijk kon zijn. Dus de handtekening gaat er nog opkomen. Dat zal waarschijnlijk in de zomer pas gebeuren. Oh, en dat kunt shirt. je winnen door op Instagram ja, met, met podcast te volgen en kick en rush podcast. Maar we zullen daar ook ongetwijfeld nog een postje naar Vindt Ik vind het een doen. mooi shirt eigenlijk. Is een mooi shirt. Simpel, het is clean. Ja. Maar ik heb het meer voor de shirts die ik in het begin niet zo mooi vind, dat groeit zo wel. Oh, ja. Merci. Wat staan die donuts hier al de tijd op tafel te doen? Ja, moet ik die nog brengen? met een donutoren dat ik bij had. Dat is wat je wilt, ja. Ah, ja? Nee, Waarom staan die hier? Ja, dus, dat is te vieren. Ik, ik zit er al de hele tijd op verlekkerd. Nee, ik, ik heb met mijn vrouw uh, het programma Boris gevolgd op Play 4. want een bangelijk programma, eh, waarin dat Jeroen twintig jaar na het overlijden van zijn broer eigenlijk afscheid neemt van zijn broer. En we waren dan aan het kijken. En vorige week heb ik heel goed nieuws gehad. Dan ben ik vijf jaar kankervrij verklaard. En toen zei mijn vrouw... Wow. Ja. Toen zei mijn vrouw, door dat programma te zien, eigenlijk moeten we die dingetjes... Vieren. Ja, vieren op, op leuke op dingen dat je amuseert. En ik amuseer me altijd hier in de zetel, dus had ik donuts bij. Voilà, dus bij deze een donut op mijn gezondheid. Letterlijk. Klasse. Mooi. Top. Maar ik had deze totaal niet... Dat is toch een, oh. bo een bombshell hè, op het nee? einde? Goed gedaan. <laughs> Hoe neemt je nu afscheid? Ja. Volgende week hè? Dan is, dan is het vijf jaar in één week. Goed. Tot volgende week. Heel goed.